Het is weer even geleden, de Super Bowl en de All-Star Break die zijn achter de rug. En het NBA-seizoen is weer op gang gekomen. Afgelopen nacht zijn ze er weer aan begonnen na de All-Star Break. En wij hebben heel veel in te halen hier. Gelukkig heb ik daar het ideale gezelschap voor. Bijvoorbeeld de man met de zwaarste stem in podcastlandschap, ook bekend als Baby Baby. Tel Heijvaart. Vroeger achter de knoppen, nu vaste waarde in onze zetel. De surferboy Jocke Wouters. En uiteraard de Magic to my Kareem of the Run to my Harry. Niels Sayed. Robin! Welkom. Amai, zeg. Dat is de eerste keer. Ben je lang aan bezig geweest? Echt mooi. Nee, ik heb dat niet nodig. Dat gaat vanzelf. Ik wou eigenlijk tegen Niels zeggen, de Scotty to my Michael. Maar dat zou nu een beetje awkward zijn als je weet hoe dat tussen die twee gaat. Ze zijn niet meer friends. Ja, ze zijn een tournee aan het doen. Heb je dat al gehoord? Niet Scotty samen. Pippen, ja, Horace Grant samen. En Luke Longley zijn een tournee aan het doen door Australië. De No Bull Tour. Om hun waarheid te geven over The Last Dance. En om te vertellen hoe lastig het wel niet was om ploegmaat te zijn geweest van Michael Jordan. En die komen dan gewoon zo praten ergens in op locatie. Ja, nee. Zo in de plaatselijke sport dan. Moet niet voor mij. Voor 10 man. De polyvalente zaal van Wijchmaal. Ja. Wat? De polyvalente zaal in Wijchmaal. Hoe is de naam? Berg op Wijchmaal. Goeie naam, hè? Luke Longley. Ja, vind ik leuk. Ja, leuke alliteratie. Ja, altijd. Dat werkt altijd. Dat werkt altijd. Maar vooral, ik vraag me ook af. Tel. Maar die gaan dan klagen over hoe dat was om ploegmaat van Jordan te zijn geweest, maar zonder die mensen hadden die nooit iets gewonnen, waarschijnlijk dus. Maar ik snap nee. Wat de? Nee, ik wil gewoon een aanvraag doen omdat Jordan zo hun held is en ze kunnen nooit iets fout. Allee, ja, maar ik kan zeggen, als mens is dat sowieso een eikel, maar wat gaat dat zeggen? Het is 3-1, hè. Dus er zal toch wel iets van waar zijn. Het is 3-1. Ja, zo waarschijnlijk wel. Ja, daar kom gewoon niet mee van die ploeg. We gaan zobiet ook zeggen wie het shirt van Toumani Camara wint. Dat is lang geleden. Dat we dat konden weggeven, dat we dat hebben gedaan, die wedstrijd. Huh? Want het is 4 weken geleden dat we een opname hebben gehad over de NBA. En dat waren wij ook. Klopt. Nee, dat was met Gilles Meulemans. We hebben een review gedaan. Zeer goede aflevering. Maar interessant. Lang wel, hè. Ik kan proberen er niks van te stelen vandaag. Oké, ik zal even testen. Wat was de prijsvraag, Niels? De prijsvraag? Ja? Ze moesten een filmpje namen? Nee. Maar ik heb gewoon een reactie gezien. Ze moest zijn carrière voorspellen of zo. Dus het erge is, dat was ook nog eens een snippet. Dus het feit dat je dat niet weet, is echt... Maar ik like die snippets direct. En dan wacht ik zo even met die nog te bekijken. Als ik meer tijd heb. Dus wacht zo niet naar de tweede afbeelding van de snippet. Soms. En ik dacht dat jij alle afleveringen luisterde, Tel. Maar ik heb geluisterd, denk ik. Maar ik was het vergeten. Maar misschien niet volledig, moet ik toegeven. Was het op het einde, de prijsvraag? Zo'n vraag of het op het einde was. Echt. Oh, was dat in het laatste half uur? Of? Vreselijk. Het is een speciale aflevering vandaag. Yes. Ja? Nee? Ja. Is heel speciaal. Ja, ik vind het even winnen. Ah, ja, oké. Er zijn twee speciale dingen. Punt 1, ik heb een laptop. dat is nieuw. Normaal heb ik papieren. Dat is het ene. Dat is heel sterk. Ja. Dat ziet er wel raar uit, moet ik toegeven. Dat valt altijd zo wat weg. Maar jij doet altijd zo wat dunne beentjes. Hij zou dichte beentjes. Gemakkelijker is om dat meer op je knieën naar voren. Dat denk ik dat ik mijn eigen weg ga moeten zoeken. Maar het gaat. Het is ook altijd een lange batterij. Want anders is het zebiet. Ik heb hem nog opgeladen vandaag. Ah ja, want bij mij ga ik het zebiet kabel. En dan is het uit het hoofd. Ja. Ik ben nu aan het studeren. Oké. Okay, maar het is, ja, dat was natuurlijk een mopje. Hè? Want, vertel maar. Nee, jij niet vertellen. Jij, hoogst. Ja, jij ziet het, Niels. Ja, maar jij? Jullie hebben een speciaal uitzicht. Ja, klopt. We hebben publiek vandaag. De volle 3 man. Ja? Maar er is publiek vandaag voor de eerste keer in de geschiedenis van XNO's. Het was een benefietactie voor Boven de Wolken en Berenfonds. En mensen die effectief zowaar geboden hebben om naar XNO's te komen zien. Ik vind dat heel straf. Dat is mooi. Prachtig. Ja. Heel straf. De vraag is dan hoeveel. En ze hebben nog dingen mee voor onszelf en zo. Ja, dat maakt het nog beter. Dus we gaan misschien moeten drinken met de mannen. Mannen? Nee. Santé, boys. Ik ben de naam van Birke wel vergeten. Cheers. Even zien aan het flesje. Tot wat reclame maken. Wat blieft? Yeti. Bang. Yeti bang. Yeti bang bang.
Brussels Beer Project. Kan niet slecht zijn, hè? Ja, santé. Als er iemand luistert van Brussels Beer lekker. Project, mag je altijd sponsoring komen. Delta IPA. Delta IPA. Ja, zeer lekker. Ja, heerlijk. Super lekker. Oké. We hebben heel veel, hè? Ja, maar ik heb heel veel dingen doorgestuurd. Het wel, soms het begint het wel een beetje als huiswerk te voelen. Als je echt onderwerpen blijft doorsturen. Ja, ik moet zeggen, een kleine schets. Normaal, gemiddeld is het zo'n vijftal tussen 5 en 7. Nu 21. 21. 21 topics. Jens heeft zelfs een uur geen les gegeven omdat hem zijn voorbereiding. Dus ik wou gewoon zeggen, ik wil opslag. Opslag. Maar ik zal stakken sturen. Stuurzaam. Dus ik wist dat jij iets kreeg ervoor. Is dat niet dat is heel nieuw. Dat zou heel typisch zijn. Oké. Is iemand van jullie gaan kijken naar de Belgian Cats? Yes. In de zaal zelf? In de zaal zelf. Nee. Ik wou zeggen, wij zijn samen gaan kijken, maar jij stond maar aan het werken. Was er aan het werken? Ja, we waren er wel samen. We waren er allebei, niet samen. Tegen USA? Tegen Senegal. Senegal. Ja. De kwalificatie. Nee, je bent gaan kijken tegen Nigeria, Niels. Nigeria. Amai, het was een memorabele match. 50% kans. Amai. 50% kans. En je waart daar, of? Is dat gelijk de X&O's-uitzendingen? Ik was er zeker, maar ik was er met mijn zeer goede vriend Matthias. En die was in zijn babbel, dus we hebben ook heel veel gebabbeld. Ja. Ook naar de match gekeken, maar... Ja, Matthias was net 2 maanden op vakantie geweest. Ja, we hadden bij te praten. Oké. Daarom. En leuk. Ja. Basket ook. Maar ze waren denk ik al zeker van de kwalificatie, dus ze waren niet hun beste spel aan het denken. Maar het was nog altijd heel goed. Die donderdag was waanzinnig. Tegen match USA, tegen USA daar kon, dat was crazy. TV wel gezien. Dat was heel jammer. Maar die match, de sfeer, 13.700 man, was indrukwekkend. En vooral de eerste keer dat ze het veld opkwamen eigenlijk, echt veld opkwamen gelopen voor een opwarming, toen was de zaal nog niet helemaal vol, maar dat applaus dat er was, ik had echt kippenvel van daar te staan. Dat was echt indrukwekkend eigenlijk. En die sfeer dat daar was... Ik heb heel vaak mijn oortjes uitgedaan, omdat ik gewoon die sfeer echt wilde voelen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in België bij een basketbalmatch. Dat zo leefde, dat zo intens was. Ze zijn bestolen. En bestolen eigenlijk. Ja, ik 31-12 in de vrijworpen. Ja. 31-12. En op het einde... Maar vooral, ik snap niet... Maar het was gelijk. Het is niet dat we anders winnen. Hè. Dat wordt ook nog altijd van buiten. Nee, maar dan je verliest die overtime wel, denk ik ook. Ik denk hoe dat de match aan te evalueren was. Maar dan nog... Maar 31-12 in de vrijworpen was al echt wel duidelijk. Maar vooral het ja, sorry. Ik voelde zo'n hand op mijn dij en ik dacht, woe. Maar dat die scheidsrechters niet gezien hebben dat Plum op de lijn stond. Ja, wij stonden effectief ook in de lijn. Er stond een scheidsrechter achter haar en voor. Je had het live gezien. Iedereen was direct aan het roepen. De enige 3 mensen die het niet gezien hadden, waren de 3 die ervoor betaald werden. Ik heb het ook niet gezien, maar ik stond heel verder naar boven, dus dat is moeilijk. Maar jij waart daar toch niet? Ik was daar niet. Wat is dit? Voilà. Even zien dat je allemaal nog wakker wordt. What the fuck is dit? Maar hoe dacht jij nu even dat het over de match tegen Nigeria ging? Nee, dat was echt een mop. Holy shit, man. Ik zal stoppen met de moppen. Nee, graag. Leuk. Er zit een mop en trommel bij van. Ja, nee, ik zal er mee. We zijn niet om te lachen. Niet geapprecieerd. Die op het publiek het leuk vindt. Dat is een beetje anders dan toen als anders. Hij is voorbereid, dus hij heeft moppen opgeschreven. Oh, dat is echt. Maar deze doe ik al weg. Deze kan ik niet meer gebruiken. Ja. Zet er ook bij dat hij niet gewerkt heeft. Nee, het is zeer slecht. Alle gekheid op een stokje. gezegd is ik weet, we moeten gewoon serieus doen, denk ik. Ja. De Cats gaan opnieuw naar de Spelen. Ja. En wat ik heel opvallend vond, is hoe normaal dat we dat eigenlijk allemaal vinden. Die gaan voor de 2e keer op rij naar de Olympische Spelen. Dat is... Ja, en vooral we vinden het normaal dat die daar voor een medaille gaan meedoen. Ja, toch? Ja, ja. Het is al niet normaal dat die daar opnieuw naartoe gaan. Dat zegt alles over die ploeg. Ze zijn al een tijd zo goed dat het normaal wordt. Hè. Ja, dat zegt alles over die ploeg, wil ik net zeggen. Dat we dat normaal vinden, dat is hun verdienste over hoe goed die zijn geworden. Want ik denk de laatste keer dat er een Belgische ploeg was gegaan voor Tokio, een basket was in de jaren 50, zijn de Belgian, toen nog niet de Lions, maar de nationale. Dat is een goede vraag, hoe zou je die toen heten? Ja, dat toen nog geen naam, Tony van den Bos heeft dat bedacht, Belgian Lions. Echt? Ja. Echt? Wat heeft die gast niet gedaan? Het verhaal? Het verhaal achter de naam, weet je dat? Hij heeft dat verteld, maar ik denk dat Tony gewoon dat tof vond van Leo. Yes, best wel. En ook dat is een sterrenbeeld, dus waarschijnlijk heeft dat er ook mee te maken. Echt? Ongetwijfeld heeft dat er mee te maken. Allee, na deze prestatie zonder Allemaal tegen USA, moeten ze toch echt de sky is the limit. En zonder Linskes. Maar de sky is the limit toch op de Olympische Spelen. Als ze geen blessures hebben, moeten ze toch echt gaan voor. Allee, ik wil nu niet jinxen, maar... Dat is nu niet jinxen. Emma is geblesseerd geraakt nu. Heeft gelukkig maar haar voet omgeslagen, dus dat is nog niet, dat is nog geen ramp. Maar anders is toch... Hangt er vanaf hoe vroeg dat je USA ook tegenkomt. Maar je kunt ze kloppen, is gebleken. Hè? Maar USA was niet op zijn sterkste. Maar wij ook niet. Nee, maar wie miste die nog dan? AJ Wilson was er niet bij, bijvoorbeeld. Dat is echt de beste speelster van de wereld. Britney is ook Britney is een beetje...
na dat hele voorval. Die hadden ook wel niks van voorbereiding gehad. En Ionescu is ook wel, wanneer is die ingevallen? Die heeft alleen een tweede helft gespeeld. Maar je kunt ze kloppen. Oké, je gaat geen favoriet zijn, maar je kunt ze kloppen. Dat denk ik ook. Als alles meezit en dan... Alles hangt ook af van hoe iedereen rond Emma speelt. Tuurlijk, maar... Emma gaat zich wel aanpassen. Mag hij wat ze nodig hebben? Voor het hoogst haalbaar en let's go. Het is ook heel cool om naar te kijken gewoon. Hè. Ik vind dat het is wel echt reclame voor basketbal. Dus het is, ja, inderdaad, het is gewoon hoe dat zij het brengen. Teambasket. Je ziet dat die niveau is gestegen. Dat is ik denk om een bruggetje te slaan naar het All-Star Game. Ik wou eerst nog niet. Sorry. Ik heb het afgepakt. Nee, maar ik moet even reclame nog maken. Want er komt binnenkort iets uit over vrouwen. Basketbal op 8 maart komt de Belgasport aflevering uit die ik gemaakt heb. Over Ann Wouters. Ah ja. In de ban van de ring. Is dat daarom dat je naar de USA zegt dan in een tijd? Ah, je wist dat nog niet. Je wist dat nog niet. Maar kijk eens hoe snel ik die link leg. Maar je wist dat echt nog niet? Nee. Wist ik dat al? Had ik dat al? Wist je dat jij die in Belgisch sport ging maken? Nee? Ah, ik dacht nee, maar dat zal ook benoemd zijn, die opname dat ik vroeger naar huis moet gasten. Nee, maar er komt een aflevering over Ann Wouters, over haar jacht op die ring in de WNBA. En daarvoor gaan praten met haar een coach die haar naar daar heeft gehaald. Met haar ouders ook. Die zijn hilarisch, met twee samen. Ah, ja. Echt, ja, fantastisch. Vooral dat de moeder reageert op uitspraken van de vader. Dat is... Dat zeg je niet. Echt fantastisch, die twee. Oké, benieuwd. De vrouw en dan Candace Parker en Becky Hammon. Ah ja, oké. Okay. Nice. Dus wel een paar big shots die erin komen. 8 maart, enkel te zien op PlaySports of te bestellen via PlaySports. Cool. Vorige seizoen moet ook nog gekocht worden door de VRT als ze dat ooit willen uitzenden. De bij deze? Mechelen. Dus... Ja. Dus dan bij deze nog eens reclame maken. Ah ja, cool. Wat mij vooral trouwens ook is opgevallen toen ik daar stond in het Sportpaleis. Zeker, ik was er al goed op voorhand. En op zondag was ik daar dan al, toen dat er nog niemand aanwezig was, toen niemand aan het opwarmen was. Ik denk dat ik er 2,5 uur voor de match was. Hoeveel goesting dat ik zelf kreeg om terug te basketten. Echt, dat kriebelde heel hard. En dan heb ik iets gezien wat een paar Raptors-fans blijkbaar elk jaar doen. Ah ja, ik heb het ook gezien. Die zijn met 20 man. En elk jaar gaan die naar 2 steden om de Raptors te zien spelen, andere steden. En dan huren die de zaal af ik heb ook gezien, om daarna daar een matchje te spelen. Maar, dat is wel vet. Ja, ja. Maar kost dat? Maar inderdaad, kleine side note, inderdaad een paar Raptor-fans. Ik zeg wel een paar Raptor-millionaire-fans. Ja. Dus voor ons misschien Drake zo snel... Nee, dat niet, maar... Dat waren ook niet echt ballers, hè, dat gezien dat die speelde. Oh, dus maar nog altijd wel. Voor de match van de Cats waren er ook mensen aan het basket. Of nee, gewoon niet. Je waart daar... Ja? Dan kreeg ik dacht dat je bedoelde van er waren mensen die dat toen een match kunnen. Ik heb even met een bal gedribbeld, maar ik vond het niet gepast om daar een balletje te gaan gooien. Nee, er waren vooral mensen die zo salto's aan toe waren, die op zo'n plank klaar stonden. Chaos. En dat er iemand anders moest opspringen. Ja, voor dat de animatie. Dat niet gezien. Op dat veld, dat was toch achter dat veld, of niet? Nee, dat was op het veld. En dan waren die zilveren. Mannekes, waarde jij daar eigenlijk wel? We'll never know. Hebben jullie het hele stukje van NBA AI of NBA AI gezien? Die voorstelling van Adam Silver en Wemby. Gaat dat doos? Dat was geen van de puntjes. Nee, maar dat is... Hallo? Die 22 punten. Nee, ik heb dat gezien, ja. Je kan dus een live wedstrijd bekijken. Ja. En dan kan je ervoor kiezen om dat ineens op een andere manier te bekijken. Bijvoorbeeld, ik wil het zien zoals een Spider-Man tekenfilm. Ja, dat heb ik gezien, ja. En dan wordt dat een Spider-Man tekenfilm. Huh? Is dat zo met die dingen, met die Apple... Nee, ik heb er ook doorgestuurd, maar... Okay. Ah, niet gezien. Ja, cool, hè. Ja. Is dat cool? Ik vind dat wel vet, ja. Dat als je dezelfde opzet, dan moet het niet doen. Ja. Vind jij het niet cool? Ik vind, J.J. Redick heeft erover geklaagd, begint misschien eerst met de matchen op tijd te starten. Ah ja, dat vond ik wel een hele goeie van J.J. Redick. Ja, misschien daar meer focus op het feit, als je naar een basketmatch kijkt... Hey, maar ik zou die graag willen zien in tekenfilmvorm. Maar jij nu precies dat mijn fout is om die match te laten starten? Ik reageer op uw opmerking. Maar ja, de vraag was enkel of ik het leuk vond. Ja, ik vind het leuk, maar ik zou wel liever hebben dat de match op tijd start. Maar is het dan ook dat ze dingen uitleggen? Zoals bij NFL, hebben ze toch ook zo Nickelodeon? Nee, dit is effectief. Het ziet eruit als een tekenfilm dan, hè? Ah ja, oké. Graag. Ja, ik was ook niet fan. Nee, niet zo cool. En kijk, we zien dat ik het kan laten zien aan u. Jokke, dat je toch eens even kunt gezien hebben hoe het eruit ziet. Het was gestuurd in de groep. Maar dat is oké. Als je niet geïnteresseerd bent. Maar ja, in welke, want we hebben zoveel. Ja, er wordt inderdaad de laatste tijd al veel gestuurd. Dat moet ik toegeven. Oei. Dus dan ziet het er zo uit, Jokke. Kijk. Met zo tekst bij... Oh, jong. Stripfiguur. Nee, dat is live. Tijdens de match bezig is, dan wordt dat zo getransformeerd. Amai. Nee, liever gewoon dan voor mij. Ja, ik wil het zo 2 minuten proberen. Trouwens, ik haat ook het herste van die filmpjes, dat die dat zo bespreken en dat die dan er zo voor staan. Zo, terwijl dat die dat zo bespreken. Dat, waarom doen mensen? Dat heb ik bedoeld, hè?
Niels is heel natuurlijk hard. Natuurlijk is dat zo. Can you believe that? Can you believe that we don't have a jacuzzi? Waarom doen mensen dat? Niels is vooral heel hard fan van die what if. Van Luka Doncic. Ja, maar dat is omdat jij toen jij nog veel 2K speelde, dat jij van die YouTube-filmpjes checkte. Maar was dat in de Rona? Was dat niet tijdens corona? Dat jij dat... In de Rona. Dan zaten we soms in een bepaalde zone. Ja. Nice. Good times. Good times. Good, man, lang geleden. Rona. All-Star Weekend. Meteen verduidelijk maken aan de mensen die luisteren. We gaan niet alleen maar zagen over het All-Star Game. We gaan niet alleen maar... Dus zet ons toch niet af, beloofd. We gaan het ook proberen om het positief te bekijken, maar ook eerlijk. Wie heeft alles van het All-Star Weekend gezien? Ik heb niet alles van de Rising Stars gezien, maar de rest alles. En jij de volledige match gezien? Ja, terwijl ik al wist van formuleren dat ging zijn. Ik ook. Kans gezien. Echt? Nee, de lange highlights. Zelfs niet. Zo, nee, zelfs niet al gedacht. Dat was terrible. Dat was de highlights ook niet. Nee. Maar goede keuze gemaakt ook. Nee. Heb je geen highlights gezien zelfs? Ja, zo een paar dingetjes op Instagram, op House of Highlights. Een paar maar blij dat je er bent. Ik heb ook de hele match gezien, wel in twee stukken. De eerste helft gezien en dan echt moeten afzetten om een dag erna de tweede helft te bekijken. Ah, ik denk, ik heb het wel in één trek doorgedaan. Heb je live gezien? Nee, de dag erna. Okay. Ik wou er echt vanaf zijn ook gewoon. Was, ja. Ja, zaterdag heb ik ook helemaal gezien Rising Stars stukken. Dat was er even terug in komen. Ja, je ziet verschillen, Dennis. Ja. Celebrity Game heb ik niks, behalve de Instagram. Dat, exact. Ja, maar dat tel ik echt niet mee. Dat is echt belachelijk. All-Star, van wij Instagram? Ah, op Instagram. Ja, ze hebben daar wel een 4-point line geprobeerd, heb ik gezien. Ja. Dat is wel vet, maar uiteindelijk is dat ook niet is dat echt... Vet? Ja, is dat vet? Of in zo'n wit. Ja, oké. Okay, waar cool was dat LED-veld. Ja, dat was het coolste. Ja, er was zo'n kerel on fire, die een T-Jazz... Nee, maar ze zo'n vlam die hem volgde. Wow. Van ons zoals in 2K. Ja, had je gezien dat hij goeiedag ging zeggen aan Kelsey Plum? Ja. Pass the ball, man. Ja. En dan heeft hij daarna, en hij heeft daarna getweet. Ja. Zie dat maar ook niet, toch? Ik niet had meer tweeten. Assist dan jij gemiddeld in uw carrière. Dat is niet waar. Maat, niet celebrity waar. Game. Je zei één, niet zo'n celebrity. Plus, oftewel, zeg je direct iets terug, maar je gaat niet achteraf. Ja, maar dat ook vooral, de celebrity game. Hoeveel kinderen van? Ah, dat is inderdaad wat ik had. Ik heb zo had je Justin Bieber, maar... Kevin Hart, dat er echt zo namen op afkwam. Maar nu valt dat toch ook tegen qua namen. Meteor deed niet mee. Nee, ja, hij kon niet. Hij kon niet. We kunnen wel organiseren. Ik zei no celebrity game. Natalia Astrid Bryant. Die match is te min. We mogen die match niet uitzenden. Ja, dat is het probleem. Eén kwart, maar misschien. Dat is echt heel spijtig. Ik vond dat LED-veld wel heel cool. Daar kun je heel coole dingen mee doen. Wat ik wel gehoord heb, is blijkbaar... De speler zelf, Damian Lillard, had dat gezegd, dat hij niet goed konden zien waar de driepuntlijn stond. Ja, en je zit toch ook afgeleid. Ja. Ik heb dat nu soms altijd zo aan het fel licht is of zo in de zaal. Dat was duidelijk dat Lillard dat zeker met die animaties ook. Hij dacht dat de middenlijn de driepuntlijn was. Nee, maar dat was tijdens de... Zondag is dat niet gebruikt. Ah, oké. Okay, dat was tijdens zaterdag tijdens de driepuntcontest. Ik denk dat Ket daar ook moeite mee had. Waarom heeft hij niet gewoon alles afgekeurd, die ref? Maar die staat er echt aan. Je ziet hier gewoon dat. Die doet drie keer teken van, Ela, je staat op de lijn, maar toch... Ook wel, hoe gigantisch zijn die zijn voeten? Ja. Dat zijn zeer groot. Zeer groot. Ik heb thuis opgezocht hoe groot hij Wemby zijn schoenmat is. Hoe groot dat zijn schoenmat is? 56. Ja, ik wou het zeggen. 55. 5. Prima. Ja. Je vraagt je dan toch ook af... Allee, Ike. Wat is het in zijn benen heeft dat gedaan? Je vraagt je toch af. Ik moet het daarom niet zien. Maar je vraagt je nu af. Je dat kan zo super normaal zijn ook gewoon. Ja, dat zou dan ook weer raar zijn. Dan telt denk ik weer aan pikante saus. Ja, uiteindelijk wel. Ja, ik vond dat LED-veld heel cool. Maar wat aan mij stoorde is aan die driepuntcontest. Dus die zijn voeten van Kat werd gewoon na een tijd niks meer van gezegd. Maar owee dat je tijdens die onnozele skills challenge de verkeerde kant pakte, dan moest het teruggaan. Ja. Maar gaan we daarmee beginnen met de skills challenge? Want nee, we gaan het pijnlijkste van ganzen avond. We gaan beginnen met All-Star Game. Echt wat. All-Star Game zelf. Dus de spelers hadden gezegd, we hebben onze gewone routine... Dat is heel vies, stel. We hebben onze gewone routine nodig. Dan gaan we wel kunnen spelen. Adam Silver had er genoeg reclame voor gemaakt. En deze keer gaan we een goede match krijgen. Ja. Had je praat met de spelersband. Wie is nog gaan praten voor de match in de kleedkamer? Andre Iguodala, Larry Bird en Oscar Robertson? Die hebben dan toch niet de juiste dingen gezegd. Nee, sorry. Julius Erving. Maar die zijn allemaal naar de kleedkamers gegaan om te benadrukken hoe belangrijk het was om een competitieve match te krijgen. Ja. Heel belangrijk. Eindstand 211-186. Na het eerste kwart, 53-47. Ik zal dit er nog aan toevoegen. 168 three-point attempts. 168, 5 vrijworpen.
3 fouten gemaakt. Amai, 168 driepunt shots gepakt. 5 vrijwel. Ja, dat is wel. Ik heb er ook aan. Het is een complete shootout gewoon. Ja. Maar hoeveel slechte shots kan je en van de middenlijn? Stop eens met van de middenlijn te smijten. Allee, ene keer is dat grappig. Luca was wel heel grappig, die shot van de middenlijn. En tijdens de rust tweet je... 2 for 1 analytics. Ja. Vond ik wel. Ja, maar dat merkte je. Die nemen dat niet serieus, nog ineens een beetje. Ik denk dat Luca en Jokic is... zijn het probleem ook deels. Hè? Ja, zeer, allee, die zeer gaan groot, daar kun je aan vasthangen wat je wilt aan het All-Star Game. Die gaan dat nooit serieus pakken. Hè? Die moeten niet in dezelfde ploeg spelen, want dat is miserie. Oh, die ploeg ja, dat vond ik nu nog het tofste om te zien. Oh, dat die pro gaan komen. Ik vond dat zo de camaraderie tussen die twee. Dat vond ik nog grappig. Maar voor de rest... Ik vond Anthony Edwards nog erger door wat hij ook gezegd heeft. Tijdens die skills challenge met zijn linkerhand. Geen probleem dat je dat doet. Bricks. Gooi niet 2 keer tegen de zijkant van het bord. Dat is al 1. Als je dat dan doet, zie je dat je tenminste gewoon een beetje op de rechte lijn zit. En dan zeggen, ja, het All-Star Game, niemand pakt dat serieus. Niemand gaat zijn best doen. Ja, we verwachten geen playoff-intensiteit. Hè? Zelfs geen volledige match. Maar een beetje. En het vierde kwart. Ik ben oud genoeg om deftige All-Star Games te hebben meegemaakt. Echt deftige. Goeie. En dan zie je waar dat naartoe is gegaan. En die fouten zijn eigenlijk een mooi voorbeeld. In 1993... zijn er nog 62 fouten gefloten. What the fuck? Dat is ook wel echt heel veel. 2003, 37. Ja. 2013, 24. 2023, 7. Nu, 3. Dus volgend jaar 0, hè? Dus dat is... Drie fouten gefloten. Ja, ja. Heel de match. 5 vrijwopeningen, zeg het, hè? Maar als je dan keek naar highlights van vroegere jaren, dan zag je echt posterdunks van Julius Erving over Kareem bijvoorbeeld. Omdat hij probeerde. En dat was, daar was hij op aan het wachten. Hij was aan het jagen op die ene posterdunk over Kareem. Dat wilde iedereen zien. Maar ja, en wat ik ook vooral mis, is zo het samenspel. Een schone passen en een 3-dubbele alley-oop en zo. Maar, dat heb je ook genoteerd. Oh, manneke, in 2010, herinner ik mij, toen werd er ook niet verdedigd. Maar dat was wel LeBron en Wade, een ene alley-oop naar een ander. Ja. En nu, ja. Towns heeft een beetje zijn best gedaan op het einde. Voor de rest was het echt complete shootout. Ja, ik bedoel, want hij is zo Luca die een alley-oop naar zijn eigen, dat hem dan door de ring geblokt wordt, dan denkt hij toch echt... Maar hij heeft dan chance dat Lillard en hij dat shot hit, maar ja, dat wil een highlight worden. Maar dat zegt toch alles over de All-Star Game eigenlijk. Luca heeft het grappigste gedaan van heel het All-Star Game wel. Hij loopt ze terug in defense en hij vraagt een bal aan die van het Oosten voor een shot te krijgen. Aan open. Niet gezien. Niemand heeft er iets van gezegd, maar ik zeg direct zo en zelf... Zelf er helemaal aangaan. Niemand reageerde, maar zichzelf heel grappig vinden. Maar dat dingen, ze gaan dat niet meer kunnen fixen. Hè? Maar ik weet niet, want Adam Silver, zijn reactie na de match, zei alles. Hè? Wat had hij gezegd? Eastern Conference All-Stars, well, you scored the most points. Congratulations. Ja. Come get your trophy. Dat was het. Ja. Dat is het equivalent van... Dat is echt de typische ouder, ik ben niet kwaad. Ik ben teleurgesteld. Ja. Maar gaan ze daarom veranderen? Die spelers gaan zo blijven spelen. Maar dat is de vraag. Moeten die we hier... dan vasthangen aan de overwinning? Maar ze krijgen al geld, hè? Ik heb een oplossing, Jasten. Ja, want dat is de vraag die we elk jaar opnieuw stellen. Hoe fixen we dit? Hebben we nu eindelijk een oplossing? Ik heb een oplossing. Voor All-Star Weekend heb ik een paar, maar voor de game niet. Ik ben wel benieuwd. Luistert hem mee? Ja. Oké. Okay. Want er is nu veel te doen over thuisvoordelen in de finals. Dat vind ik te veel. Ja, alleen dus veel te veel. De conference die het wint zou thuisvoordeel in de finals krijgen. Dat is veel te veel. Dat was vroeger zo in baseball, hebben ze daar in 2017 afgeschaft. Want dat betekent dat vorig jaar de 8 seed Miami Heat zou thuisvoordeel hebben gehad tegen de one-seed Nuggets. Dat klopt. Dan is het reguliere seizoen helemaal niks meer. Maar, dus gasten, we gaan zeer benieuwd. Terug. 12 spelers Oost, 12 spelers West. We gaan terug naar de draft wel. Dat moet voor mijn systeem, sorry. Dus elk team dat een All-Star heeft bij het winnende ploeg, een verliesmatch wordt een winmatch in de teamrecord. Dus de Lakers zijn 30-20 aan de All-Star break. Team LeBron wint, ze worden 31-19. Het gaat er echt uit, ik krijg het. Ja, dus een verliesmatch wordt echt een mini. Ja. Dus er raakt wel iets aan vast. Is iets. Niet superveel, maar het kan wel het verschil maken in de seeding misschien. Maar je zei, en welke match kan je dan winnen? Nee, dat maakt niet uit. Het is gewoon één. Dat is één van de matchen dat je verloren hebt. Het probleem is natuurlijk dan, als je aan de All-Star break 50-0 bent. Dus All-Star game wordt eigenlijk een extra match. Nooit gebeurd. Nee. 30-20 wordt 31-19. Dus je blijft één match gespeeld hebben. En dan betekent ook wel dat ploeggenoten All-Stars in hetzelfde team moeten zitten. Want ja, als AD daar zit en LeBron daar, dan maakt het voor hen niet meer uit wie dat wint. Okay. Maar dat is mijn voorstel, Adam Silver. Oké. Okay. Too much? Ingewikkeld? Nee, ik vind het origineel. Maar ik denk dat het geen verschil gaat maken. Ik denk dat ze voor één winst maken. Ja, maar dat kan dan toch het verschil maken tussen play-in of play-off misschien? Nee, ik denk vooral, als ze het nu hun best niet gedaan hebben, na alles wat er rond te doen is geweest, Adam Silver die
echt een jaar lang zijn best heeft gedaan om spelers te overtuigen. Legends, Larry Bird, Julius Erving, de spelers. Maar dat is de spelersvakbond, hè. Zelfs die zat daarachter. Dus iedereen die erachter kon zitten, zat erachter. En toch dachten ze, fuck it. Aan de rust hebben de East All-Stars blijkbaar effectief overlegd en gezegd, we gaan voor 200, hè. Die zijn er bewust voor gegaan. Ja, dan weten eigenlijk, we lachen daarmee, die weten, NBA pakt hiermee uit. Dat is een van de marquee events. Dat is een van de dingen waar ze effectief op willen inzetten, waar ze veel reclame voor maken, waar dat veel opbrengt. Alles is gesponsord. Mm-hmm. Driepunt contest. Die ja, zelfs die lijnen en zo waren gesponsord. Dat is wel zat. Alles is gesponsord. Ja, alles dat je kunt zien. Het is het grootste event dat TNT heeft, want TNT heeft niet de finals. Die hebben de conference finals. En het All-Star Game, dus daar pakken die keihard mee uit. Dus die spelers weten hoe belangrijk dat voor de league is. En toch denken die, boeit niet. Die hebben allemaal letterlijk gezegd van, oh, we zijn niet geblesseerd geraakt. Ik vind dat ook een slecht excuus, want in de afgelopen jaren hebben ze ook wel, afgelopen jaren, tot 10, 15 jaar geleden, daarvoor hebben ze ook hun best gedaan. Ze speelden ook niet 100%, maar wel 85%. Meer vragen we niet, hè. Doe een beetje uw best. Ik denk dat het is moeten proberen. Maar het probleem is natuurlijk wel, stel ervoor dat er iemand geblesseerd geraakt, dan is het wel, ja... Tijdens een All-Star game. Nee. Maar dat kan ook nu... Allee, nee, okay, dan ja, tijdens een andere non-match kun je ook geblesseerd krijgen. Altijd, dus ja. Want wat Kobe altijd zei tijdens van die pick-up... Dit moet eigenlijk de strafste pick-up game van het jaar zijn. Ja. En, je hebt toch liever een match dat 80-78 wordt dan 211 en vooral mannen spelen op in de zomer op de campus van UCLA, spelen die hardere pick-up games dan dit. En daar kunnen die ook geblesseerd geraken. Dat zei Kobe altijd. Je hebt er groot gelijk. In die Drew League en zo speel je ook harder. Tuurlijk. Ja. Dus waarom dan, als ze dat daar kunnen, wat ook een risico is, waarom dan hier niet? Daarom vind ik die blessures een slecht excuus. Speelt dan heel het off-season ook geen harde matchen. Want dan is ook een gevaar dat je knie oplast. Dan kun je op training ook niet all-out gaan. Hè? Ja, exact. Ik heb ook nog een oplossing. Oké. Okay. We schrappen alles. Ja, akkoord. Dus het All-Star Game... Hey, dat blijft wel een speciale match, maar we gaan terug naar een exhibitiematch. Team USA. Allee, iedereen die in de NBA speelt, dus de 12 beste spelers van de NBA, 6 uit Westen, 6 uit Oosten, spelen tegen de 12 beste spelers van Europa. Blowout. Dat is vet. Blowout. Ja? En vooral, jongens, sowieso blowout. Niemand gaat kijken. Ik ga kijken. Ik ga kijken. In Amerika gaat niemand kijken. Nou, dat is ja, dat is hun ding. Ja, maar ja, maar ja, dat is de markt, hè. Redelijk belangrijk, hè. Ik wil kijken. Oké. Okay. Ik zou daar wel echt naar willen kijken. Of tegen zo'n top prospects of zo. Maar ja, man, dat is zo. Ja, maar dan... Cooper Flagg dat er nu staat gestaan. Zeg maar iets, man. Defensive player of the game. Had ik ook ergens gelezen. Maar ja, dan gaat er drie man... Het is niet dat ineens... Trae Young gaat beginnen verdedigen, dan want hij weet dat en dan zo ziek veel geld aan hangen. Ja, maar hij gaat bij van de bio wel zijn best doen in een Giannis misschien. Hè? Zou het helpen als het All-Star Game verandert in zo'n format zoals The Rising Stars? 4 kleinere ploegjes en dan eerste match tot 60 en dan het All-Star Game zelf tot 45 en klaar. Mm. Maar niks aan vasthangen aan de winnaar. Maar gewoon korter, want je weet... Ik geloof dan niet dat het competitief is. Ik had nog iets anders ook, dat elke ploeg, je speelt totdat je wint na 48 minuten, maar je moet ook... Het is all open, hè. Je moet een paar challenges halen. Dus je moet minstens zoveel alley-oops hebben gedaan. Je moet minstens 5 bloks hebben gezet. Je moet minstens 5 bloks? En je moet dat allemaal behaald hebben. Anders moet je blijven spelen totdat je... 20 keer pompen anders. Ja, voilà. Suicide. Tegen die muur staan door je benen in 90 graden. Ah, mij verschrikkelijk. Dat is ook wel nice eigenlijk, zoiets. Dat is mijn challenges, maar ik vrees dat het ook gewoon... Ik denk dat er één iemand is die het een beetje kan redden. Victor Wembanyama. Want die mens die speelt alleen maar, die wilt echt winnen. Die was echt ambetant op Anthony Edwards, want Edwards had gezegd, All-Star Weekend is gewoon fun, dat is gewoon plezier hebben. En hij had gereageerd, ja, winnen is tof. Anders is het niet plezant. Ja, maar... Vind goed. Maar hij is maar één guy natuurlijk. Ja, voilà. Eens wel, maakt talenten niet. Maar als die effectief evolueert en hij wordt de beste speler van de NBA, mensen volgen, hè. Maar Luka is er dan ook nog altijd, hè. Die gaat blijven... Het is echt hopen dat de generatie dat er nu gaat bijkomen, dat die dat terug gaan... Ik denk met de spelers van nu dat het niet meer goed komt. Ja, dat hoe ga je grappig. Anthony Edwards, als je die zijn woorden hoort, hoe ga je die motiveren voor een All-Star game? Maar Anthony Edwards gaat... En die gaat er elk jaar bij zijn. Ik kan het zeggen, die gaat nog 12 al. Ja, maar die gaat nooit show zijn om ineens te... Maar wat ik vooral niet snap is, voor iedereen is dat zo'n eer. All-star worden. Jalen Brunson was aan het huilen op het veld. Ja. Iedereen is kwaad als er geen All-star is. Exact. En dan is die match en dan boeit het Het gaat niet om die match, het gaat om All-star zijn. Ja. Het gaat om te kunnen zeggen, ik ben zoveel keer All-star geweest. Daar ga ik om. Het gaat niet om hoe ze speelt, die match. Ik vind het jammer eraan, is zo de algemene teneur. Pre-season, dat is niet belangrijk. Dat vind ik ook, ben ik het mee eens. Reguliere seizoen, boeit helft van de tijd niet. Uw ploeg is daar het grootste voorbeeld van, Miami.
Boeit niet, regulier seizoen. Zolang we er staan, de playoffs halen, dan is het allemaal oké. Okay. Finals, dus baby. Regulier seizoen, maakt niet uit. Maar, en dan, dus dat All-Star boeit ook niet. Dat vinden we niet belangrijk genoeg meer. En de playoffs, die zijn wel belangrijk, maar dan hoort iedereen ook zeggen, ja, er is wel te veel focus op wie een ring wint en wie niet. Ja. Ja, zo blijft er niks meer over, hè. Dan kunnen we er gewoon beter... Het is om zeep, jong. Nee, maar als dat de teneur is, dan kunnen we er beter gewoon helemaal mee stoppen. Ik vind dat zo vreemd. Als All-Star, ook zeker als jonge gast, Anthony Edwards, ik zou... In zijn plaats denk ik, cool. Ja. Go, laat mij zien. Ja. Vindt ook raar. Ja, dat is jammer, hè. Ik heb je kijkt daar wel met heel veel nostalgie naar terug, vind ik. Ja, zo die All-Star Games van vroeger. 2001, dat was het voorbeeld. Het All-Star Games. Met Iverson. Met de eigen truitjes. Of niet? Ja, waarin Iverson zijn ploeg terugleidt. Dat is sowieso al een ding dat ze zouden moeten veranderen. Natuurlijk die eigen truitjes. Maar ja, dat is ook marketing. Allee, dat is geld verliezen dan dat je doet. Hè. Ja, maar dat was wel heel cool. Ja, dat is super vet. Ja. Maar dat is puur daarom. Dit jaar was ook wel vet, die bowlingvestjes dat staan. Hey, die opwarming vond ik heel cool. Want daar gaan we binnen zoveel jaar ook wel naar terugkijken van amai. Dat was echt cool. Maar als raakjes vond ik nog cool dit jaar. Als het All-Star Game niet zo slecht was geweest, had ik dat vestje direct besteld. 211 punten, Dennis. Record, hè? 400 samen. What the fuck. Ik heb voor het All-Star Game zelf... niet per se iets waar het kan redden. Wel voor het weekend. Geen skills challenge meer. Dat was erbarmelijk. Alsjeblieft. Dat was het allerslechtste ervan. Een paar nieuwe events, zoals een one-on-one tournament, King of the Court. Ja. Misschien wel leuk. Maar daarom... drie dribbles max. Ah, vet. Klein detail erbij. Dat is cool. Zoals die idee dat vroeger zo'n met KD en Kobe, Team USA, dan was dat super competitief tegen elkaar zo 1-1 speelt. Dat is heel graag. Dus zoiets. Dan misschien ook een 2-on-2 of 3-on-3 tournament. Maar het was een NBA Jam. Ik wil even terugkomen met die 1-on-1. Daar gaan die zelf. Maar dat gaat die mannen wel motiveren, omdat het dan echt persoonlijk is. Ja, voilà, inderdaad. Ja? En dat is ook nog nooit gebeurd, denk ik. Ja, en vooral dat je dan echt gescoord 1-1 wordt. Vroeger was het er. 1-1. Maar daartoe ook een Luka en een Jokic... Die mogen niet laten meedoen. Die mogen niet Booker, meedoen. Een Booker bijvoorbeeld, die gaat echt... Ja, maar Booker tegen Luka, en dat zal misschien zijn best wel doen. Inderdaad, je mocht wel zo... Daar gaat ook een commentaar op komen dat dat te risicovol is voor blessures. Ja, Booker tegen Paul George, die hebben ook wat beef. Dat is ook Booker met veel. Maar dat is een lastige mens. Blijkbaar dat moment niet gezien. Dus die stonden vlak bij elkaar en Booker stond met KD te praten en Paul George was ervoor met Durant aan het praten. En Curry stond toevallig in de buurt. Die was even blijven hangen en je ziet zich zo kijken van... Hoe gaan die tegen elkaar doen? Echt zo, wat gaan we hier van spektakel krijgen? Dat is ook wel altijd nice bij de All-Star Game, dat die dan zo samenkomen. Dat trainingen... was jaar geleden ook met Durant en Westbrook. Dat thema gaan dan maar eens bij All-Star terugstaan en dan alle hoop naar elkaar geven. Ja. Die trainingen zijn eigenlijk toffer dan de match zelf. Sorry, Niels, waar er nog van op? Ja, nee, dat was ook. Er is natuurlijk al gezicht, joh. Ja, nee, dat was oké. Ik wil terug Game of Horse. Daar hebben ze ook gedaan, hè? Met de Red. En die kreeg dat een kleine pony. Was een trofee. Dat was een trofee. En dat stond in daar. Kijk, 19 kleine jaar. Dingen, hè? Met echt zo'n My Little Pony vast. Schitterend. Dat moet echt terugkomen. Dat is fantastisch. Want ja, veel mensen zeggen meer geld geven, maar dat gaat niks uithalen. Nu al krijg je $100,000 als je wint. Ja. En 25.000 als je verliest. Dat is niet veel voor die mannen, maar het is wel iets. Ja. En dan wordt gezegd, ja, bij het in-season tournament motiveert het wel. Maar dat is vooral voor de kleine spelers. Omdat de mindere spelers, omdat ze die willen helpen. Ja, je moet echt miljoenen aan vastdagen eigenlijk al bijna. Ja. Maar ja, dat is veel. Wat het niet veranderen. Doen, nee. Ik wil zometeen nog even over All-Star Saturday beginnen, maar ik heb nog een paar dingen opgeschreven over de match zelf, over de Sunday, om te overlopen uit twee dingen. Drie, sorry. LeBron, LeBron is in tenue, gewoon, die heeft niet gedoucht na de match. Die is gewoon in tenue... Weggegaan uit de zaal en naar het vliegveld. Maar heeft hij niet meer uit? Hij heeft 10 minuten gespeeld of zo. Die is 5 uur in Indiana geweest. Dat was genoeg. Ik ben weg. Die voorstelling van de spelers. Normaal was dat altijd heel cool. Doorgespoeld. Nee, hoe awkward was dat ook? Die kwamen zo tegen hun goesting. Die werden dan zo aangekondigd. En dan dat was zo, duidelijk. Kijk wat. Kijk, maar zelfs aangekondigd worden. Zo kei. Niemand lachte. Heel vreemd. Ik moet altijd denken bij een voorstelling... Van spelers op het All-Star Game met het jaar. Met Derrick Rose. Derrick doesn't dance. Dat hij daar zo naast staat. Mega awkward. En wat is dan? Wade, Carmelo, Howard en LeBron. LeBron. Ja. Nee, Shaq niet. Nee, Shaq niet. En die staan dan met 4 gegaan en die staat er echt zo naast. Ja. Ah nee, Shaq was nog een ander jaar dat hij zo... toen ja, ja. En dan, het enige wat ik even stof vond, was het begin. Die 15 punten op rij van Tyrese Halliburton. Ja. En dan heb ik een paar dingen doorheen de weken gevonden van Halliburton. Hij heeft in de Pat McAfee-show gezeten. En die mens
Halliburton die verandert midden van zijn zin van stem. Ja, dat doe ik en heeft dat zelf niet door. Dus dat is super zot. Ik heb dat gezien, maar ik heb dat niet door. Ik heb dat ook precies niet door. Was dat zo duidelijk? Ja, dat was heel duidelijk. Ja. Maar hij zei zelf, want die McAfee die wijst dat, die zegt van, hé, ik heb twee stemmen. En hij zei zelf, ja, iedereen zegt dat, maar ik denk dat zelf niet. Dat is dus schizofreen. Ik ben fan van Halliburton. Ja, en, wel, ik ook, maar die zijn kleren zijn wel zot. Die heeft wel echt... dat was het enigste goede aan de skill challenge. Die heeft aan Bekker gered met zijn aanwezigheid, zijn charisma, zijn flair. In het All-Star Game heeft hij ook echt een zotte meerwaarde geweest voor het weekend. Maar is hij met zijn kleren wel? Ja, die heeft echt zotte fits. Maar wat beschrijft die? Kennen zo... Klappig. Zo'n tekenfilm vroeger van zo'n wolf met zo'n blonde vrouw dat hij probeert te versieren. Ah ja. Hoezo zeg je als dier? Dat was niet een tekenfilm, dat was een gewone film. En dan zo'n tekenfilmfiguren. Dat is toch zo'n cartoon dingen? Ja, dat is een tekenfilm. Ah, dat is wat in de wolf met zo'n zotte pakken aan. Ik weet wat je bedoelt. En zo'n pakken, dat is heel ver gezocht. Ik weet wat je bedoelt. En hij wordt altijd van die zotte pakken. Hij wordt 6 jaar volgende week. Ja, hij wel. Ja, voilà. Hoe zot is dat? Wie? Hij wordt zes. Hij is van Leap Day. Hij heeft maar 6 verjaardagen gehad. Dat is toch extra. Ja, maar die vieren dan toch een andere dag. Ik heb daar onlangs een discussie over gehad. Viert je de andere 3 jaar op 28 februari of op 1 maart? Ik vind op 1 maart toch. Waarom? Ja, omdat het dan... Het is de dag na... De dag dat je normaal jaar is. Ja. En anderen zeggen, ja, maar het is niet in februari. Ja? Jij vindt 28 februari. Ja. Sorry, nee, je viert niet. Ja, Luc. Ja, Luc. Uw verjaardag is zoals het WK en de Olympische Spelen. Om de 4 jaar. Super zeldzaam. Ja, maar zot, hè? Je kunt toch niet uw verjaardag vieren als die een dag niet is? Maar je wordt wel een jaar ouder, toch? Dat past er wel bij, weet ik. Officieel niet. Ja, dat is waar. Dat past er bij. Past. Ja. Ik ben echt fan van die mensen. Ja, ik ook. Het leukste van heel het weekend was eigenlijk de 3-point contest tussen Stephen Curry en Sabrina Jennings. Ja. Vooral ook het toffe eraan. Dat was allebei 1 keer geshot en klaar. Ja, voilà. Dus ze moesten het direct doen. Mm-hmm. En ook... En ze doen het allebei. En die hadden allebei veel te verliezen. Haar reputatie. Ja. En zij shot... Ja, Kenny Smith heeft zich daar serieus belachelijk gemaakt. Ja, commentaar. Ja, zij heeft met een WNBA-bal gegooid, normaal. Maar wel van achter de 3-puntlijn. De NBA-lijn. Niet de WNBA-lijn, is dat iets dichter. En dan daarna van, ze had van de WNBA-lijn moeten gooien. Deze is niet eerlijk voor haar. Ze heeft er zelf voor gekozen en ze heeft evenveel punten als de meeste van de winnaar bij de mannen. Ja. Zwat. En dan ook, zo verwijzen je naar met poppen spelen en zo. Rare dingen gezegd. Ja. Is dat een moeilijke dag. Meisjes kunnen meer dan alleen met poppen spelen. Dat is dat lang duidelijke gast. Ja. Maar de verwachtingen waren zo hoog voor het event en zijn volledig ingelost. Hè. Echt. Ja, ja. Maar ik heb daarna nog eens die 3-point contest gezien van vorig jaar bij de vrouwen. Ja. Oh, gestoord, hè. Die missen 2 shots, hè. 3. 2? Ik denk 2. Dat 1 moneyball. 37 op 41. Ik denk dat ze 1 moneyball wist en 1 gewoon shot. Op 41 of op 40? Op 41. Ah ja, oké. Dan kan het zijn dat ze er 3 missen. Maar dan nog. Dus als 2 moneyballs, dan die verre shots ook binnen. En nu wil ze het volgend jaar misschien uitbreiden met 2 mannelijke shooters. Let's go. En dan met Caitlin Clark erbij. Maar ik vind nu, na zo'n event, rerun gewoon zij 2 volgend jaar. Nou, moet revanche gewoon. Maar is het uitbreiden niet tof? Maar dat kan het jaar daarna dan ook nog. Ik vind nu wel gewoon herkansing voor Sabrina. Ja, maar sowieso ook nog, hè. Ah, allebei. Stephen Curry en Sabrina blijven. En dan maar nog dan eens... Caitlin Clark er bijvoorbeeld bij. En, of Kelsey en Plum. En Dame dan. En dan Damian Lillard bijvoorbeeld. Of Klay Thompson, de Splash Brothers samen. Mm-hmm. Briggs. Ja. Oh. Beetje respect, hè. Wauw. Hey, 35 van de blanke gast. Dat is een event, want het leukste van All-Star Saturday is 3-punt contest. Ja. Ik denk dat iedereen dat over heeft. Nu wel, ja. Waarom doe je niks met de beste shooters van vroeger? Die op een oude dag... Maar dat hadden vroeger toch ook? Die hebben effectief een 3-punt contest doen. Hè? Ja. Ik wil Petraxo Jakovic nog wel eens 3-punters doen. Maar die krijgen dan wel een minuutje meer voor rustig naar de rond. Ja, die krijgen zoals bij Petanque, zo een koord om een bal te pakken. Dat wil ik zien. Ik wil wel over de 3-punt contest zeggen, als er 4 man zelfs scoren, heeft toch gewoon direct finale. Exact. En niet die een tiebreak nog, want dat was echt... Ik kon niet volgen. Ja, het was te veel ineens. Ja. Trouwens, zot nieuwtje, ik vond dat een zot nieuwtje of weetje over Stephen Curry. Hij en zijn vrouw Aisha zijn Meter en Peter van het kindje van een celebrity. Als je het weet nog niet zeggen, als je het echt al weet. Van wie? Ik ben vergeten, echt een denk ik. Heel bekende actrice. In de zaal, hè? Ja. Een actrice. Actrice. We hebben allemaal een film van haar gezien waarin ze als kind meegedaan heeft, sowieso. Ik ben het kwijt. Als kind? Ja. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Wow. I am Lindsay Lohan. Parent Trap, nee. Ja, de Parent Trap. Ah ja, oké. Die zijn Peter en Peter van de kleine van Lindsay Lohan. Hallo. Ja, dat is... Van een wereld, hè.
Zat de wereld. Ik ben de docu leven. Beginnen kijken van... Lindsay Lohan. Die een docu? Ik weet het niet. Nee, van Stephen Curry. En waar staat die? Apple TV. Ik heb een abonnement op Apple TV. Gratis nog even. Het is goed. Ja? Ja, het is gewoon... Ja. Die zijn jeugd was een helle. Stephen Curry? Ay, als in van overal afgekruikt en Ik was eigenlijk al de zon van een NBA-speler. Nee, ja. Maar ik wil nog niet te veel... Ja. Je hebt beelden van zijn eerste wedstrijd in high school en zo. Ja, als je dan had gezegd van, ja, maar later gaat hij 4 ringen winnen en zo. Niemand had je geloofd. Dat is echt... Maar een hel. Een hel, nee, de zoon van NBA. Ik denk dat hem 's ochtends wil eten krijgen. Zijn broer is terug bij Charlotte met de nummer van zijn vader. En dat hoort dat Tim Hardaway erover gezegd heeft. Over, dus Tim Hardaway, senior, wil junior heel graag bij Miami krijgen. Maar hij heeft gezegd, no fucking way dat hij mijn nummer mag krijgen. En dan vooral deze, dus die nummer zit in de raad. Heb je gezien hoe ik wandel? Dat heb ik gedaan, zodat mijn nummer daar kon hangen. No way dat mijn kleine met mijn nummer gaat spelen. Dat vond ik wel cool. Zaterdag. Dus 3-punt contest behouden we. Skills challenge, zijn we het allemaal over eens dat er afgeschaft moet worden? Ja, maar of terug zoals vroeger gewoon. 4 grote namen dat 1 keer een parcours moeten afleggen. Ja. Goed, maar niet. Wat was het? Hoe lang duurde dat? Maar dat past. Kon er iemand van jullie volgen? Nee. Maar kunnen die spelers dat zelf volgen? En ook Scottie Barnes en Anthony Edwards zegt gewoon nee in het vervolg. Als je dat gaat doen, doet dat niet mee. Scottie Barnes heeft balverlies geleden. Maar en met die parcours. Echt? Ze hebben al 48 halfcourt shots gemist. Scottie Barnes hem dan achterwaarts. Verbieden hem nog te komen. Hè? Nee, dat moet hij niet meer doen. Vorig jaar was hetzelfde. Dan moest hij zo'n shot scoren en miste hij 15 keer. Die mag niet meer komen. Minder bekende spelers die zich willen bewijzen daarin of zo. Maar... Want vroeger was dat wel nog tof. Ja, dat echt zo'n jaar dat LeBron, Wade, Chris Paul... En Deron Williams was denk ik of zo, dat die 4 tegen elkaar, dat moeten we terug hebben. Maar toen was dat nog logisch, want daar geven ze een botspas. Ja. En hoe groot waren die targets voor die passen te geven? Vroeger was dat een band, nu was dat echt... Echt. Maar dat is een beetje veranderd, maar zo, dat is nog altijd wel zo hetzelfde parcours ongeveer. Hè? Ongeveer, ja. Misschien moeten we dat echt zo heel zot maken. Ja, oké, maar veel dat zotter. Ene... Zo bij Brugge. Ja, en met zo'n ballenbed. En zo moet vallen. Zoals, zo'n hond. Zo dat door een tunnel moet. Heet dat spel? Op dat water. Ja, op dat water. Maar met die ballen. Whiplash. Is dat Whiplash? Nee, dat is een film. Nee, dat is een film inderdaad. Wipeout. Wipeout. Ah ja, wow, amai, ik ze mee. Dat, met die ballen. Ooit is gedaan trouwens. Met een vrijgezellen. Ik heb ook. Met een basketbal. Ja. Nee. Ja. Nee, ik heb ook niet alles meegenomen, want dat is zeer koud water. Ja. Maar echt, ik heb het nog nooit zo koud gehad. Dat was ik heb 1 ding meegedaan en rustig aan het al. Echt? 1? Ja. Ik zag die mannen nog vallen. Ik dacht van... ik ben echt keihard. Straks nog gaan eten en nog gaan dansen. Hè. Dus, nee. Wij moesten daarna naar Best Kept Secret Festival. Ah, ja, voilà. Kom maar een paar dingen gedaan. Ah, mijn enkels. Was ook mijn voeten bijna... Rustig gaan drinken. Mogen wij nog pintjes? Dunk contest. Ik wist daar trouwens nog wel een... Ja, een biertje. Ja. Ik weet niet of de jongens nog iets bij hebben. Oh, ja, dat is fantastisch. Ja, zeker. Ja. Zeker. We zijn hier, alles is hier los. Ik kan ze bied ook recht staan, ik voel het al. Laatste dingen over het All-Star Weekend, dan gaan we verder. Ja, dunk contest nog, hè? Ja, dat wou ik net zeggen. Dit was geen NBA dunk contest, dit was een G-League dunk contest. Half, hè? Dus Jaylen Brown en... Jaime Hakkes, triple G. Heeft hij meegedaan? Triple G. I love him. Met zijn klak. Met zijn klak aan. Belachelijk, die klak. Zwat. Jaylen Brown, daar gaan we ze biedt even op in. Maar los van wat hij gedaan heeft, respect voor het feit dat is een enige all-star in 6 jaar tijd die tenminste nog meegedaan heeft. Dat wel. Dan, Jacob Toppin. Ja, de slechte versie van... Maar wel hops, hè, toch? Ja, ik vond dat hij wel nog de betere dunks had. Ja. En dan Mike McClung. Ja, kan goed zijn. Maar de G-League heeft zijn eigen dunk-contest. Ja, dat is waar. Je moet het niet in de NBA komen doen. Nee. We willen... Maar zijn blij dat McClung komt. Ja, maar... Dat is hem dat niemand... Hebben we 2 jaar op krijgen gered? Namen willen doen. Alleen gered was dit er nog. Ja, gered. Ah, wel. En dat is het probleem. Niemand wil meedoen. Niemand van de grote namen wil doen. Als wij 4 namen mogen kiezen, wie willen we van de huidige spelers nu? Wie willen we volgend jaar in het dunk-contest? Ja. Shooter! Ja. Ja Morant, sowieso. Ja. Anthony Edwards. LeBron James moet zo wel meedoen. Hij heeft gezegd dat hij ging meedoen en zo. Ik ga wel meedoen. Ja, maar zo, die paar dunks dat hem deed tijdens de All-Star Game, dacht ik ook al... Mm. Nee, maar juist daarom. Daarom moet hem nu of volgend jaar meedoen. 21ste jaar in de NBA. Ja, tuurlijk. Maar echt. Dat ook maar dat gaat geen goede dunk contest worden. Dus die twee. Die twee sowieso. Zion. Zion. Die 3. Maar ze hebben niks te verliezen. Ja, dat is de reden dat ze niet meedoen. Maar die 3 willen we toch al zeker, denk ik. Anthony Edwards, Ja Morant, Zion Williamson. Sowieso. En wie vergeten we? Er zijn sowieso grote namen aan het vergeten, denk ik, wat dunkers.
Echt? Wembanyama? Ja. Dat wil ik ook wel zien. Twee handjes dan. Zo niet springen. Maar ja, maar dan op een ring van 4 meter. Ja, Howard heeft dat nooit gedaan op de Velo. Dat zijn niet McGee? Ah nee, Dwight Howard. McGee heeft op 2 ringen. Ja, ja, ja. Is twee dingen. Howard op een hogere. Dat was wel cool. Als je daarover als je dat eens bekijkt, dat is crazy, hè? Is dat zot dat hij op 2 ringen... Maar dat is super inventief, dat is nice, zo'n dingen. Ook al is geen top. Jalen Green van Houston. Ja, bijvoorbeeld. Zo'n naam nog. Een jonge, ja. Moeten we de glaasjes misschien? Mocht er doorkomen, dat is oké. Is dat dezelfde of is dat een nieuwe? Is dat een geuze? Bied maar dus, hè. Voor de Thijs een maag, snap ik. Ik vind dat goed, hij trapt zuur. Geuze? Zeg jij fijn? Ik vind dat lekker, ja. Ik vind dat heel zuurig. Ja? Dat is ook heel zuur. Dat is heel zuur. Ja, ik weet niet. Ik ken zo'n paar slokken en vind ik heel zuur. Geuze vind ik wel lekker. Dank je wel. Ik zal er wel verder praten over het tuincontest. Ja, maar want Vince Carter heeft iets verteld daarover. Ja. Er is een tijd geweest dat de NBA plannen had om met echt 4 supersterren te doen. En vooral om die alle 4 $1 miljoen te geven. Ah, sowieso gewoon deelnemen. En dat waren... Dank u. Vince Carter, Kobe Bryant, Tracy McGrady en LeBron James. Oeh. Dus dat is intussen 4 of zo. 4, 5. Ja. Maar uiteindelijk waren er te veel die het niet wilden doen. Ja. Ah, ja, okay. Dat was cool geweest. Dat is wat ik maar waarom wilden die dat niet? School, ik snap dat niet. Ik snap ook maar niet waarom. Maar die te verliezen, die gaan sowieso iets fit doen. Hè? Allee, ook al zelf dat zo aan een matige nuk of gemist. Hij mocht toch niet het kan ook, laat. De kijkcijfers gaan wel sky high. Ja. Daarom. Het kan ook niet veel erger dan dit jaar. En Blake Griffin heeft dat ook gedaan. Dat was ook een teleurstelling. Hier komt het, iemand. Maar praten we. Maar op de zich, auto. Precies, Steven. Maar het was wel over de auto. Maar het ding is, niemand geeft daar nog eigenlijk om. Nee, tuurlijk. Om doordat het zo geëvolueerd is, denken we nu allemaal, cool dat Blake Griffin dat geprobeerd heeft. Zeker. Het was een teleurstelling, maar cool dat hij het gedaan heeft. Het was tenminste nog over een auto en niet over een dude die dat... Een doet van 1,60 meter. Maar ik ga even een onpopulaire opinie geven. Ik vond het eigenlijk al bij wel entertainment nog. Ja? Toen contest. Al bij al. Ja? Dat Jaylen Brown zijn best heeft gedaan met zijn props. En doordat hij het zo belachelijk deed, vond ik het echt entertainment. Dus Jaylen Brown. De eerste dunk van mijn klang was ik... Als ik hem live zag, in de herhaling was het oké. Okay. Nee, eerste dunk was supercool. Ah, ja, voilà. Dus we hebben toch dunk gezien. Wat was de eerste dunk? De eerste dunk was dat hij zo omhoog had gegooid. Die vond ik heel cool. En met zijn linkshand van Jaylen Brown, dat was toch hilarisch. Wow. Ik kan niet dribbelen met links, dat is een matige dunk doen met links. Jaylen Brown speelt met nummer 7 bij Boston, met de naam Brown op, logisch. In 1991 heeft D. Brown een dunkcontest gewonnen met nummer 7 in het shirt van de Celtics. Met de bekende dunk heeft hij zijn schoenen opgepompt en die coole Reeboks. En dan met zijn arm voor zijn ogen. Jaylen Brown ging daarna doen. 1. Dat pompen. Wat, doet dat duidelijker, dat we dat kunnen zien? Ja. Of doet die schoenen aan? Doet die schoenen aan. En dan, hij dunkt over inderdaad een gast van nog geen 1,60 meter die op een stoel zit. Dus die het aan 1,20 meter is. En dan landt hij en doet hij zijn hand voor zijn ogen. Hilarisch. Hij moest dat in de lucht doen, hè? Ja, ik snap het concept, hè? Maar hij snapte het zelf in zijn defense, ik heb wel de practice dunk gezien. En dan was het wel gelukt. In de lucht deed hij hem dan zo. Wat veel cooler maken. Ja. Plus, hij moet zo moeilijk zijn. Of niet, hoeveel schrik krijgen. Dus gekikt en gegaan in de lucht. Allee. Ja, maar dat is het ding een beetje, hè? Maar, het is helemaal mislukt. Maar als je merkt dat het lukt, doe het dan ook niet meer als je eenmaal op de grond staat. Ja, maar we moesten... Oh, ja. Hij was naar beneden. Ik vond het entertainment daardoor. Ik heb echt gelachen. Ik ken er ook niet. Maar die kreeg nog... Die had nog 47... Waarom durfde hij ook geen strenge punten geven? Ja. Die en Dunk was de 35, hè? Ja, en die van Mac McClung kreeg dan geen 50, die eerste. Wat, hoeveel had hij? 47,6 had hij ervoor. Hij had nooit in de finale mogen zitten, hè? Nee. Jaylen Brown. Maar het vond het al wel entertainment. Maar gelukkig deed hij mee. En McClung over Shaquille ook nog een... Maar zo, dat handschoen, kom. Dat is toch hilarisch? Vinden we dat cool? Maar voor wat zijn dat we zo laten zien? Ik kan iets met links. Ja. En dan daarna zijn we aan het kijken. Ik vond dat echt hilarisch. Het is iets. Je moet het van zo'n dingen hebben, want je weet dat je geen 8 nieuwe dunks meer gaat zien. Maar dat bestaat niet meer, hè. Maar als je dat vergelijkt met Vince Carter of met Gordon. Ja, maar dat is misschien allemaal niet nieuw, maar wel... Ik had een dag erna had ik een compilatie van in college gezien. En dat waren ook geen nieuwe dunks of zo. Maar had wel het ding van... Amai. Ik vond het niet het slechtste dunkcontest aller tijden of zo, hè. Nee, wat dan wel? Als ze zo teams hebben gemaakt een keer. Maar John Wall toen een coolere dunks dan... Oh, die van Mac McClung nu, die eerste. Ja, dat was ook echt ene, een dunk. Ik vond er ene en cool. Die van hem over Shaquille. Nee. Die gast is zo groot, die spreekt over Shaquille O'Neal. Maar als we onbekende dunkers willen zien, is het gemakkelijk genoeg om er online te vinden. Ze moeten er alles aan doen om een paar... Ze gaan zich ook niet blesseren door... In de layup line dunken ze genoeg. Hè. Stephen A. Smith zijn rant trouwens gehoord over dat LeBron zijn schuld is dat het dunkcontest zo slecht is geworden, omdat hij nooit heeft meegedaan. Ja, maar, net altijd, maar dan wel zei dat hij ging meedoen. En dan elke layup line
een zieke dunk contest hield eigenlijk. Ja. Maar dat niet echt wilde meedoen. Kom nog een paar keer ik terug. Ik vind dat jullie... Allee, het was slecht misschien, maar ik vind dat jullie te streng. Ja, ik vind... Zo, ja. Er wordt zo... Je vond het echt entertainment. Altijd te veel. Die, ook dan zo, hier doet dat shirt aan. Moet wel zeggen, ik heb het die klak aan. Ja. Vlak na de skills challenge gezien. En het was daarom misschien dat ik ook zo... Ja. Zo erbarmelijk was. Als je toen aan het programma van Astrid Bryan en Natalia had gezien... Dat tussendoor, tijdens de paas van het All-Star Game heb je dat opgezet. Dat is ook... Mensen, ik heb wel de eerste 15 minuten gezien. Ja, maar dat is uniek, hè? Mensen die dat gezien hebben, je kan het niet meer bekijken. Ja, zie, dat vond ik heel spijtig. Ja, ik heb er van alles over gelezen, maar ik heb het niet gezien. Ik heb er 10 minuten van gezien. Ja, ja. Fantastisch. Fantastisch, hè? Nu? Ja, loste alle verwachtingen in, toch? Echt, waanzin. Ja. Oh, zie. Hoezo heeft die auto geen airco? Amai, hier ga ik wel aan moeten winnen. Je hebt een huis. Dat ging ook zo. En ook, die hebben er helemaal niet gewoond, hè. Nee. Nee. En blijkbaar stond die in een Range Rover bij de buren geparkeerd. Gasten, laat het. Laat het. Nee, nee. Want ik heb het niet gezien. Ik ook niet. Ik heb mijn dingen over gelezen. Stom. Fantastisch. Oké, één ding van de Rising Stars Challenge. Benedict Mathurin was MVP. Zwaar aan trash-talken. Heel zwaar aan trash-talken tegen Jaden Ivey. Ja. En op een gegeven moment stond hij op de vrijwoordplein en heeft hem gezegd $25,000. Moet ik mijn vrijwoord binnengooien? Nee. 0 op 2. Ja, ja. Maar hij was niet accepted, denk ik. Tegen wie dat hem zei? Nee? Het zei, ging niet akkoord. Maar dan nog. Ja. Niet dat was, ik vond het heel jammer dat die G-League mannen winnen. De eerste match waar we die Wemby tegen Chet hadden in de finale ook. Ja. Wat dat wel echt een duel weer had kunnen worden, denk ik, die twee tegen elkaar. Sowieso. Jammer. Volgende. Passend bij dit All-Star Game is eigenlijk ook ergens dat de coach van de Eastern Conference Doc Rivers was. Ja. Maar dat zou niet mogen, hè. Daar moet je iets op vinden. Hè. Ja, nee, het was dus gewoon normaal gezien zou het de coach van de Celtics zijn geweest, van de beste ploeg in elke conference. Maar dat mag geen 2 jaar op rij. En dat het vorig jaar al de coach van de Celtics was. Ja, zijn we zijn vorig jaar. Ja. En daarom Zula, second row Joe vorig jaar. En daardoor was het dit jaar in de tweede plaats. Staat niet meer tweede, hè, tegen dat All-Star Weekend begon. Dus ja, maar dat is het moment dat het gesloten wordt. Ja, ja. Kijk dan naar de derde als die coach vervangen wordt. Ja. Maar wat. Snappen jullie het ontslag van Griffin? Of vinden jullie het, zoals Francisco Elson op Twitter al heel vaak naar mij gestuurd heeft, zo onbegrijpelijk dat hij is buitengegooid. Tweede plaats in de Eastern Conference worden 31-10. Ja, maar ik denk dat je even niet naar het klassement kijken, naar het spel, weten welke speeldag je hebt. En ik vind het rap, maar ik snap het wel ergens dat ze hebben gehandeld om dit seizoen nog te proberen. Ja. Plus, er is sowieso wat dingen gebeurd achter de schermen dat wij niet als weten. Als we de spelers zeggen, waarschijnlijk. Niet content waarschijnlijk. Voilà. Dat ontslag van Terry Stotts. Dat zegt al veel eigenlijk. Een ervaren assistentcoach die jarenlang met Damian Lillard heeft gewerkt en die buiten gegooid wordt. Dan weet je eigenlijk... Geen goede start. Nee, voilà. Maar Doc Rivers was eerst advisor voor die zat daar al. En dan nu, hoe pijnlijk is dat ook? Was een soort van Tony van den Bossen eigenlijk dan in Milwaukee. Maar Tony was ook assistentcoach, hè? Die zat al mee op de bank. Ik denk Doc die zat... Maar hij was ook advisor. Ja, dat is waar. Eigenlijk wel. Doc is nu niet de beste keuze, maar ik denk dat het de enige keuze nu dat was. Dat was het, hè? Wie hadden ze anders kunnen binnen? Terry Stotts als headcoach. Maar ja, nadat hij was weggegaan, was het ook raar geweest om die terug te halen. Hoe goed zou dat zijn? Maar je ziet, dat zou praktisch zijn. Je hebt sowieso goede coaches, maar je moet wel ergens met een naam komen of zo zeker, om het te verantwoorden dat je Griffin het buiten gooit. Ik kon moeilijk George Karl of zo terug uit halen. Daar gaan we ze bieden nog over hebben, over George Karl. Oh. Dus daarom dat hij naar maar het is een heel gedoe over Doc Rivers. Hè? Dat is wat J.J. Redick had gezegd. Ja, dat zat wel diep bij Redick precies. Ja. Maar ik wist het helemaal niet dat hij zo vaak liegt of zo vaak excuses zoekt. Doc Rivers is inderdaad de master of excuses blijkbaar. Ja. Vandaag heb ik er heel veel terug van opgezocht. Ja. Er is een analyse van een Amerikaanse coach. Die heeft alle Game 7's van Doc Rivers geanalyseerd. Die vandaag allemaal bekeken. Uitgebreide analyses over het feit van, het tactische al. Hij past zich nooit aan. Mm. Waarom heeft hij nooit succes in belangrijke matchen? En dan zie je inderdaad, de sterspeler van de tegenstander speelt altijd zijn beste match tegen de ploeg van Doc Rivers. Dat is al tekenend. Zijn beste spelers die spelen ineens onder hun niveau, zelfs defensief. Zelfs Kevin Garnett in Game 7 weet ineens defensief niet meer wat hij moet doen. Nee. Als die dat niet weet, dan is er een probleem. Maar je merkt dat nu al bij Giannis toch ook? Onderdok, dat al niet meer uittellen is, precies. Ja, bizar. Maar nu, dat is toch nieuw natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar dat kan nog... je verliest tegen Memphis zonder starters. 2-8. Zonder starters, Memphis had niemand. Maar voilà, daarom. Dat is echt, two-way players gewoon allemaal. Maar aan tijd wordt ook gewoon duidelijk, de coach moet bepaalde dingen uit zijn ploeg krijgen, zeker op belangrijke momenten. En bij Doc Rivers is dat vaak niet gelukt. Nu, het is wel beter dan Griffin. Ik denk wel dat het een betere optie is. Is het tijd voor een tijltje? Het is lang geleden, maar het is tijd, gasten. Geen probleem. Hoe lang zijn we bezig? Een uur, denk ik. Moet er niet op reageren. Zoiets, ja. Een uur. Ik heb mijn best gedaan. Mooi gedaan. Maar ik denk wel, ze moesten iets doen. Dus dat snap ik wel. Want dan werd gezegd, te snel.
Ik denk met Griffin, als je de kleedkamer kwijt bent, wat duidelijk zo was, dan gaat het niet werken. Dan is het gedaan. Hè? Dan is het gedaan. Ja. Als je de voeling met je spelers kwijt bent, dan... En dat was het geval. En ik denk ook hoe ze nu aan het spelen waren. Want ik heb ook die analyses nog eens bekeken van wat er met Milwaukee aan de hand was. Heel veel aan die defense had hij niet aangepast. Want Brook Lopez die zakte nog altijd in. Die ice defense die speelde. Maar ze verdedigden anders op de shooters. Daar werd niet meer geroteerd. Vroeger lieten ze de shotters open en zorgden ervoor dat er geen layups werden toegestaan. Nu was er gewoon vaak pure chaos. En daar gaat Doc Rivers iets aan proberen veranderen, of dat gaat lukken. Maar wat dat je zei, Niels, van J.J. Redick, jij had gezegd, wat had je allemaal gezegd? Ja, dat hij heel veel excuses zoekt. Ik wist niet wat de exacte statement was. En dat is een speler ook altijd, zijn ploeg altijd voor de bus, onder de bus gooit. Ja, en hij kan er wel iets van weten natuurlijk, want hij heeft er jaren voor gespeeld bij de Clippers. Ik weet niet hoe lang juist. Maar dan had Pat Bev nog een reactie op J.J. Redick. Uiteraard. Ja. Dat is juist, ik heb het ergens opgeschreven. Nee, ik had dat gelezen. Ja. Dat hij wel zijn beste jaren bij de Clippers heeft gehad. Nee, dat hij zo zijn startersplaats aan Doc had te denken en dat hij voor geen enkele andere ploeg zou starten. Saved your career. Ja. Saved your career. Maar dat is ook wel niet waar. Nee, hij heeft gereageerd. Ja. Ik had een... hij had daar gereageerd, J.J. Redick, heel goed. Van, ik had een aanbod bij een andere ploeg. 4,4 jaar tekenen als starter. Dus save my career. Fuck out of here. Ja. Hij is heel goed bezig. En Pat Bev zegt dat nu ook gewoon omdat hij bij de Bucks speelt. Hè? Ja. En dan zet hij niet zo... En Pat Bev heeft er nog eens op gereageerd. Ja. Ik weet niet meer mee wat, maar J.J. Redick heeft hem helemaal afgesloten. Ja. Dat hem afgemaakt werd tegen James Harden in die serie. Ja. En dan heeft Redick de cijfers van hem defensief tegen Harden in die serie gepost. Heel goed. Ja. Maar onder andere, als het ging over de excuses die Doc Rivers zoekt, werd vaak iets gezegd over... heeft dat zo vorig jaar gedaan... Van ja, mijn Game 7's, onder andere die in 2003, waar een 8-seed met Orlando speelde tegen de kampioen Detroit. Detroit was het jaar na kampioen geworden. Kijk die ploeg maar eens. Wij hadden alleen maar welke spelers dat wij hadden. Ja, ze hadden Prime T-Mac. Orlando T-Mac was misschien wel de beste T-Mac. Zeker. En bij Detroit, Rasheed Wallace was er nog niet. Cheap. Rick Carlisle was toen nog headcoach. Ja. Dus Larry Brown heeft moeten overpakken, omdat het toen niet goed genoeg ging. Dus dat was helemaal niet kampioen Detroit. Dat is zoals mensen, als je praat over LeBron, zijn geweldige match tegen serie tegen Detroit 2007. Dat was indrukwekkend wat hij tegen Detroit gedaan heeft, maar Ben Wallace zat daar toen niet meer. Dus dat was niet meer de kampioenenploeg. Ben Wallace was daar weg. Dat is wel een redelijk belangrijke nuance. Net zoals toen Rasheed er nog niet was. Was wat. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk, het is beter dan Griffin, maar met Doc Rivers gaat het ook niet lukken. Ik geloof daar niet in. Het is erg, hè, want hij maakt... Echt waar, gewoon. Iedereen zag dat aankomen van oei, en het is zo. Hè. Ja, ik vind dat echt. Ik denk niet dat hij daar volgens jou nog coacht ook gewoon, hoor. Maar ze hadden gewoon Nick Nurse moeten pakken, toch? Janis wou niet. Janis wou niet, maar we weten niet waarom. Off-season, okay. Janis wilde natuurlijk. Ja. Als je geen fan bent, maar... Vind ik heel raar ook. Janis trouwens een uitspraak gehoord. Dat hem geen basket kijkt. Ik kijk geen basketbal. Ja. Ik hou ervan om naar een match te gaan en niet te weten tegen wie ik speel en wat ze gaan doen. Ja, ziekste cap. Ik heb meerdere keren geschreven. Zever in paksken. Ja, zieke paksjes. Want ten eerste moeten dat toch sowieso al kijken. Ja, sowieso. Die moeten filmen kijken. Die hebben toefkamer. Teambriefing. Ja. Met videoanalyse of zo. Maar dat wordt tijdens het All-Star Game gezegd. Tijdens het All-Star Weekend, dat is allemaal wat... luchtiger en zo, denk ik, maar ik ook al dat is gewoon zeven. Maar weet je, is dat niet zo... Tegenwoordig, Jokic heeft dat ook, dat lijkt zo een beetje cool om dan te zeggen van... Hij kijkt geen basket, maar hij is wel de enigste echt superstar dat er op elk event op zaterdag staat alles te filmen met zijn gsm. Jawel, je kijkt het en je wilt het herbekijken, want je filmt het. En ook als dat zou zijn, is dat wel... Dan gaat het voor Milwaukee zeker niet lukken. Hè? Ja. Als hij zijn ploegen niet aan, zijn tegenstanders niet analyseert. Ja, natuurlijk. Alsof hij Phoenix niet had geanalyseerd voor de final. Allee, dat hij dat niet gedaan heeft. Het zou redelijk onprofessioneel zijn als je dat niet doet. Ja, Jokic doet dat sowieso. Dat is ook tuurlijk. Dat doet dat zeker dat ook. Interessant. Die moeten dat hoort ook bij hun takenpakket. Allee, sowieso. Die moeten dat ook doen. Dat is in hun contract, man. Dat is hun job. Ja, heel simpel. Sommigen doen dat niet, maar dan ben je ook direct uit de league. Johnny Manziel. Johnny Voetbal. Ja, Johnny Voetbal. Een voetbalspeler. Ik heb een documentaire op Netflix gezien over hem. Interessant trouwens. Die was gedraft in de eerste ronde door Cleveland. En hij had zelf gezegd van, ja, ik keek nooit video. En die coaches allemaal, keek effectief nooit film. En die had toen ook effectief getest door zo vragen te stellen van, die play daar, ik ken hem? Ja, ik ken hem. Want die bestond helemaal niet. Dus die verzonnen zo dingen om te testen van, die play dat je zo, je weet hoe dat zit, ja. Maar zeker bij die sport moeten dat het herste doen. Hè. Allerbelangrijkste. Ja, maar dikke zeven dus gewoon, hè. Cap. Hij heeft ook gezegd, het is Damian Lillard's team. Dat zei hij voor het seizoen ook, hè. Maar dat is toch bullshit? Dat is raar. Nee, maar gezegd dat LeBron zei dat ook soms over... als hij naar Miami komt, zei hij ook, het blijft Wade zijn team. Maar dat was waar. Ja, maar nu is het wel omgekeerd. Lillard komt erbij, maar...
dat zegt de beste over de tweede beste van tijd, zeker. Om hem wat het gevoel te geven dat hij ook de beste is. Ja. Ik weet het niet. Vindt raar. Ik vond het vooral opvallend ook als je keek naar dat hij speelde onder Griffin. Hoe slecht die symbiose tussen die twee was. Hoe weinig spacing soms ook. Want dan zag je Lillard, dan kreeg hij een screen van Lopez bijvoorbeeld. Of dan had hij ruimte voor een isolation te doen. En dan stond Giannis echt zo veel te dicht, bijna de afstand dat wij nu van elkaar zitten. Ja. Ja, dan kan Lillard zijn actie niet maken. Ofwel kom je een screen zetten dan. Ja, dat is ook voor mij nog altijd te weinig pick and roll tussen die twee. Natuurlijk. Ja. Blijf gewoon die two-man game zoeken, toch? En varieer. De twee van de top 10, 15 spelers in de NBA in één ploeg. En op dus pick and roll, Lillard, Giannis is niet te stoppen. Nou ja, voilà, daarom. Je kan niet stoppen. Niet onder het screen gaan bij Lillard. En je kunt Giannis ook niet alleen. Was een interessante stat gezien ook van Kirk Goldsberg. Kirk. Yes. Interessante profiel om te volgen. Die post heel veel van cijfers wat er in de NBA gebeurt, qua ploegen, maar ook individueel. Okay. En niemand heeft meer dunks zonder een assist voor te hebben dan Giannis. En dat zegt eigenlijk veel over zijn spel, wat hij eigenlijk niet zou mogen met die ploeg. Zonder. Gewoon gaan, hè? Ja, zelf gaan. Alright, trade deadline. Is gepasseerd. Dat was veel, hè? Was geen vette, hè? Vond ik, beetje al. Er waren veel leuke rumors, maar er is weinig leuks uitgekomen. Ja, want ik was een beetje aan het voorbereiden. Ik ging zo eens kijken. Ik zei, wat moet ik hier eigenlijk voorbereiden? Want er is ik had gevraagd, winners en losers. Nou, winners en losers. Winners heb ik de Mavericks, vond ik al. De grootste winners zijn voor mij de Knicks. Maar ga ik het over de trades gewoon of over de latere trades? Allemaal gewoon. De trade deadline. Tegen de trade de laatste weken. En dus OG en zo niet meer. Mij telt dat mee. Ja, maar ik heb het maar zelfs trade deadline. Dat ze nog Bogdanovic en Bird kunnen halen, vind ik nog een goede zin. Zonder een first round pick op te geven. Ja, en van Fournier. Ja. Don't Google me. Speelt hij bij de piste? Nee, dat denk ik niet. Dat zal wel een buyout worden. Rustig aan in Europa. Hij zou ploegen beginnen. Ik zou babbeltjes gaan doen. Ik denk dat mooi. De Mavericks had ik ook wel, hoor. Maar Mavericks met die Gafford en Washington. Maar die hebben wel alles afgestemd. En Gafford komt van Washington, of niet? Is dat? Wow. Ah ja, goed. Maar die hebben wel alles afgestemd op het feit dat Luka gaat bijtekenen volgend jaar. Want die hebben geen picks meer alle jaren daarna. Fournier, 25, 26 en 18 minuten in zijn drie matchen bij Detroit. Wow. Heel goed, ja, sorry. Mensen gaan het ons niet kwalijk nemen dat we geen matchen bekijken van Detroit. Ja, die bedankt. Nee. Even te gaan. Maar eerst de Knicks misschien even. Ja, winners. Ja, absoluut. Sowieso. Ja. Anunoby, Bogdanovic, Burks. Dat is een ploeg waar iedereen schrik van moet hebben, denk ik, in de playoffs. Enige voorwaarde is nog altijd dat Tom Thibodeau zijn ploeg niet in de grond speelt. Want hij is hier weer 40 minuten per match aan het spelen. Ja, dat gaat wel het gegeven zijn. Maar nu, OG, Randall en Anunoby zijn al geblesseerd. Ja, Anunoby is geblesseerd aan zijn elleboog. En het is niet zeker wanneer die in orde zou zijn. En Randall aan zijn schouder. En hij zou normaal gezien afgelopen donderdag opnieuw geëvalueerd moeten worden. Maar dat is nogal... hebben we nog geen nieuws over. Dus. Zeer vreemde man ook, Thibodeau. Lijkt ook heel erg op de Penguin van Batman. Ja. Gotham City, New York. Met elk niet ver gaan zoeken. Dus dat is hem. Dat is hem. Maar dat is altijd zijn probleem geweest. Want Thibodeau, hij had echt een kampioenenploeg bij de Bulls in de tijd. Maar die ploeg was gewoon op in de playoffs. Ja, en ook... Ja, en LeBron effect. Maar LeBron waren wel one seat, hè. LeBron vaak. En Wade en... Tuurlijk, maar... Het jaar dat ze one seat waren, heeft Rose zijn knie opgeblazen, hè. Dat is ook waar, ja. Dus maar boy, dat was ook Luol Deng is de OG en Anunoby, de nieuwe Luol Deng. Die wordt nog altijd betaald. Luol Deng, blijkbaar is hij nu 300 miljoen waard, dat hij zo goed geïnvesteerd heeft. Crypto. Geen idee. Dat is eigenlijk altijd een heel slimme gast uit. Nee, dat goed aangepakt. Ryan Arcidiakono, die is weggestuurd, die is naar Detroit gegaan. Jammer, want dat was ook een van die mannen die bij bij Villanova speelde. Met al die mannen samen. Bij Brunson. En die is nu al gewaved ook door Detroit, maar heeft geschiedenis geschreven. In zijn laatste 20 matchen bij de Knicks. Hij heeft 20 matchen op rij gespeeld zonder 1 punt te scoren. Hij is al een garbage time. Nee, gewoon. Maar oké, 20 matchen op rij zonder 1 punt. Is dat niet zo uit 2 minuten? Ik ga kijken hoeveel dat is. Dat is in totaal wel 40 minuten. Dan maakt er het is punt. Wel zo. Zeker in de laatste minuten erom komen, nog zo wel. Ik smijt naar de goal, hè. Allee, mag niet uit, hè. Ik smijt naar de goal. Ja, maar ja, zeker dat je weet, dit jaar altijd maar 2 minuten spelen. 20 matchen gespeeld. 0 punten. Hoeveel minuten? Ik ga nu kijken. Kalm. Ik ben bezig. Dat internet moet meewerken. Hoeveel minuten? Waar staan die minuten? Verdomme. Niet veel. MPG. Dat weet ik. Ah, daar. minuten. 2 minuten 11, 1, 32, 2, 43, 1, 12, 3, 2,5, ja, in 3 1,5, 2, 45, 2, 13, 3. Oeh, 6 minuten, 28 seconden tegen Portland. Alles samen is dat 50 minuten, dan moet het toch eens... Ja. Hoeveel shots in die 6 minuten? Scoren. In die 6 minuten en 28 seconden heeft hij 1 shot gepakt. Te weinig. En gemist dan.
Heeft hij ooit meer dan één shot? Ja, dan moeten we wel echt all-out gaan. Maar dat is wel het strafste. Als je 6 minuten krijgt. Hij heeft nooit meer dan één shot per match gepakt in al die minuten. Ja, het is, hij is unselfish, dat is goed, hè. Maar, maar hij heeft al een dan geen Tony Snell-lines ook niet gehad. Van, Zielig vooral Tony Snell. Ja. Dat gevolgd? Ja, ja. Hij wou een ploeg vinden. Maar, vinden we het extreem zielig? Nee, we gaan beetje. Ook niet medelijden hebben met iemand dat een miljoenencontract heeft. Hij zal wel dat nu geld verdient. En dat wij eigenlijk aangedaan. Mm. Die heeft miljoenencontracten gehad. Hè. Ja, maar dan, dan zullen mensen die het meer nodig hebben. Nee, maar het is wel gewoon jammer dat het is als je dat... Natalia. Dat, ik vind het erg... Back to reality. Het is gewoon jammer dat een gast die al 9 jaar gespeeld heeft per se, dat contract moet krijgen voor dat 10 jaar om recht te hebben op zo'n benefitsplan. Maar het zou... Het zou nee, 9 jaar zou genoeg moeten zijn om ook een pensioen te krijgen. Ja, dat bedoel ik. Maar hij zou ook gewoon 9 jaar beter met zijn geld hadden kunnen omgaan, waardoor dit nu geen issue zou moeten zijn, toch? Maar die zet toch al, die zet nu in de G-League. Ja. Dus die NBA-ploeg ervan kon toch even iets fixen? Nee, maar hij moest op het roster staan tot het einde van het seizoen. Ik vind wel dat dat niet gebeurd is. Ik had wel verwacht dat dat goodwill wel ging gebeuren bij de Zards of de Pistons of zo, maar... Zeker toen dat... De Zards. De Zards. Zijn de Zards. Zijn de Wizards, zeg. Ja, goed. Zo goed volgen we die ploeg. Nee, wel, ik zeg dat Kelly Olynyk naar de Raptors is gegaan. Lekker. Is het mogelijk dat die een All-Canada team maken? Dat wordt moeilijk, toch, hè? Ja, maar of toch zo bijna. Starting 5 of zo. Ja, of zo met 5 kan lezen op de ploeg staan. Dat is toch mega vet. Dat is toch, maar ja, hoeveel hebben ze er nu? Olynyk, Barrett. Barrett, Olynyk. Ja. Dat is het. Nog één. 40% hebben ze. Ja, dat zijn ze. Nee, er is nog één volgens mij. Niels, je hebt dus een laptop. Dat betekent dat jij ook zelf research kunt doen. Ja, maar het wachtwoord dat mij werd gegeven, klopt niet of ik vul het verkeerd in. Maar dan moeten ze traden voor Shea of zo volgend jaar. Ja? Maar ja, dat is wel moeilijk. Dat is wel moeilijk worden, denk ik. Die hebben ook al wat pixels. Dan moeten ze RJ Barrett en Olynyk staan. Ah ja, shit. Wacht, rosters. Kan ik dat zien? Maar dat zou wel leuk zijn, hè. Drie Canadezen, denk ik. Hoe kunnen ook meer Canadezen zijn dan Kelly Olynyk? Hoe Canadezen dat is moeilijk, hè? Dat die mensen geen ijshockey speelt. Ja, dat is sowieso dat die dat heel goed kennen. Is dat geen mormoon ook? Ik ben echt een goede naam, hè? Kelly, hè, bedoel ik. Baby. We zullen dat knippen en opsturen. Ja. Graag. Valentijn. Zover luistert ze niet, deze gaat ze niet meer meemaken. Dat is, dan kunnen we beginnen aan de verhalen. Jokke, moet je niet vertellen. Oké. Okay. ik ga me inhouden. Andere winnaar, de Dallas Mavericks. Daar ben ik het helemaal mee eens. PJ Washington, Daniel Gafford, goede aanwinst. Ik ben het er mee eens voor nu. Ja. Goeie aanwinst, voor dit seizoen nog. Ja. Het probleem is inderdaad, ze gaan ervan uit dat ze Luka jaren gaan kunnen bijhouden. En misschien is dat zo, hè. Maar ze hebben niet veel... Ja, het is geen... Ik weet het niet, maar nu zijn die lekker begonnen wel opnieuw. Ja. En die waren goed bezig, ook net voor de All-Star break. Met Kyrie, op een of andere manier, ik weet niet hoe Luka het doet. Misschien omdat hij zo down-to-earth is. Ja. Maar Kyrie is kei normaal. En Kyrie krijgt de kans doordat Luka superveel gedubbeld wordt tegenwoordig. Dus ja. Goeie nice om te zien ook echt. Of ze er iets mee gaan winnen. Of vannacht die lay-up. Maar ze zijn eindelijk ook terug. Ze zijn leuk om te zien terug Dallas. Vorig jaar was het echt... Ja. Was het James Harden bij Houston balenbekken. Nu is het toch alleen nog altijd... Hij is heel bal... Dominant, maar het gaat toch wel terug wat meer rond. Ja. En met Kyrie dat af en toe de bal ook opbrengt. En PJ Washington, heel veelzijdige power forwards die wel range heeft. Daniel Gafford is de gast gewoon lobs vangen en er doortrekken. Net zoals Lively. Dus je hebt eigenlijk twee grote gasten waar je mee kan afwisselen. Lively is wel wat blessuregevoelig, maar twee mannen waar het echt wel mee werkt. En ze hebben afscheid genomen van Grant Williams, die ze blijkbaar direct al niet konden uitstaan. En naar waar is die gegaan? Naar Charlotte. Oh, ook al. Ah ja, juist. Ja, dat is best goed. Ja, dat... Ja. Had zich blijkbaar meteen onmogelijk gemaakt. Waren zich kapot aan het ergeren van zijn yapin, zeiden ze, van zijn gepraat. Hij was... Hij was niet in shape. En daardoor begon hij niet goed te verdedigen. En ook, hij was zelf ook al zo geïrriteerd, omdat ze door hem geïrriteerd waren, dat hij niet meer in Luka speelde, maar in Jason Tatum's, de laatste matchen. Goed, dan worden dus... Wat blieft? Wat zegt hij nu net? Zijn schoenen. Echt? Maar ja, dat zijn wel signalen dat je niet moet geven, denk ik. Maar dat is ook wel echt... Een bek in de loser. In Boston vonden ze ook niet present. Hè? Dus, ze hebben nog een chip. Dus. Ja. Ik blijf ook gewoon denken aan het moment tegen Jimmy Butler. Dat was wel awesome, hè, vorig jaar. Grant Williams tegen Jimmy Butler. Sorry, maar ja. Vertel het moment even voor de mensen die het niet meer weten. Dat die gewoon echt ziek aan het parken waren tegen elkaar. Hè? Dat Grant Williams op Butler aan het verdedigen waren. En Butler maakt een shot en is dan echt neus tegen neus. Ja. En is echt te blaffen quasi. Hè? Prachtig. Te blaffen qua. Quasi. Ja, ik weet het. Wil je mijn taaltje overnemen? Nee, niet echt. Dat is show. Heel show. Nog een winnaar voor mij.
Ergens de Sixers, als Joel Embiid terugkomt, Buddy Hield binnengehaald. Ja. En eigenlijk niet veel... Ik snap niet dat de Pacers... Kyle Lowry voor niks. Ja, maar Kyle. Maar voor niks. Die kwam op geld. Maar je hebt er niks voor opgegeven. Inderdaad, die speelde die vannacht al. En die was goed vannacht. Was niet snel. Die heeft 6 shots gemaakt in de 4e kwartier. Ja, meer gescoord dan Archie Diacono. Okay, maar voor niks, zeg. Nee. Ik snap wel niet dat de Pacers daar zo weinig voor gekregen hebben voor Buddy Hield. En nog een winnaar voor mij, Robin Lopez. Dus die wordt getraded. Je wordt getraded. En dan tijdens een match, ik ga weg, maar ik word daar gewaved naar Sacramento. Ik ga daar niet spelen. Ja. En dan zat hem naast zijn moeder in de tribune een boek te lezen. Het boek was blijkbaar Backstory 2 van Patrick McGilligan. Okay. Dus een reeks interviews met verschillende screenwriters uit de jaren 40 en 50. Mijn specifiek. Dat is boek, een boek, boektip. Maar is dat it's Raining Man, of niet? Is dat regen dan wel? Ja. Holy ja. shit. Ik heb nog een winnaar. Ja? Ja. De Celtics. Xavier Tillman binnengehaald. Als we het zo hadden moeten gaan zoeken. Nee, maar Xavier Tillman voor 2 second round picks. Ja. Dus je hebt in plaats van Luke Kornet, nu Xavier Tillman dat je in de playoffs als dublure voor Horford of Porzingis kunt zetten. Fan, die dat vorig jaar bij Memphis in de playoffs echt goed was, hè, Tillman. Ja, dat is waar. Ja. Dus ik vind dat wel een goede pick-up. Ja. Nog een laatste winnaar misschien. Ik heb zijn voornaam niet meer. Forkmas? Korkmas? Furkan Korkmaz. Furkan Korkmaz. Ik heb Forkmaz opgeschreven. Dat klopt niet. Dat is goed dat ze een bijnaam, denk ik. Voor de vrienden. Forkmaz. Dat zou geen Spaans bedoelen. Nee. Forkmaz. Jaren dat hij een trade vraagt. Maar eigenlijk, ik vind het altijd grappig. Zo spelen ze eigenlijk niet. Ja, die daar geen recht op hebben. Ja, maar hij heeft hem dus gekregen. Hè. Toen mij ook altijd denken aan... Waar is hem? Pacers, zeker. Ah, ja. Buddy Hield. Ja, Buddy Hield trade. Toen mij ook altijd denken aan die... Die Game of Thrones parodie van Bleacher Report. Ja, mij. Hoe was dat? Maar daar komt Game of Zones. Game of Zones. En daar ging je ook zo... Fork and Korkmaz. komt daar ook zo in dat die ook zo kon melden. Nee, ik was even vergeten. Dat was zo goed gemaakt. Heel grappig. Over spelers die in trades vraag, maar eigenlijk niet goed genoeg zijn. Yeah. Killian Hayes. Yeah. Een van de losers van deze trade deadline. Dus hij mocht starten in het begin bij Detroit. Mm. Compleet gefaald. Eigenlijk... Ik dacht van, dat kan wel iets worden. Niks geworden. Gefaald, op de bank terechtgekomen. En dan gezegd, ja, ik wil eigenlijk een andere omgeving. Zou getraded willen worden? Ik denk dat een andere omgeving mij deugd kan doen. Waar hebben de Pistons gezegd? Ja. Ga maar weg. Gewoon letterlijk uit de ploeg geshot. Gewaved. Nog nooit gebeurd. We gaan er niet traden. Voor Halliburton. Yo. Ja. Daar heeft hem iets over gezegd. Dat wel, maar dat was de corona draft. Ja. Dat was een rare. Ja, dus hij heeft geen ploeg. Dat was wel een fout, hè? Ja. Het heeft geen ploeg nu. Het zou dus ook Europa uitkijken worden. Hè. Kijken naar... Zijn de Thunder nog weer? Tel Aviv. Oh, terug naar Frans. De Thunder is voor mij een loser. Dat ze voor Hayward zijn gegaan nog. Nee, gewoon dat ze geen big man hebben binnengehaald. Ja. Xavier Tillman. Dat die Hayward Xavier Tillman. Zo alleen al zou perfect zijn geweest voor die ploeg, inderdaad. Ja, no. Ja gewoon een grote ster. Een nieuwe Steven gezegd. Adams. Ja, maar die is ook een trade. Ja, Houston. Houston. Ja. Raar ook, hè. Ja, oké, een paar losers. Ik heb eerst ook een speler als een loser, omdat ik er gewoon medelijden mee heb. PJ Tucker. Die wil keigraag weg. Ja, waar zit hij nu? De Clippers. I did not choose Clippers. To be here, of wat heb je gezegd? Ja. Trouwens, al gehoord. Okay. Ik heb dat nu al verteld. Niemand heeft dat bij een trade. Ja. Dat zijn een trade. Extra veel werk is voor de clubs. Zijn schoenen. Dus elke speler omdat die heeft... Omdat zoveel schoenen maar elke speler heeft... Ja, thuis sowieso. Maar elke speler heeft ook een x-aantal paar schoenen bij de club staan, in de zaal. En die worden dan door de club ook naar de nieuwe club gestuurd. Hoeveel paar zouden jullie hebben in de zaal staan? Als je echt NBA-speler bent. Ook wel veel. Ik zou ook wel veel. Niels heeft alleen groene schoenen als ik hem hier bekijk. Maar ik zou veel al zien. 20 paar, zoiets. Ah, thuis heb nu? Nee. Dat je zou... Daar zou in de zaal, hè? Dus, dus effectief voor de basket in de zaal. Ja, dat lijkt wel veel. Ik ging er 5 zeggen. Tussen 10 en 20, ja. Hebben jullie het gelezen hoeveel er van PJ Tucker waren? Het gaat 200 of zo zijn, als je het zo vraagt. 250 paar. Dus 500 schoenen. Dus ze hebben voor hem gewoon een apart zaaltje nodig voor hem, hè? Ja, en hij speelt. En de clubs moeten die dan sturen. Dat is dan los van de schoenen. Dan stap ik dat je hem bijhoudt. Dat je die moeite niet doet. Die transportkosten. Dat is te veel. Met al die wc's dat geld hebben gekost bij de Clippers. Ik snap het. En je weet, wat is dat? Vind ik al top, echt. Vind ik fantastisch. En je weet dat UPS, dat kan lastig zijn, hè, Niels? Ja, meisje. Ja, ja. Een probleem mee gehad? Ja, lang verhaal kort. Ik had een pakje besteld, kleren. Zoveel kleren bij elkaar. Ik kreeg een mail, het is aangekomen en getekend door Niels. Maar ik was niet thuis. Dus dat is heel raar. Want er woonde geen andere Niels. Nooit gekregen? Nooit gekregen. Ik heb zo de buren van die boven mij wonen, dan allemaal beschuldigd. En naambellen van, jullie het is sowieso, maar niemand had dat.
Ja, een heel gedoe, zo'n foul geclaimd. Ik heb het zelf wel meegemaakt. En uiteindelijk was het gewoon wel aan de krentenwinkel. Sorry. Ah, ja, maar, voilà. Maar dat heeft niet, wel wat geduurd. Ik heb het ook meegemaakt. En zo, en, ik had voor Kelly Olynyk een warmtekussen besteld, want ze heeft nog wel snel koud. Kersen, jij zet er dan niet om haar te verwarmen. Ja, nee, ik ben dat niet altijd. Hè. Ze heeft toch een mond? Nee, niet kersenpieten. Echt een warmtekussen. Heb in de prijs, de batterij is opgeladen, heb warm. En je niet zie dat hij in de fictie? Hoe raar is dat? Ja, ik ben daar niet bij. Hè. Maar dus niet aangekomen, ook gekregen, het is geleverd. Het is afgeleverd. Ik zeg, ja, nee, klopt niet. Dus die meeleverd. Ineens komen er twee toe, maar voor één betaald. Dus als ik nu heb gehoord... Die chance heb ik daar niet. Dus maar. Ik heb ook aan de Suzanne kunnen geven. Ah, maar dat is eigenlijk niet nodig aan binnenkort. Voor waarom ik ze allebei? Dat heb ik eens gehad met zo'n Beats by Dre. Ah, voilà. Koptelefoon. Ene dat besteld had. En die was... En ik kreeg ineens bericht. Ik ga allemaal onze post verhalen. Dit is listen. Postmuziek is dit even. En hij was teruggestuurd, kreeg ik de melding. Van ja, dat kan niet. Dus ik van, hoe is dat zelfs... Hoe is dat mogelijk? Dat is niet oké. Okay. Ja, we zullen het geld terugstorten. En van ja, maar ik wil gewoon mijn koptelefoon. Ja, nee, we zullen het geld terugstorten. Ja, dus ja, geld wordt teruggestort. Maar ik dacht, ik had dat briefje van... Toch eens kijken dat misschien toch niet bij dat tankstation lag. En die dus lag daar even. Twee, uiteindelijk. Nee, gewoon het geld teruggekregen, maar de koptelefoon gratis. Ik maar zeggen, het maar 2 euro uiteindelijk. Jawel, dus ik heb ene koptelefoon, maar het geld dan. Dus beter. Maar voilà. Zie dat ze niet luisteren nu, hè, want dan... Dat is verjaard. Ja, bij mij nog niet. Ja, wie draagt er nu nog Beats by Dre? Ja, zie ik. Die een tijd is voorbij. AirPods. Nog een loser? AirPods. Ja, Chicago is de grootste loser. Dankjewel. Ja. Dus de eigenaars van de Bulls, die geven toestemming voor een rebuild. En die vice-president... Arturas Karnišovas, die zegt... Oh, nee. Als je Karnišovas... Wat is het plan? Litouwen. Wat is het plan? En die zegt... Nee, we gaan gewoon het roster behouden. Nu, Levine heeft zich laten opereren. Maar ja, daar heb ik iets goed over. Sinds dat hij gehoord heeft dat er waren Detroit rumors en dan ineens season-ending surgery. En ik had no way dat ik naar de Pistons ga. Te goed. Ja, die mannen zijn niet noemen. Oh, vreselijk. Maar dus eindelijk zeggen de Reinsdorfs, oké, doe maar. Ja. Rebuild. Nee, ja. We gaan verder met de Rosen en met Vucevic. En Drummond zelfs ook. Daar was ook geen sprake van. Die had ook bijgehouden, Drummond. Wat is het plan? Nog de komende 7 jaar tiende worden? De beste rebounder ever. Het zet hem zelf. Ja, maar terecht ook. Dat is zo ik ken wel goed rebounden, maar dat niet. Ik vind dat zo erg. Beter als Will Chamberlain. De Bulls. Ja, maar nee. Dan Dennis Rodman of Charles Barkley. What's the plan? Ja, zo hadden ze tussen de 8e en de 10e plaats. Volgend jaar gaat het ineens werken. Geen probleem. Maar ik heb dat in de preview gezegd, dit jaar en vorig jaar ook. En ik weet, iemand heeft daar zo in de reacties op Instagram nogal kwaad op gereageerd. De Bulls zijn de definitie van middelmatigheid. De laatste. Voor mij geworden. Ja, dat is niet waar. En dan ja, dit zijn de seizoenen van de afgelopen jaren. De laatste 5, 6 jaar of zo. Wat is dat is gewoon zo. Dat is een Bulls-fan misschien. Ja, maar ik hou van de Bulls. Je weet dat ook. Dat was mijn ploeg vroeger. Die hadden ene speler moeten bouwen en de rest had het mogen gaan. En dat was Kobe White alleen. De rest hadden ze mogen laten gaan. En Patrick Williams. En ja, oké, maar daar kunnen ze zo over discussiëren dat moesten ze. Trouwens, de laatste keer dat de Bulls een trade gemaakt hebben. Ja, ik heb het gelezen. 21. Ah, ja. Augustus 2021. Ja. Man, ik is echt... Allee. Prima. Dat is waanzinnig. Prima. Welke trade was dat dan? Geen idee, man. Dat zit er eigenlijk gewoon al heel lang op. Is dat een Vucevic binnenhalen of zo toen? Dat zou nog wel eens kunnen. Voilà. Inzien hebben ze gewoon... We gaan dat niet behouden. Daar hadden we gelukkig gelijk over, dat we toen we het hierover hadden. Maar over iedereen, dat wist iedereen. Ja, James dat was Harden. Zoals iedereen wist dat Westbrook bij de Lakers ja, maar iedereen dacht ook dat James Harden niet ging werken bij de Clippers en... Ik blijf het geloven. Ik zei nog thuis, volgens mij wel. Dat, nee, is niet waar. Dat stond niet op je papier. Zo. Nee, nooit gezien. Nog een loser. De LA Lakers. Ja. Voor mij. Maar dan nog een kleine win kunnen doen, toch ook? Hoe dat? Door Dinwiddie gratis binnen te halen. Ja. Dat als je iemand gratis kunt binnenhalen, is het Dat is niet slecht, dat is niet goed. Ja, maar dat is ook dat is het verschil. In plaats van 10e misschien 9e te worden, ook meer niet, hè, Dinwiddie. Maar... Ik vind dat een heel zot baardje. Ik ken dat niet... Die ringbaar. Ja, maar dat is zo, vooral dat is zo, als dat zo dun is, oké, maar dat is zo echt vol. En hier is helemaal niks. Ik vind dat... Dat is heftig, hè? En ons paar noemt er altijd een sprekend foefje. Je zou dat ook wel kunnen laten. Ja, maar, ik heb daar een foto van. Ja? Ik heb foto van Niels met een sprekend foefje. Ah, ja, ik heb amai, er staan zo marie foto's van Niels. Ja, twee zomers geleden heb ik dat eens gedaan. Ook zo'n goede naam. Dat ook misschien moeten we nog een refillje. Dat is wel een, ja, ik moet wel echt al terug. Doe maar. Drink een glas. We hebben tijd, hè, Tel. Mensen vroegen om een XXL-aflevering. Ja, het moet ook. Als je 27 onderwerpen doorstuurt. We hebben er 3 gedaan, hè, of niet? Wacht, dat gevraagd. Allee. Klagen. Ah ja, oh god. Ik heb wel nog eens die met Willy Steven beluisterd. En wat vonden? Ja, nog beter. God, nog beter. Toch?
Dat is een beste. Allee, die nog eens beluisterd zijn. Nee, dat serieus. Ja? Op de vlieger. Dat is de enige dat je ooit hebt gehoord. Ja, ik heb er wel eens ook een andere volledig gehoord, maar ik heb gelachen. Dit is fantastisch. Oh. Iedereen op de Gucco ook grote fan. Hoe is het op de Gucco? Van Willy. Dank u. Gezellig. Oké. Heb ik de Lakers? Ja, kijk. Team weer die binnengehaald. Wat ik niet, ja, we blijven doorgaan. Hè. Ja, sowieso. Wat ik niet snap, is dat die niks hebben proberen. Dank je wel. Niks. dat die niemand hebben proberen. Ze proberen te traden. Ze praten de hele tijd over DeJounte Murray. Maar hebben of ze niet geprobeerd ook effectief? Nee. Want LeBron heeft nogthans wel geprobeerd om de Lakers te overtuigen. Hè? Met die. Le GM. Met die emoji van de. Zandloperke. De zandloperke. Waarom de. En dan, die moeite zich. Jij irriteert u zo hard. Ik zal u zeggen waarom dat is. En dan na die match tegen de Knicks, daar naar die een handdoek. Weglopen met een handdoek van de Knicks rond je schouders. Dat was toch toevallig? Dat is puur professor. Het punt is, wat mijn ding is, dat je dat doet als je 4, 5, 26 bent, heb ik daar niet zoveel problemen mee. Het is jaar 21. Je bent 39 jaar. Je bent een van de slimste basketbalspelers aller tijden. Misschien wel de slimste aller tijden. Dat is duidelijk ook een clevere gast in het dagelijks leven. Is dat nodig? Hij heeft zoveel macht in die club. Hij heeft dat niet nodig om dat openbaar te... Die kan gewoon naar Genie Bus gaan of naar Pelinka en dat zo duidelijk maken. Totaal niet nodig. Maar wat bedoelde hij met... Maar misschien had hem dat gedaan. Nee, was leverage. Ja. Met die handdoek, die hadden inderdaad allemaal wel zo handdoeken van de niks, maar hij had dat duidelijk zo heel netjes. Ja, het was wel expres gedaan. Hier New York, daar New York. En die zandloper was ook van, hoe zit het? Maar daar heeft hij toch niet nodig? Als je geen macht hebt binnen een ploeg of je wilt weg, oké, maar waarom zou... LeBron is te machtig om zo'n dingen te moeten doen. Ik heb net te veel... Ik vind hem net te veel waard en ik heb er net te veel respect voor. En hij is te sterk op alle vlakken, ook naast het veld, om zoiets te moeten doen. Clutch bepaalt wat er gebeurt bij de Lakers, hè? Ja, sowieso. De fles, Deze is al open, maatje. Deze is al open. Wie heeft dat toegelast? Maar het is open. Ik vind dat nutteloos dat hij dat nog... Na al die jaren in de NBA, op die leeftijd, dat hij dat nog moet doen. Ik vind dat nutteloos. Maar hebben ze effectief niet geprobeerd. Ze hebben geen bod gedaan voor DeJounte Murray of zo. Blijkbaar. Dat is echt raar. Blijkbaar. Dat is dus, wat ik gelezen heb. Misschien... Dus ik geloven dat ze met dit... Misschien heb ik artikels gemist. Nee, maar het zou kunnen. Ik heb wel gehoord en gelezen dat ze gepraat hebben met de Warriors over een... Dat is iets anders. Dat is niet goed voor de Lakers. Er waren wel babbels voor een de Warriors, trade. Eigenaars van de Warriors hebben gebeld met Genie Bus. Maar ze hebben wel gebabbeld. Ja, die hebben gebeld. Ja. En Genie Bus heeft gezegd, we willen niet traden. Dus maar eigenlijk moet je daarvoor horen bij de agent van LeBron. Wat al eigenlijk complete waanzin is, waarmee je eigenlijk zegt... Dat toont wie dat een GM is, hè. Maar ook... Wat voor een leugenaar, wat voor een slechte leugenaar is LeBron ook. Ja, eigenlijk toch. Op die dingen dan zo vragen van... Ja, zeg, blijkbaar worden jij getraden. Ik wist dat zelf misschien ook niet. Misschien heeft hij dat effectief te horen gekregen. Nah. Want ik heb gelezen dat Genie Bus had gezegd... Nee, we staan er niet van open, tenzij dat LeBron het echt wil. Dus bel met zijn agent. En dan hebben zijn agent en hij gezegd dat hij het niet wil. Dus hij wist er wel van. Rich Paul heeft dan inderdaad gezegd... Wij wilden niet bij de Lakers. Blijkbaar heeft Daryl Morey van Philly ook gebeld voor LeBron. En dan heeft Pelinka een heel goed antwoord. Pelinka heeft dan gereageerd. Voor een beat. Kunnen wij een beat? vind ik wel heel goed. Maar dat Dunleavy, de eigenaar van de Warriors, daar ook voor belt. Ja. Natuurlijk gaan ze nee zeggen. Wat denk je? Nee, maar het is toch al... dat dat gesprek er al is, dat die er al voor bellen, dat is toch al... Dat is wel een telefoon dat je niet elke dag doet. Nee, dat moet toch cool zijn. Het was ook een paar jaar te laat, hè, misschien om die in te traden. Maar ik zou het nog altijd willen zien. En nu kunnen we in LeBron samen. Maar dat zou 10 jaar geleden toen. Dat zou toch niet passen. Het zou ook niet. Het is niet dat het ineens championship gaat zijn. Of zo. Nu nog samen. Nee, Eén dingetje. Daarnet hadden we PJ Washington. Komt van de Hornets. De Hornets. Ik vind dat er wel wat talent rondloopt. Brandon Miller is echt getalenteerd. Die is echt goed, hè? Die is echt goed. Ja. Wow. Hij vannacht wel met een bet doen mislukken. Op 12 matchen had ik zo bij allemaal spelers over-under gedaan. En ik had 10 op 12 en hij was een van de twee. Ik had bij hem over 19,5 points. Hij had hem maar 16. Nou, anders had ik van €3,3k gemaakt. Echt? Maar dus niet. Ja. Allee, dan had jij XNO's kunnen kopen. Dan zat ik hier niet, gasten. Ja, nooit. Maar dus het is niks, het is 3 euro verlies uiteindelijk, gasten. Ja, maar wij is 3 euro. Ja, maar toch, als je het een paar keer moet omdraaien, er zijn er nog die dat kunnen vertellen. Maar het wordt niet uit. Het is ergens ook deels wel waar, hè. Dat Charlotte dat er
dat ze ondergetalenteerd zijn tegen de rest van de league. De coach, Steve Clifford, heeft gezegd, onze problemen liggen niet bij inzet, bij het werk van de spelers of bij hoe graag ze willen winnen. Ons probleem is dat we een gebrek hebben aan talent. Het is wel waar, hè? Als mijn coach dat zegt... Maar dat is iets anders. Ik denk dat dat juist niet waar is. Ik denk dat juist hetgene wat je zegt dat omgekeerd is, eigenlijk. Ik denk dat hij genoeg talent hebben tegenover de rest van de league. Dat is een NBA-ploeg. Maar toch over de rest van de league, hè? Er zit wel wat talent. Het zal sowieso minder talent zijn dan de andere ploegen, maar die hebben geen effort. Die mentaliteit is rot slecht. Die verdedigen niet, pakken geen rebounds. Dat is een combinatie van alles. Hè, dat is zoals bij de Pistons. Ja, maar je kunt toch ook niet zeggen dat de Pistons geen talent hebben. Maar ik vind dat de Pistons meer talent hebben dan Charlotte. Terry Rozier heeft letterlijk gezegd bij Miami, hier aankomen, hier is een nederlaag erg, want hier willen ze winnen. Bij Charlotte boeit het niet. Dat is die mentaliteit. En dat is er is een filmpje dat hij 20 of 30 punten achter stond, dat hij keihard aan het lachen was. Ja, maar dat is waar. Maar ik vind dat, dat is sowieso waar, maar er is ook te weinig talent in verhouding met de rest van de league. Oké, kan zijn, maar als coach, als mijn coach dat zegt in een persconferentie, dat gaan hij ze ontslagen. Hey, you're overrated. Maar ik gooi die direct buiten. You're overrated. En Clifford is ook een slecht... Ik vind dat geen goede coach. Ik snap ook niet... Maar Houdini is dat wel al gigantisch lang, hè? Opnieuw binnengehaald. Jordan... De enige goede bedoeling. Wat een vreselijke eigenaar. Echt, die was vreselijk bij Washington als sportief en baas. Bij Charlotte is het al jaren aan het verkloten. Ja. Nu, misschien, hij heeft dan een deel verkocht, of een heel groot deel. Brandon Miller, net voordat hij weg is gegaan, heeft hij misschien eindelijk de juiste keuze gemaakt. Ja. Wie weet. Ja, wat dat toen ook de juiste keuze niet leek. Misschien had hij gelijk. Maar dat kunnen we binnen een jaar, twee, drie, vier jaar ook alweer anders want, overdenken. Er was één fase, een paar matchen geleden tegen Indiana, wat de mentaliteit van Brandon Miller aantoont en het gebrek aan mentaliteit bij de rest, balverlies en fastbreak. En hij is de enige die terugloopt en hij roept, get the fuck back naar zijn ploeg. Het feit dat ze niet teruglopen is een probleem. En het feit dat hij dat als enige wel doet, zegt veel over zijn ingesteldheid, vind ik heel positief. Ja, dus ik ben fan van Brandon Miller. En die stijl, hoe hard lijkt hij op Paul George? Ja, maar dat zijn goat, hè. Ja, maar oké, maar de stijl ik vind dat echt heel zot. Zeg het eens. Team Puntje USA. 16. Ja, daar keek ik enorm naar. Dat stond bij mij op nummer 1. Team USA. We hebben een selectie van 41 namen gekregen. En hoeveel hebben we er gemaakt? Echt 12? Van de 41? De laatste vind ik een heel moeilijke keuze, maar ik heb 12 namen. Maar dus van er is een preselectie van 41 namen voor Team USA. 12 daarvan die mogen mee naar Parijs. Mijn gsm erbij pakken. We gaan toch niet... Moeten we alle namen zeggen van de 41? Nee. Of zeg gewoon de 12 spelen? Zal ik ze snel even opnoemen? Ja, ik kan, ik kan het snel doen. Zeg alleen van de 41. Achternaam. Ja. Sommige voor, als ik Allen zeg, weet je niet welke Allen, hè? Iverson. Dus Bam Adebayo, Jared Allen, Paolo Banchero, Desmond Bane, Scotty Barnes, Devin Booker, Mikal Bridges, Jalen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler, Alex Caruso, Steph Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards, Joel Embiid, De'Aaron Fox, Paul George, Aaron Gordon, Tyrese Halliburton, James Harden, Josh Hart, Tyler Hero, Drew Holiday, Chet Holmgren, Brandon Ingram, Kyrie Irving, Jaren Jackson Jr., LeBron James, Cam Johnson, Walker Kessler, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Bobby Portis, Austin Reeves, Duncan Robinson, Jason Tatum, Derek White, Trae Young. Wow, dat was heel snel, hè? Kijk. Ja. Oeh, zei toch dat ik het snel ging doen? Ja. Voilà. Dus daar moeten 12 namen uitgekozen worden. Ik vond dat echt leuk. Maar niet gemakkelijk. Ik vond dat kei moeilijk. Bij mij ging dat redelijk snel. Ja? Ik vond dat zo leuk om zo minst te cutten, Sven. Jij niet. Ja, Maar is dat dan op basis van persoonlijkheid? Ja, maar dat was toch wel zo moesten we het doen, of niet? Dat je zelf wou kiezen. Absoluut, wie dat jezelf, wie dat jullie willen... Gewoon... Maar zitten we? Team USA. Wow, leuk. Ja. Wie dat jullie willen dat er mee gaat. Maar dan vinden wij ze toch? Ja, ik weet niet, dat vond ik echt leuk om te doen. Ik heb 4 guards, 4 forwards en 4 semi-big men precies opgeschreven. Ik heb een starting 5 voor iedereen een dublure en 2 wildcards. Ik heb sowieso een speler die Niels heeft meegepakt. Die dat jij gaat meepakken. Okay. Omdat jij doen we dat? Bent. Okay. We beginnen met het al zeggen. Ja, we gaan het doen. Okay, Niels heeft sowieso Caruso. Zal wel zijn. Echt? Tweede naam dat ik heb opgeschreven. Maar dat is niet waar. Maar verschillende vragen. Ja, maar dat is international basketball. We need effort. Waarom dacht je dat? Ik zag die naam staan. Ja. En Bij mij stond 41 namen Caruso. Of kijk je daar nu over? Dat zit erbij. Ja. Ah ja, kijk erover. Dat kijk je over. Dat is oké. Okay. Meer nog, hij zit bij de 12. What? Waarom zit hij bij de 12? Bij mijn 12? Ja? Net als effort, hustle, defense. Kerel.
Kijk. Die gaat toch niet mee? International play. Ik snap u wel langs... Die researchen, die... Ja, ja, ja. Ik denk wel dat, dat je wel zo, dat wel doen en die een team van snubs kunt maken dat zilver pakt. Ja, maar zo, na Caruso is wel de cat die dat als, als Curry een Ellie geeft naar Durant. Iedereen staat daar... Dan is Caruso wel degene die gaat zeggen... Ella, hij is om de guard aan te pakken. Ja. 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 Geen probleem. Dus Caruso is uw eerste naam. Tweede naam. Ah, nee, maar de eerste dat we nu gezegd hebben. Ja, klopt. Heeft, ja. Iemand, heeft iemand van jullie Caruso? Laat ons, nee. Laat ons de namen zeggen die we allemaal hebben. Misschien wel. Wat is, de, dat, is dat uw minst goede speler, als in NBA-termen? Even kijken, hè. Ja. Wie is uw minst goede speler? Oeh. Wacht ze. Dat is wel een moeilijke vraag. Oeh, dat vind ik echt een heel moeilijke vraag. Van mij is dat ook duidelijk. Mij is dat Derek White. Ah, nee. Bij mij is het misschien ook wel duidelijk, maar... Ja. Derek White is mijn minste. Ik wil ook iemand mee hebben inderdaad, die dat op het veld wil komen en die daar gewoon het veld... Bij mij is het Chet Holmgren. Je moest maar eens tegen Frankrijk uitkomen. Exact de reden waarom ik die heb. Omdat ik hoop dat... Maar jij Chet Holmgren en Derek White. Ja? Dus jij laat veel volk thuis ook, hè. Ja, maar je moet sowieso veel volk thuis laten. Ja, ik heb Chet Holmgren. Om die reden dat ik wil dat hij tegen Frankrijk uitkomt. En dat hij speelt tegen... Als ze tegen Parijs komen, een paar minuten tegen Wemby te staan... In Parijs, hè, gasten. Die gaat daar echt van genieten. En van de andere landen. Wie gaat Holmgren stoppen? Oh, ja, voilà. Defensief. Die mag blijven staan in de paint, hè. Maar, ja. Ze zijn met een 12e man. Maar... Ik snap het allemaal. Embiid heeft beslist om voor Amerika te spelen. Ja, dus, ja. Maar die hebben alle vier toch, Embiid? Niet gekozen, want nee. Die kon kiezen tussen Frankrijk, Senegal. Maar hij heeft voor USA gekozen. Ja, Cameroen, ik kan er niet mee akkoord. Ja, Cameroen kon hem ook. Cameroen, sorry. Ja, altijd Senegal, denk ik. Ja, dat is niet hier, ja. Denk ik aan Senegal. Cameroen, kiest hij voor Cameroen of Frankrijk? Oh nee, kom in de USA. Lame. Mocht niet mee. Ja, wat doen, hè? Hoe grappig zou dat nu ook zijn dat hij gekut wordt? Ja, zie je, super lame. Je gaat toch ben dan maar voor Frankrijk. Of voor Cameroen. Ik heb nu spijt dat ik hem heb opgeschreven, want ik vind dat een hele goede reden om die niet mee te nemen. En zo, ik heb wel, ja, Banquero heb ik dan wel, maar... Ja, Banquero. Daar heb ik hetzelfde verhaal. Maar ik heb echt wel The Avengers gemaakt. Oké, maar we zullen eerst de grote mannen, de big men. Ja. Ja. Dus... Ah, de centers. De power forwards. Suspect. De letterlijk grote mannen. Ja. Ja. Zeg ze maar. Ja. Dus Chet Holmgren. Heb ik ook. Ja. Joel Embiid. Ja. Heb ik ook. Anthony Davis. Heb ik ook. Paolo Banchero. Nee, heb ik niet. Nee, heb ik... Dat zijn mijn vier. Ik heb kies voor Bam. Ja, ik heb Banquero. Banquero. Pablo Banquero. Pablito. Je naam volledig verkrachten. Pablo Banquero. Dat wordt een truiken. Adebayo en Anthony Davis. En fuck Chet Holmgren. En fuck Embiid ook. Chet Holmgren. Frankrijk je ook of Cameroon. Je hebt drie ja, nee, ik snap wel wat jullie zegt. Holmgren tegen Wemby zou echt zalig zijn. Maar als ik Team USA mag kiezen, nee. Ja, maar Embiid, als jij effectief de keuze moet maken, als je Grant Hill bent. Grant Hill ja, is, ja, nee, natuurlijk. Dan pak je mee. Ja, okay. Ja, het is Grant Hill keuze. Bepaalt dat. Grant Hill is de... Echt? Ja, dat is niet. Grant Hill is de ja, ik heb er wel bij geschreven. Ja, kiezen is verliezen. Eigenlijk. Ja, dat is niet normaal. Nee. Want ik heb ook sommige mensen meegepakt om een belachelijke reden. Want ik zou Bam Adebayo echt willen meenemen. Maar ik vind het cooler denken aan Chet Holmgren, die uitkomt tegen Frankrijk. En ook, Holmgren gaat er niet mee in zitten als hij niet speelt. Ja, voilà. En dat is met Derek White ook zo. En altijd, Bam, maar Bam ook. Je hebt twee mannen nodig. Bam gaat willen spelen, denk ik. Ja, het ding is, ik denk, de keuze gaat gemakkelijker gemaakt worden, want ik denk Anthony Davis, zot hoe lang die het nu al volhoudt, fysiek, maar ik weet niet of die het hele seizoen en de playoffs gaat volhouden. En dan de spelen. Ik denk dat ze diep gaan in de playoffs, denk ik. Ja, dus. Ik laat Banquero thuis. Oké. Okay. Forwards / guards? Allee, tenminste, nee. De vleugels? Ja. Ja. De vleugels. De vleugels, amai, lang geleden. De hazen. Dat heb ik nooit begrepen, die hazen en dingen. Wat was dat? Was aap, haas, ik heb dat nooit buffel, geleerd. Giraf? Nee, ik heb aap, ook nooit geleerd. Ah, dat hebben we nooit gebruikt. Aap was de point guard, hazen waren de vleugels en dan had je buffel en giraf waren de vier en de echt? Vijf. Met een microbeurt. Waar zit je coach? En ik was van die midden aap. Geen verkeerd woord over de Peter. Telkens zijn nog altijd een aap. Ik weet het, maar dat is. Maar ik heb dat nooit zo geleerd, gelukkig. Ik ben heel blij dat ik dat nooit zo gehad heb. Vleugels? Welke vleugels heb jij? Zeg maar. Ik heb LeBron, KD... Tatum en Anthony Edwards. Ah, fuck, KD ook nog. Just... Ja, toen is dat KD mee. Zie ja, KD gaat mee, hè. Ik heb KD sowieso, Edwards, Tatum en Butler. Ja, ik laat Butler thuis. Ik laat Butler thuis. Butler thuis. Ja, ik heb heel erg... LeBron. Het was Butler of Tatum bij mij op tijden. Ah ja, ik heb dezelfde vier als Tatum. Ja. Geen LeBron. Geen LeBron. Ah ja, maar jij hebt LeBron. Ik heb dezelfde vier als stijl. Oké, ik heb Anthony Edwards, Kevin Durant,
Jason Tatum en Paul George. Ja, dat ook LeBron thuis. Verschillende redenen. Eén, LeBron heeft al 4, 8, 12, 16 vier medailles, 3 gouden, 1 bronzen. Ik wil Paul George zeker meenemen na wat hij heeft meegemaakt met Team USA Daarom wil ik Paul George. Ik wil Paul George er sowieso in. Dat beenbreken was voor mij. Tatum, de jongere gast, was er ook bij 3 jaar geleden. Was het bij 3 jaar geleden? Alhoewel? Ja, was er bij, denk het wel. Ik kan daar echt geen Olympics geven, sorry. Ja. Anthony Edwards, jeugd, en Kevin Durant, topscorer aller tijden. Dat is wat de Melo van nu. Ja. Melo moest er altijd bij zijn, Carmelo Anthony. Wie had inderdaad gehad voor Kevin Durant? Kawhi Leonard. Ah ja, zie Kawhi. Maar langs de andere kant wil ik Kawhi ook, want die heeft nog geen medaille. Ja, je moet ergens de keuze maken. Ik ga niet 2 Clippers meepakken. Nee, dan is het Paul George. Maar LeBron zou ik ook cool vinden, hè? Maar het is gewoon kiezen. Maar, het is het feit wel. Allee, okay, ik weet dat we dit zelf beslissen, maar als LeBron mee wil, gaat hij mee. Sowieso. Hè? Maar LeBron gaat mee. Ah, ja, voilà. Tuurlijk, maar als ik. Ja, nee, het is zo moeilijk. Maar hoeveel, ik vind het nu hoeveel dat ik het zie staan, eigenlijk slot dat ik voor Tatum 3 big guys of 4? Butler. Hoeveel big guys zijn? 4. Ah, oké. Okay. Ik heb maar 3 big guys. Daarom, ik heb nog een forward. Ik heb Leonard ook. Ah, ik heb Kawhi ook. Ja, ik heb 3 big guys. Dus je hebt 3, 5 en 4. Ik heb 3 maar eigenlijk, maar dat is, dat, maar ik ben misschien wel aan twijfel om Kawhi te wisselen, Bankero eruit te doen, omdat hij Italië in de steek heeft te laten. Bankario. En dan, ja, nee, ik ook. Ik wil hem elk week. Ik ga Bencherito eruit halen. Bencherito. En Kawhi erin. En Kawhi erin zitten. Nee. Picasso, Bencherito. Omdat die heeft Italië, die ging voor Italië spelen, heeft last minute. Nee, kom. Nee. Maar ik dacht, maar heeft hij daar geen... Maar pak dan bij mee. Ah nee, die heeft geen matchen gespeeld voor Italië. 3 big guys? Nee, maar dat zou ook stoem zijn dat hij voor Italië net gespeeld, want volgens mij heeft hij er nooit gewoond of zo. Ik denk gewoon dat hij moeder of vader Italiaans is. Maar nee, zelfs niet. Volgens mij heeft hij zelfs geen... Ja, wij wel. Hij heeft dubbel gewoon... citizens. Jawel, jawel, sowieso. Maar is zijn moeder of zijn vader Italiaans? Ik dacht van niet zelfs. Ik zei niet zeker, maar alleszins, als je zegt dat je voor Italië gaat spelen, dan gaat het voor Italië. Vader, hè? Moet het niet zeggen. Mario Banchero. Mario. Dat is echt niet ver gaan zoeken. De loodgieter. Hij is zo... Sowieso Luigi niet van me. Het zit zeker met Luigi nu. Luigi Banchero, come stai? Tutto dus, bene? Nee. Kijk in dit. Sì, posso fare ancora una boutique. Die moeten we daar iets van maken op... Divino Bianco, per favore. Dennis, die moeten we daar iets van maken op social media, dat we al onze 4 teams er staan, en tenminste moeten stemmen wie het beste team. En dan kunnen die... Team prijs? Nee, we hebben geen prijs meer, zeker. Ja, zo'n bal van 2500 euro. Ja, maar ja. Zonder moeten er ook wel een geld in samen. Ik vind wel dat ze daar iets... zakken. Ze moeten... Dit maakt geen geluid. Dat is niet tof. Het leuke aan een basketbal botsen... Dat is een beetje zoals een elektrische auto, hè. Dat je niet hoort afkomen ineens. Dat is een beetje... Je zou zo moeten instellen dat je een geluid kunt laten nabootsen van die Maar dat bal. Komt eraan, dat wordt geregeld. Oké, okay, de guards. Stephen Curry, Halliburton, Booker en Damian Lillard. Booker. Want je moest maar eens een halfcourt shot nodig hebben op het einde van de match. Dat is een van mijn wildcards, Lillard. En Booker, inderdaad, heb ik eruit. Ja, Booker pak ik mee. Ja, ik snap het. Jij pakt dan Donovan of zo. Nee. Curry. Ah nee, White. Kyrie Irving. Oef. Damian Lillard. En Drew Holiday. Je wilt Sali in de stadion in Parijs. Zeker wel. Ah, eerst in Lille, dan in Parijs. Jij laat Halliburton thuis. Ik wil Magic. Crazy. Oké. Okay. Wow. Wat? Ik dacht dat Halliburton iedereen ging hebben. Ja, ik heb ook Halliburton, Caruso. Stephen Curry en Drew Holiday. Drew Holiday toch ook? Hey, mooi. Defense, man. Ginnen en Chris Paul hebben getwijfeld. Ja. Naam gezien. Het moeten gaan en dan teruggegaan. Ik heb Halliburton, Stephen Curry, Derek White en dan De'Aaron Fox. Niemand gaat die kunnen volgen. Ja, die gaat 10 steals per match pakken. Thuis, jong. Echt. Ja. Niemand heeft Booker buiten een kick. Maar je moest maar eens tegen Slovenië naartoe. Die mannen. Luka is dan verliezen van Slovenië. Je verliest die van Slovenië. Pas op. No way. Met die ploeg dat ik heb samengesteld. Pak de gat. Ben ik zeker van. Hij stuurt ze door. Oké, tof. Leuke ploegen. Het coolste nieuws van de afgelopen maand heb ik eergisteren pas online gezien, of gisteren. Het is eigenlijk niet echt nieuws. Het is meer een onthulling van Boris Diaw. Dus hij heeft 14 jaar in de NBA gespeeld. Ik heb hem gezien. In die 14 jaar, heeft hij zelf gezegd, geen enkele keer gescoord met zijn linkerhand. En dat is nooit. Geen enkele... Dat is waar, echt. Ja, dus maar blijkbaar bij San Antonio hield dus dat effectief bij. Chip Engeland, de shooting coach, je hield bij hoeveel scores met je offhand. En hij zei, ene keer heb ik er een gekregen, maar er was zo'n tip in. Dus dat telt niet. Ik heb nooit een bewuste score met links. Dat is wel een interessant gegeven. Dus moest hij
gast dat hij bijhield, moest hij ook andere dingen bijhouden, want dan moet hij zeer gefocust zijn. Zo. Ja, maar van, je kunt scoren met links, Lils, moet hij ook nog andere dingen... Dat wordt gefilmd, je kunt ook herbekijken als je het niet hebt gehad. Heeft je niet aan gedacht? Dat is zoals Janis dat film kijkt. Shit, ik heb iets gemist van nu. Maar je hebt 14 jaar in de NBA ja, en ja, die is zo skilled. Ja. Maar het zotte was zo, er waren heel veel filmpjes bij van dat hij dan naar de ring ging. Echt? En dan denkt hij, ah ja, maar links. En dan kies hij toch nog zo voor zijn rechterhand. Maar ik moet nu wel eerlijk zijn, ik ben ook wel echt iemand dat zo min mogelijk met mijn linkshand afwerkt. Maar je mag niet, als ga je jezelf vergelijken met Boris Diaw. Nee, hij is niet op mijn niveau, dat weet ik. Maar ik bedoel, als ik op links was, denk ik wel de rechtse leep. Maar allee. Ik zweer het, ik ging geen leep missen. Hè. Ik ben een paar keer... Sorry, het gaat over een score. Heel lang coach mee. Geweest, maar jonge gasten, als je dat deed, was vervanging. Oké, okay, ik heb okay, een coach bij jonge gasten, maar je hebt het over bij de seniors. Bij eerste ik zou u er direct afgehaald hebben. Maar jong, jij bepaalt dat niet. Ik zullen nog eens naar uw laatste match komen. Je hebt je beste match in de carrière gehad, omdat wij er mooi, waren. Mooi, beste match in mijn carrière. Dat was wel echt, hè? Zwaarste, die gasten. Van dat jaar wel. Van je dat hebt de titel bezorgd in het vierde kwart. Oh, wat een tijd, gast. Nee, dat is prachtig. Jij bent echt en dan een halftime interview met een sigaretje. Die tijd is voorbij, gasten. Aan de luisteraars en kijkers, ik rook niet meer, hè? Nee, een vape. Nu ik ben een vaper. Dat is nog erger. Dat is... Water, nu wil je ons killen, maar tenminste een kus geven als ik terug binnenkom. Daar ga je blueberry haze. Blueberry. Ja, lekker. En daarvoor wou je dat niet? Ja, als je echt stinkt naar de saffen... naar de sigaretten. Dan is dat wel moeilijk. Dus daar zeg je sorry voor het woord saffen. Dat is het woord... Ik voel wel een beetje haat richting mij vandaag, gasten. Komen van heel veel woorden. Is dat niet het woord om sorry voor te zeggen, denk ik? Sorry voor alles. Oké. Shaq's nummer is retired in Orlando. Ja, klopt. Vierde speler ooit die zijn nummer bij drie clubs uit de roulatie heeft laten nemen. Mm-hmm. Idee wie de andere drie zijn. Lakers. Bij drie clubs? Ja. Oef, nee, daar heb ik niet van nagedacht. Eentje is Bill Russell, maar dat is bij iedereen. Speler. Die is bij 30 ploegen. Ja. Welke twee andere... Die hebben allebei even drie ploegen gespeeld. Jordan heeft dat voor Chicago en bij Miami. En bij Miami heeft Jordan. En Washington. En Washington dan? Washington niet. Nog een derde ploeg wel. Iedereen door. Mag bij... Nee. Alleen Miami en... Miami en... Waarom heeft Miami dat gedaan? Pat Riley. Omdat Pat Riley wist shit, die mensen heeft mij elke keer afgeslagen. Ja, maar mooi wel, hè, dan ergens. Ja. Welke twee andere spelers? Twee andere spelers. Drie verschillende clubs. Eén iemand is echt een van de absolute grootheden. Chamberlain. Will Chamberlain. Ah ja, logisch. Godverdomme. Bij de Lakers, bij Warriors. De Sixers en de Warriors. Ja. En de andere is een van de grootste tovenaars ooit op een veld. Duvenair. Echt. Dus een guard. Duvenair. Ik moest aan Jason Williams denken. Ja, elbow pass. Het is Jason Williams-stijl, maar veel beter. Veel beter? Huh? En vroeger. Maravich. Pete Maravich. Pistol Pete. Maar eigenlijk straffen. Dus bij de Hawks, bij Atlanta gespeeld. Bij de Jazz. Hij heeft bij de Jazz gespeeld toen die nog in New Orleans waren. En daarom is zijn nummer ook retired bij de Pelicans in New Orleans. New Orleans. Ja, eigenlijk niet helemaal die ploeg. Dan wel. Hoe lang was die zijn NBA-carrière? Niet lang. Zo lang? Ken je dat verhaal van Pete Maravich? Ja. Die heeft gezegd van, wat heb je gezegd? Ik wil niet... zo lang basketten dat ik op mijn 40ste doodval. Ja. En hij is op zijn wat doodgevallen? 40ste. Ja, letterlijk gebeurd. Ja. Die is, dat is echt zot. All-time, want ik was over Caitlin Clark aan het opzoeken. Die heeft, 44 punten geaverage in college over 3 jaar. Pete Maravich. Ja. Geen probleem. En zonder, was hij met 3-punterlijn? Nee. Niet, drie-punterlijn. Die zijn gemiddelde waren in college 43,8, 44,2 en 44,5 punten per match. Ja. Niet veel assist waarschijnlijk. 3-punterlijn. Zij zijn niet zo. Zo. Ja, hij heeft 4 jaar bij Atlanta gespeeld en 6 jaar bij mooi New Orleans. Wel. Oh, bij Utah ook nog even. En dan de laatste jaar is hij gestopt bij Boston. Leuke quizvraag. Kijk, ja. Dank u daarvoor. En er nog? Ik wil je daarvoor bedanken, ik heb zoiets nog een quizvraag, denk ik. Ah, tof. Maar Shaq's nummer retired bij Orlando. Ik vind dat terecht. Ik vind het grappig dat het een vraag was. Dat is toch meer dan terecht? Ja, maar mensen vinden het niet terecht dat het bij Miami gebeurd is. Ah ja, oké, maar dat is een andere vraag. Maar dan, ik wou dat aan u vragen als Miami Heat fan. Is dat terecht? Is dat terecht? Ik vind dat je als de tweede beste speler een titel pakt, nog bij Miami in die korte periode dat je bent geweest, kan dat wel. Kun je het wel verantwoorden? Tweede beste center na Alonzo Mourning? Ronnie Cycli bedoelde. Ik vind ze bij al zijn ploegen terecht. Allee, bij die drie ploegen. Het moet nu niet bij Boston of Phoenix gaan gebeuren, bij Shaquille nog. Hè. Maar bij die drie ploegen vind ik het wel terecht. Bij Phoenix. Bij Boston. Is voor niemand Phoenix is zo het moment dat een bal buiten gaat en hij loopt en dat de ganse bank zo open gaat. Ja, dat is toch zijn enige highlight bij Supergoed.
Er is nog een shirt uit de rollatie genomen bij Miami. Volgens Paul Pierce, this one given, bro. Just saying. UD. Udonis Haslem. Maar dat is gewoon zeven dat this one's given, hè. Wat een carrière heeft hij bij Miami als undrafted player. Ja. Nu nog altijd in die organisatie. Paul Pierce is gewoon fucking bitter, hè. Zeer bitter. En die moet echt... Allee, hij is genieten in podcast ook nu, hè. Hij is stoot als een eilt, hè. En KG gaat er keihard tegenin. Wat is dat? Bone... Fuck. Dauk. Bone op his ass. Maar, yes, je, op welke discussie was dat weer? Paul Pierce zegt dat er geen Dauks meer zijn. Dauk. Maar kom, ik ben allemaal Paul Pierce. Veel zeven. Ja, maar, ja, ik ben nooit fan geweest. Nee, ik ook, nee, ik ook niet. En UD is volledig terecht. Dat is echt Niels. Dat is niet waar. Ik ben super grote fan. Ben een 2008 Celtics. Je hebt een truitje van Paul Pierce. Omdat dat gekregen was, dankjewel daarvoor. Door Jill Larijsen. Bij Red Vic, dankjewel. Maar ik heb dat niet zelf gekocht. Maar Udonis Haslem is een van de slechtste spelers ooit om zijn shirt. Dat kan, maar iemand moet het zijn. Hè? Maar ja, een carrière van 20 jaar bij één ploeg, 3 titels. 7,5 punten per match. Altijd aangepast. Wat, hè? 7,5 punten per match. Maar je moet die laatste jaren niet meer tellen. Ja, dat baseline maar, is ook niet geven. De kapitein van de ploeg, waar dat LeBron, Wade en Bosch in spelen. De laatste jaren. Dus 2023, 3,9. Het jaar daarvoor 2,5. Daarvoor 4. Daarvoor 3. Daarvoor 2,5. Daarvoor 0,6. 0,6. 16-17, 1,9. 15-16, 1,6. 14-15, 4,2. Ja, maar dus... 10 jaar geraffeld. 13-14, 3,8. 12-13, 3,6. 11-12, 6. 10-11, 8. Maar ik denk... 19-9,9. Maar letterlijk... Man of the people. Ja, eender welke speler dat 20 jaar bij één franchise zit, ik zijn ben gewoon een beetje aan het kloten. Maar jij bent een beetje de Paul Pierce van ik zijn oorspeler. Wauw. Pas op, het was de laatste keer dat hij binnen in deze podcast heeft gezeten. Wauw. Dat is... Eerst was hij aan het lachen. Oh, en dan wilde hij presenteren op een boomtrainer. Dat is echt een belediging. Eerst was dat lachen en dan kwam het binnen en zeggen zo, wauw. Dat is echt een belediging. De laatste aflevering. Het was ook wel bedoeld. Voor zich. Maar het was bedoeld als belediging, dus dat is goed. Hè? Ja. Dat zo is binnengekomen. Nee, dat is goed. Ik ga reageren zoals Haslem. My first reaction was to choose violence. But I'm gonna spare you, because I know you ain't like that. Oh. Nee? Oh, een paar, you're entitled to your opinion, my boy. Oh. Dat had hem getweet als reactie op Paul Pierce. Er is ook iemand, misschien wel de slechtste speler. Oh, sorry. Nee, zeg maar. Nee? Is dat nog over Shaq of niet? Nee. Nog even over Shaq om het af te ronden. Het ging nu even over Haslem. Ja. Ja, nee, maar we waren ervoor. Een paar fun facts. Was niet nodig, maar ik heb dan toch opgezocht. Nee, dat leuk. Ook altijd. Altijd zo, leuk. Omdat ik te weinig vragen maar je zijn een strever. Voilà. Ik heb nog 10 minuten les te geven. Ik dacht, dat is niet waar. Was in zijn eerste week in de NBA Player of the Week. Dat is crazy. Hij heeft zo'n verhaal altijd verteld dat David Robinson hen als kind geen handtekening gaf en dat hem daarom zo... Ja. Kwaad was, is nooit gebeurd, was gelogen. Ja, niet dat is niet waar. Ja. Dat was Michael Jordan. Ja, dat is niet echt waar. Om zichzelf. Ja. Fijn. Ja. Dadelijk. Was het jongste lid van de 50 Greatest op 30 jaar oud? Inderdaad. Ja. Welk jaar is dat? 97. Dus dan speelde hij 4, 5 jaar in de NBA. Vijfde seizoen. Dat is toch crazy. Heb ik gelezen, weet ik niet of dat waar is. Ik ga dat nu vragen. David Stern heeft de 3-second rule voor Shaq ingevoerd. Dat weet ik niet. Blijkbaar. Omdat hij dan minder snel kon scoren. Defensive maar ik zou denken dat die 3 seconden dan langer dat was wel of niet. Nee. Dat bestond toch al. Dat is misschien een foute informatie. Heeft hoeveel driepunters in zijn carrière gescoord? Eén. Ja. Eén driepunter. Ja, dat wist ik. Zat. De vraag is tegen wie? Ja. Was met de Magic de enige ploeg die Jordan uit de playoffs kegelde in de jaren 90? 95. Het jaar dat, maar dat zei dat Jordan terugkomt. Niet correct. In de jaren 90. Niet correct. 1990 Detroit. Ah ja, dat is ook jaren 90. Maar dat is het jaar dat Jordan terugkomt van baseball, hè? Ja. Maar dat maar 45, 17 matches. Maar ik heb het ook op 4 seizoenen. Magic, dus first pick, rookie of the year, finals, 3 keer All-NBA, 4 keer All-Star en scoring champ. Ja. De eerste 4 jaar, dan is uw truc terecht. Dan mag je dat zelfs bij de volgende ploeg ook al. Ja, en ook Orlando, hij heeft de Magic op de kaart gezet, hè? Ja, absoluut. Het was tegen enige 3-punter tegen... Maar welke ploeg is dat, man? En hoeveel heeft hij maar geshot? Weten we dat? Dat heb ik niet opgezegd. Dat toch geen goed percentage, dan denk ik. Nee, denk ik ook. Dat was wel een paar gesmeten. De beelden zijn zo... Zoek daar eens op basketball. Riverrun. Ik heb geen internet. De beelden zijn zo, slecht dat ik niet kan zien tegen wie het is. Oeh. Maar wauw. Dat is wel heel triestig. Dat is echt heel triestig. Maar Shaq, ja, absolute held. Dus ik zei net, Haslem misschien wel een van de slechtste spelers ooit die zijn nummer heeft retired. 4,5% in zijn carrière. Op drie punten. Dus dat is 1 op 21 of zo zal het dan zijn, hè? Dat hij hem geschot heeft.
Maar dus er is nog een speler die slechter is dan Haslem. Veel slechter was. Haslem, goede basketter op zich. Die zijn nummer heeft retired. Bij Oklahoma City. Maciedel. Nick Collison. Ja, is hij Nick Collison. Dat is een debate. Ja. Is hij slechter dan Haslem? Ja, de zekerheid is wel veel korter gewoon. Ja, ik denk dat de piek van Haslem ook sowieso hoger lag. Wat je piek Nick Collison? En zo. Ja, wat je piek Haslem? Ja, gewoon dat. Die laatste jaren van Haslem. Maar Haslem in het jaar 2006 en zo. Ja. Als ze hem shotten aan de elleboog gekomen, ja, baseline was binnen, elbow. Hè. Was niet, binnen, hè. Bijna bij Oostende gespeeld, hè. Echt? Het jaar voor hij... En dat was... Oostende, hij heeft niet in België gespeeld, maar heeft getest bij Oostende. Ja. Dat was altijd zaak die commentaar. Ik heb misschien altijd alles verteld in die... Dat was dat... You done it? You did it. Heerlijk. Wauw. Ik kan nog weinig goed doen voor de Dennis vandaag, denk ik. Wauw. Oké, we hebben het net even gehad over de mannen die meegaan naar Parijs, Team USA. Alex Caruso. En je hebt tickets eigenlijk? Ja, ik heb een ticket voor één basketmatch. Ja, ik weet niet welke. Echt? Maar, en je zegt dat niet? Ja, ik heb dat eigenlijk... Eigenlijk shout-out Mattie weer. Die heeft tickets en ik mag mee. Hallo, en hij ook voor de beachvolleybalvrouwen. Ik hoop het, maar voorlopig niet, denk ik. Ik denk dat ik vanuit Brussel ga. Ik ga het derde tijltje doen, gasten. Ah, cool. Ja, derde? Ja, het is echt... Ja. Ja, ja. Het is 3-0-0-0. Oké. Dus, keep on winning. Ja, echt. Dus we waren bezig over... Ja, er gaan veel mannen voor hun last dance eigenlijk meegaan. Ja. Wie wordt het gezicht van de NBA als LeBron James, Stephen Curry en Kevin Durant ermee stoppen? Dat is een vraag die heel veel gesteld wordt, waar veel over gepraat wordt. En... waar je veel antwoorden op kan geven. En ik vind het heel grappig als er die vraag gesteld wordt aan Amerikaanse analisten, die zoeken alleen maar naar Amerikanen. Anthony Edwards, Jason Tatum. Ik dacht wel direct aan Giannis. Ah, daar is het oud vooral. Ja? Ik vind het wel. Dan zou hij dat nu al zijn. Giannis kan niet, als die mannen stoppen, binnen dit en 3-4 jaar, gaat Giannis niet ineens het gezicht van de NBA worden voor mij. Dan denk ik meer aan Wembanyama. Luca ben ik zelfs aan het twijfelen of die al niet te oud is tegen dan. Want nu is het sowieso, LeBron is nog altijd face of the NBA. En dan Stephen Curry. Ja. Maar die gaat ook nog wel een paar jaar spelen. Hè? Wie? Ja, alle twee. Ja, LeBron, die kan... Die gaat LeBron doet er ook nog wel een jaar. Die gaat zoals Tom Brady op zijn 45. En Curry ook wel. Zo. Curry doet ook nog wel. Denk het wel. Ja, voilà. Dus. Maar daarom dat ik zeg, tegen dat die stoppen, gaan Wembanyama dat is dan nog 20 zijn. Ja. Maar dan is Wembanyama nog altijd een kind. Maar hij is een French guy natuurlijk. Hè? Dus, ja, maar die zou... Jason Tatum. Maar het is zo'n alien. Ja. Ik zag over Wimby trouwens dat hij ambassadeur is geworden van Louis Vuitton. Ja, cool vestje dat hij had ervoor. Ja, echt. Die is zo. Oh, maar in het verhaal, dan hij de ronde doet om 9:30, kan hij een telefoon niet meer oppakken s'avonds. Ja, omdat hij dan leest. Dan zit hij in een gsm op is het? En ik heb dat ook, om niet te storen. Leest jij dan ook een boek? Om 9:30 s'avonds. Ja, dat doen we niet, man. Maar ik lees ook elke avond, maar ik wil niet gestoord worden. Ja, maar dat werd wel zo als zo groot nieuws. Het is soms belangrijk om je gsm weg te leggen. Ja, maar het is niet zo speciaal dat ik om 9:30 in de... Allee, ja, proficiat, goed voor u, maar... Ik lees nooit. Nee? Even terzijde. Dan is het leuk. Ik ben zo die woorden aan het lezen. Niet zo leuk, dat is... Nee, maar ik ben die woorden aan het lezen en aan andere dingen aan het denken. Een beetje dichterbij. En aan andere dingen aan het denken. Ik denk dat de film zag. Ik wacht op de film. Ik wacht op de film. Ze richt al over de tijd. Dat gaat niet, hè. En zie je, jij bent alles daar. Ja, dat gaat echt niet. Ik heb daar het concentratievermogen niet voor een boek te lezen. Oh. Dus het gezicht van de NBA waren we over bezig. Als LeBron, Curry en Durant, maar eigenlijk vooral die twee, er ooit mee stoppen. Wie zou dat zijn? Want wat Niels ook net direct zei, het gaat nog even duren voor Curry en LeBron ermee stoppen. Ik heb opgeschreven Giannis, Jokic, maar dat gaat al te laat misschien. Luca, Edwards, Halliburton, Wemby in drukletters. Wemby. Maar Jokic, die wil dat zelf ten eerste al niet. Ja, voilà. Die charisma is ook niet groot genoeg. Maar wie? Het charisma van Jokic. Maar hij is wel de beste speler. Leeftijd is al één ding, maar vooral eerst wat je zei. Hij wil het zelf. Dat is ook belangrijk. Ja. Ik denk Wemby, want die wil dat duidelijk wel. Ja. Hij heeft die presentatie voor NBA AI meegedaan. Dat is raar. NBA AI. Maar vooral dat de NB-AI is. Zwat. En Wemby AI. Die heeft dat meegepresenteerd met zilveren steken. Hij vindt die aandacht ook wel tof. Die wil het gezicht zijn. Ja. En tegen dat hij stoppen gaat hij 2, 3, 24 zijn. Perfect moment. Volgens mij, hij... En pas op, dit is 20. Ja. Curry over 4 jaar, dan is hij 24. Hè? Ja, oké. Okay, ja. Dat is dan nog 2, 3, 24. Ja. Maar hij speelt nog wel 4, 5, 6, 7 jaar. Cooper Flagg.
Anthony Edwards en Cooper Flagg weten nog altijd je weet het niet, maar het kan zijn dat iemand dat nog niet in de NBA ziet, het misschien gewoon wordt. Hè? Bronny James. No Bronny James. Way, Rice. Weet je zijn cijfers van Bronny James? Ja, 6 punten per match. Dat zullen jullie cijfers. 5,7 punten per match. Aan 36,5%, 2,9 rebounds gemiddeld en 2,6 assists. Detroit is calling. No way dat hij nu gedraft wordt na 1 jaar. Hè? Nee. Ik heb iemand zien tweeten. Iemand had gevraagd, moet Bronny James nog een jaar bijdoen? En iemand had gezegd, dat is 4 jaar college en dan een job zoeken, gast. McDonald's is calling. Om de McDonald's te kopen. Ja waarschijnlijk, ja. Hij moet niet werken als ze met kan ook manager worden of zo. We hebben die zone van Jordan gedaan. Die hebben Marcus. Relatieboelen met de ex van Trouwen. Die gaat trouwen met... Wacht, ze zijn uiteen, heb ik maar de... Echt? Nee. Ze waren toch verloofd? Ja, ze waren verloofd. Ja. Wacht. Maar die Marcus heeft trouwens wel... Die doet heel die sneaker company. Die, daar had hij wel een heel grote functie. Dat is zo de big boss daar. De oudste zone van Jordan. Ja. Ah, die doet de schoenen van Jordan. Ja, die doet er... Larsa Pippen en Marcus Jordan have gone their separate ways, gasten. A source confirms to people that the Real Housewives of Miami star 49 and the son of Michael Jordan 33 have split after more than a year of dating. Dat was 12 februari. Wow. Oh, voor Valentine. Dat is wel een plannen die ging. Want ik had er een meme over gezien, maar ik ben het vergeten. Die had een goeie restaurant. Ja. Die had daar zo een open cinema gereserveerd. Reserveert in Lilo en... Oh, spijtig. Oké, Wemby. Ik denk dat het Wemby ook gaat worden, eerlijk gezegd. Als face of the franchise. Of ene die we nog niet kennen. Louis Vuitton. Wemby als Europeaan en Anthony Edwards Amerikaan. Dat zijn volgens mij de twee die het ook willen. Edwards is ook... Wat een charisma dat dit is. Maar die moet dan zo naar een andere ploeg misschien. En niet dat ik wil dat hij naar een andere ploeg, maar stel, als hij zo in een bigger franchise zit, dan is het helemaal net. Maar moet Wemby dat zelf een titel pakt met Minnesota gewoon. Maar dan blijft hij nog Minnesota. Dat blijft wel Minnesota, LeBron zat ook bij Cleveland. Waar ik hem wil zien, ideaal scenario, Anthony Edwards bij de Knicks. Ja. Ik weet niet waarom, maar dat is zo... Dat heel cool zijn. Make the Knicks. Dat bij Miami zie ik ook wel voor mij. Maar dat zie je echt niet. Dat toch? Bij de Knicks zou het ook super cool zijn. Zo'n speler daar. Pas Pimbies. Victor Wembanyama. Jamal Crawford is hem zijn moves aan het leren. Maar stel je voor dat hij de moves van Jamal Crawford gaat leren. Hij was aan het doen op een All-Star weekend. Echt. En hij is de eerste speler, de vijfde speler ooit geworden die in 1 match minstens 25 punten, 10 rebounds, 10 blocks, dus triple-double met 10 blocks, en 5 assists heeft gehad. Na 1 keer Kareem, 1 keer David Robinson, 1 keer Ralph Sampson. Uiteraard. En 4 keer Hakeem Olajuwon. Hakeem the Dream. Die is 4 keer een triple-double. Maar toen ik denk aan dat filmpje dat ik heb. Heb je dat in de groep? Ja. Of niet? Zo Kevin Garnett had die praat over Olajuwon. Dat hij niet tegen kan trash talken. Ja. Zei die? I'm a hitter with the lateral movements. Dat David Robinson was dat die. Vooral, dus I'm a hitter with the trash talken dat Hakeem zei was. I'm a hitter with the lateral movements. He can do anything. Maar dan, I'm a hitter with the lateral movements. Zo zei Kevin Garnett dat. He can do anything. Oh, dat is zo goed. Ik moet wel zeggen, ik ben grotere fan geworden van Wemby. Hij had toch de Sham God gedaan. Hè? Mm. En ze hadden hem gezegd van, weet je dat de move dat jij gedaan hebt de Sham God heet? Mm. Maar dat is eigenlijk uitgevonden door een Joegoslaaf. Hij heeft geantwoord, in Europa noemen we dat de Body Roga move. Ah, nice. Oh, damn. Vind ik, en die Amerikanen ook allemaal... Huh? Dat vind ik fantastisch. Cool. Want er is inderdaad een move uitgevonden door een Europeaan. Ja. En Sham God heeft dat bekendgemaakt in Amerika. Maar... Het is gelijk de Willy Steveniers met zijn Bob Cousy. Is okay. Dat blijft het beste. Dat hij zei, ik heb een Bob Cousy uitgevonden. Ja. Dat is letterlijk gebeurd. Wat? Dat is letterlijk gebeurd. Dat hij een Bob Cousy heeft uitgevonden. Ja, is dat zo? Ja, ik geloof het. Maar erbij? Zoals bij de match van de USA, je was erbij zeker. Ik zet van boven met de met. Jamal Crawford gaat de moves dus leren aan Wemby. Hij heeft gezegd, als Wemby ene keer die typische move doet, die een dribbel achter zijn rug en dan een voorbij springen. Hoe heet hij met zijn naam, die move? De Jamal Crawford. Want hij heeft daar de 2.0 versie en de 3.0 versie van. Maar hij heeft die zelf nooit gebruikt. Als hij dat ene keer in de match doet, dan gaat hij die aanleren aan Wemby. Ik hoop dat we dat zien en ik hoop dat we dat niet zo'n giraf zien die over zijn benen valt. Ja, nee, want... Allee. Wat ook wel grappig zou zijn. Ja, maar hij is niet zo'n giraf. Hij is duidelijk vloeiender. Dus hij heeft wel echt... Dat moet toch superveel pijn doen voor Wemby als hij gewoon voorover valt op zijn gezicht, want hij komt van zo gigantisch hoog.
Allee, dat moet toch meer pijn doen als bij ons? Die heeft lange armen om... Een... Ja, maar nee, maar stel, je vergeet... Die heeft heel veel tijd om nog iets te doen, hè. Die heeft heel veel tijd om aan te denken. Oh, oh shit. Doen, jong. Die valt misschien met zijn gezicht tegen het backboard. Amai. Voor mensen die nog altijd luisteren, we gaan zo meteen weg laten, ja. Laten horen wie dat truitje wint. Dus blijf nog even luisteren. Ja. Voor, anders... Nee, je winnaar dat je mij contacteert. Ja, maar goed dat jij er nog bij zet. Ja, absoluut. Ze moeten maar luisteren, hè, Dennis. Liefst wel. Ah. Ja, anders kan je niet winnen. Jamal Crawford heeft over zichzelf gezegd dat hij de best six man aller tijden is. Dat klopt, ik heb dat gegoogeld. En dat is waar. Ah, wel, ik vind het funny. Nee? Voor mij is hij de tweede beste. Maar Williams. Zelfs, voor mij is het Manu Ginobili. Maar wacht, hij is zelfs geen top 1, 2, 3. Hij is zelfs geen top 5. Zet Schramm, Kevin McHale, hij is zelfs geen top 5. Zeg maar, Rulijsje. Wel... Beste six-man aller tijden is John Havlicek. Voor mij is het Manu Ginobili. Nee, maar dat is by far, dat is zelfs niet... Dat is zelfs niet subjectief. Is als six-man 8 keer kampioen... Enfin, 7 jaar op mij was hij six-man van een ploeg die elk jaar kampioen speelde. Hij was de belangrijkste man van de bank... Heeft daar van de ploeg met Bill Russell en Bob Cousy. Maar dat is toch wel subjectief? Wacht, want hij is daarna, over, heeft daarna, maar nee, hij heeft daarna overgenomen en heeft die ploeg als nummer 1 optie naar de titel geleid. Dat was een gast die een ploeg alleen naar een titel kon leiden, maar die six-man is geweest. Als je weet hoe belangrijk die is geweest voor die Celtics in die periode, dat is abnormaal. Dat is zo'n goede basketter. Hondo is een van de 30, 35 beste spelers ooit. Hè? Waarom werd hij eigenlijk Hondo genoemd, weet je dat? Daar heb ik geen idee van. Dat ga ik meteen opzoeken. Ja. Het maar het blijft toch wel subjectief. Nee, maar als je gewoon naar de cijfers alleen kijkt en de impact die iemand gehad heeft in zo'n periode, okay, voor mij is dat heel duidelijk. In een andere league als de league waar Manu en Jamal Crawford in spelen, toch? Maar Jamal Crawford is zelfs geen... Dat is wel heel duidelijk. Als je kijkt, voor top 5 daarin, Manu Ginobili, absoluut. Voor mij nummer 1. John Havlicek, Michael Cooper, de six-man van de Lakers in de jaren 80. Ja. En zelfs als six-man defensive player of the year geweest. Sterk werk. Kevin McHale. Six man in de periode dat de Celtics met de Lakers aan het vechten waren in de jaren 80. Vinnie Johnson, six man bij de Bad Boy Pistons. De microwave. En die eigenlijk altijd de microwave inderdaad. Die eigenlijk top bijnaam. Zeer die, goed. Bij en waarom andere, is dat? Omdat die ineens... Dat hij heel warm kon worden op korte tijd. Echt? Ja. Dat zijn mannen die zo bepalend zijn geweest voor ploegen die titels hebben gewonnen. Ah, ja, daarom is bij mij Manu ook. Ja, maar Jamal Crawford is daarom voor mij geen top 5. Nee, dat snap ik. Daarom. En andere namen die ik nog had opgeschreven als honorable mentions, die wel in discussie kunnen met Jamal Crawford. Ricky Pierce was bij de Milwaukee Bucks van de jaren 80. Dat is de eerste dat jij zegt. Ja, ik heb andere zotteren. Jason Terry. Ja, ik heb... Lou Williams. Detlef. Ja. Detlef Schrempf en Tony Kukoc. En, Tony Kukoc was vergeten, maar... Ik heb eens... McHale was ook geen ja, gezegd. Ah, dat was gezegd. Dat was top 3 ook voor Ricky mij. Ricky Pierce McHale. Voor Tony Kukoc zegt is wel... Nee, maar dat was gewoon... Dat was in willekeurige volgorde die de laatste. Oké. Okay. Heb je dat gevonden, Hondo? Ik heb de bijnaam gevonden. Dus Hondo was ook de naam van een film van John Wayne. Uitgebracht in 1953. De cowboy en, John Wayne. De cowboy, inderdaad. En de nickname was given door een vriend uit zijn jeugd, omdat die Havlicek... niet kon uitspreken. Mm-hmm. Ah, ja. Dus je zei Hondo. And not only was the movie popular, but the basketball player was similar to the movie character as he was a silent type, yet strong. Mooi. Dat is een beetje zoals Azpilicueta bij Chelsea. Daar noemde iedereen hem Dave, omdat ze het niet konden uitspreken. Azpilicueta. Dat is inderdaad bijna hetzelfde. Ja, heel goed. Nee, maar ik vind het echt objectief, omdat die cijfers van mij boekdelen spreken. Je kan er altijd over discussiëren, voilà, dat is waar. Maar, natuurlijk, je kan er altijd over discussiëren, maar ik vind die cijfers van Havlicek zo straf. Die kwam binnen in een ploeg die al een paar jaar, want hij heeft 8 titels gewonnen. Dus van de 11, dus had er 3, ze hadden er al 3 gewonnen waar hij niet bij was. En hij komt in die ploeg en als jonge gast wordt hij toch bepalend door eerst van de bank te komen en dan daarna om... de nummer 1 optie te worden in een tijd dat Bill Russell ermee stopt. Hoeveel jaren komt hij van de bank van die 8 titels? 7. Nee, van die 8 titels heeft er 2... wacht, dus van... In 6... 6 van die titels komt hij van de bank. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dan kun je er zeker een argument voor want maken. Want in 69 is Russell gestopt en hij heeft in 74 en 76 nog titels gewonnen met Celtics. Dus ik vind die impact... en ik denk staan dat... jullie ook zo versteld van Dennis en Kennis? Het is ongelooflijk, hè? Dat is echt ik Ik vind McHale en Cooper ook grote impact. En Ginobili kan daarmee, voor mij Ginobili 2. Ik was vooral aan het zien naar de spelers die ik zelf heb meegemaakt. Als je dan kijkt naar Crawford en Ginobili, dan is het gewoon al Ginobili. Ja, tuurlijk. Ja. Voor mij is Ginobili ook 2. Ja, voilà. Vooral de gast die dat eigenlijk altijd had kunnen starten. En... Ja, bij één of welke andere ploeg start hij, denk ik, in die periode. Maar heeft dat 1 jaar gedaan. 2005 was hij wel starter, denk ik. Ja, 2005. En dan pakken ze een titel niet. Jawel. Tegen Detroit. 7 matchen. Ah ja, dan pakken 3, 5, 7, ja.
Dat maar, verhaal was ook goed, hè. Ik heb dat gelezen van Pop, die dan Ginobili mocht naar het All-Star Game en dat hem terugkwam en dat Pop zei. Tof voor u. Ik ga nu maar terug op de bank zitten. Maar het coole is dat zijn gast, die ook wist dat hij goed genoeg was, maar die daar niet om gaf om van de bank te komen. Sacrifices gemaakt voor de ploeg ook echt, hè. Ja, en wat een speler. Misschien maar ik denk wel dat Crawford de meest coole speler is om ooit van de bank te komen. Ik vond dat echt fan van Jamal Crawford. Ik vind Ginobili is een van mijn teamfavorieten. Ja, maar nog iets cool. Heb je gezien dat hem over het laatst terug een vleermuis had gepakt? Hè? Ja. Dat een vleermuis was. Dat was wel een vleermuis. Nee. Hij heeft die toch gepakt? Maar nee, dat zijn beelden van vroeger als we het toen hebben. Maar nee, hij had gewoon een kleren aan. De mascotte heeft die gepakt. De mascotte heeft die gepakt. Nee, hij heeft die ook zelf gepakt. Je hebt die beelden gezien. Want hij is ook een echt dat die heeft gebeld. Die is voorbij. Heb ik dat gedroomd? Ja. Jongen, wat is deze? Dat is wel goed. Huh? Maar nee, hij had gewoon een kleren aan, zoals jij en ik. Nee, hij zat gewoon in de tribune. Zat hij in de zaal toen? van boven. Nee, dat was... ze speelden tegen Senegal. Dat was de derde wedstrijd dat ik daar was. Maar ik vind Ginobili, maar dat is ook persoonlijk, ik vind Ginobili cooler dan Crawford. Ik zou die liever spelen. Cool, maar nog cooler. Ja. Ja, ik ook. Crawford vind het ook soms dingen dat je vandaag... Maar Crawford en Lou Williams ook, zo, precies, heel gelijkaardig. Zo, ja. Ah ja, nee, oké, hij zat gewoon in de zaal. Carrière, maar ik heb echt gedroomd. Qua carrièrepad, maar toch niet als speler. Nee, ja, ik weet niet. Qua impact voor mij. Ja, maar Crawford was toch echt een andere speler. Crawford was wel beter, maar zowel vergelijkbaar. Ik denk dat de moves van Crawford waren beter. Maar als dat was toch... Maar ik zag Ginobili wel veel liever spelen. Ja, ik weet dat niet. Ik ook. Lefty helpt wel, hè. Lefty helpt altijd. De Eurosteps, die moves die had... Ja, oké, maar als ik over moves ga praten van Crawford... Ja, Crawford was toch... Ja. Heeft hij nog het record van de bestaantal 4-point plays? Ja, dat denk ik wel. Maar Ginobili deed ook meer, hè. Crawford deed aanval in de West. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Leuk om naar te kijken, bedoel ik nu. Absoluut. En Ginobili was in aanval voor mij bepalender voor zijn ploeg. Ja. Je kon effectief zeggen, Crawford kon de second unit niet alleen leiden. Ook al was het een goede six man. Ginobili kon je letterlijk zeggen, Duncan, Parker, allemaal op de bank. Hier, Manu, het is eens uw ploeg. Maar wanneer heeft Crawford in een ploeg gespeeld dat er... De Clippers? Clippers? Ja. Maar ja, dat was onder Doc Rivers, dus ja, dat witte. En Chris Paul, dus dat is niet gemakkelijk natuurlijk. Heeft iemand van vannacht het moment gezien tussen KD en die fan? Ja. Ik had het nog gezegd. Die cat die zei toch? Maar zij zei bitch. Ja, zij zei bitch. Maar die dude, die zei op een gegeven moment... I have a podcast about sports. Ja, dat is zo American ook weer. Wat die allemaal beginnen te zeggen. Ja, maar het is oké. Okay, ik heb een podcast over sport. Ja. Die wisten, hoe kwamen die daar ook? Wisten waar ze in kloten? Gaan jullie het zelf kunnen? Ik ga even een teltje doen. Gaat het? Oh, nee, misschien wil je dan een ideaal moment. Om even, Ultimate chaos incoming. Ja. Okay. Praat even verder. Begin niet meer van die rare vragen te stellen, gelijk voor een keer. Dus hoe is het met Tinder, Niels? Ik heb geen dating apps. Maar dus, het was weer Phoenix Dallas vannacht dat het gebeurd is. Want vorige keer dat Luca die een fan laat buiten gooien. Ook stoem wel, hè? Ook ja, mega stoem, maar dat was ook Dallas Phoenix. Dus daar is toch een rivalry aan het ontstaan. Ja, dat is tussen de fans. Ik denk dat security wou die fan... Die wou die buiten smijten, maar uiteindelijk heeft KD gezegd dat het niet hoefde. Ja, die ging nog terug. Die was even weggegaan. Maar dat is het verschil, hè? En Luca... Maar voor wat was hij dat? Luca die had buiten gezet? Luca, you look tired? Ja. Get your ass on a treadmill. Ja, dat is alles wat we gehoord hebben. Hij beweert daarna dat er nog andere dingen zijn gezegd. Dat is die man... Maar dat kun je ook niet allemaal horen, natuurlijk. Voor mij niet meer, ik moet rijden. Zeven, ja. Luca is toch wel een crybaby. Een beetje wel. Dat vlak, ja, jij kent hem goed, hè. Van, ja, kijk, we gaan nu... We go way back over tussen. Jullie praten misschien over andere dingen. Ik verschiet er niet van hoe je reageert. Dat is ook altijd als we spelletjes aan het spelen zijn, zo hele slechte verliezen. Ja? Zo word feuds, of hoe weet je dat? Wordle. Dat is een beetje Pearl game, hè. Word food. Ah, wel ja. Wordle. Ik heb onlangs... Poodle. Ik heb onlangs Pool game... In twee guesses, maat. Echt? Ik en begin, welke was het? Ik begin met Kate Cunningham. Ja? En ik zie dat van Detroit is. Dus ik doe Isaiah Stewart ineens. It pops up. Dat is chance. Maar je had de ploeg al juist. Ah ja, daarom. Ja, niet een silhouet bekeken. Isaiah Stewart ook gezien. Die heeft een klop gegeven aan die Drew Eubanks. Zeer agressief, die gast. Precies. Dat is ook die gast met LeBron. Ja, die chase. Goed moment. Maar er zijn beelden van, maar zijn nog niet openbaar gemaakt. Dus ik hoop dat dat wel gebeurt. Ja, we zijn niet zo na de match gebeurd. Ja, in een tunnel of zo ergens naar Eubanks gegaan en Saflet. Ook cool, of all people, Eubanks. Ja. Zo, gaar met die, jongen. Is niet Eubank, Eubankerio of zo? Ja, maar, en blijkbaar ook, die heeft niet gereageerd zelfs. Hè. Dus die... Eubanks. Ja, dus ze werd op zijn gezicht geslagen en heeft blijkbaar gewoon blijven staan en gewoon zelfs niet geflinched. Ah, ik weet het. Maar ik zou denken, als hij zelfs shooter was, ik zou wel flinchen. Dan weet je het een Amerikaan is. Want die Australiërs? Dat is toch een beetje... No worries, mate. Een NFL-speler ook. Ja. Nee, Amerikaan. Echt? Ja.
Eubanks. Tough guy, man. Van Starkville, Mississippi. We hebben het al even Mississippi, gehad. Mississippi. Voilà. Dennis, over, aangezien dat Van de Rand dat gaat benoemen, dat we van Luca ook heb al even benoemd. Van heel lang geleden ondertussen al. Ja, je lukt van dus your niet eyes on the treadmill. Ah, ja. Ja. Wat vond jij ervan? Belachelijk van Luca toch? Tuurlijk. Ik vind het belachelijk dat je fans... Ja, maar fans mag je buiten gooien als ze erover gaan. Voilà, als ze over je moeder beginnen, over je kinderen. Ik vond het heel cool van KD. Ik vond het heel cool van KD. De security was weer typisch Amerikaans. We gaan die buiten gooien. Ja, ja. En dat hij is teruggegaan. Nee, gaat hij niet buiten. Maar zo zou het moeten, hè. Ik vind, want ja, Durant kan een baby zijn. Ik vond dat heel cool van hem. Maar ik vind ook, als er echt overgaat, mag het gebeuren. Maar als er enkele groepen is, Luca, you look tired, get your eyes on the treadmill, daar moet je gewoon mee lachen. Gewoon, de supporters in Utah moeten allemaal buiten gegooid worden, elke match bij ze van spreken. Ja. Dat er heel veel racistische dingen worden, dat staan zo'n bekend daar. Ah, ja, is dat? In Salt Lake City. Salt Lake City? Ja, ja, ja. Salty. Ja. Oh. Wauw. Salty Lake City. Wat hebben we nog allemaal? We hebben veel, hè. Veel nog, hè. Tekken. Embiid. Joel. Ik ga pipi doen. Maar alleen gasten weer al. Last man standing, boys. Haha. moeten we het over Embiid hebben en over zijn blessure en over alles wat er rond te doen is geweest? Want, dus, even teruggaan, hij speelt niet tegen Denver. Was klaar. Had zelf gezegd dat hij ging spelen. De ploeg een kwartier ervoor beslissen ze ineens. Speelt toch niet. Heeft er een boete voor gekregen. Mm. De club. Omdat ze dat eigenlijk niet mag. Je moet dat vooraan duidelijk maken. Een paar dagen erna was hij ineens wel weer oké. En dan blesseert hij zich tegen de Warriors nadat Jonathan Kuminga op zijn been valt. Ik heb er met heel wat mensen online ook over gediscussieerd. Het lag daar niet aan, hij had al een eerdere blessure. Wel, de club en Nick Nurse hebben officieel gecommuniceerd ook. De blessure waar hij nu aan geopereerd is, was niet degene waar hij daarvoor al last van had. Dus het andere been zelfs. Stond los van elkaar. Dus dat had niks te maken met die blessure waar hij daarvoor last van had. En ook... Dus stop met trollen. Ik heb nu pas de naam Nurse. Nee, want ik vind dat leuk om... Dat, zijn naam is Nurse, kan hij het niet gewoon fixen dan eigenlijk? Nou. Ik heb nu pas door. Ja, het is maar nu beginnen die mopjes mee. Nee, maar ik had echt pas nooit door dat het niet verpleger was. Maar ik vind dat mensen mogen, ik discussieer met mensen goed als dat inhoudelijk blijft. En als het niet op de man is, allemaal goed voor mij. Ja. Vanaf dat ik op de man begin te spelen, dan negeer ik u. Gewoon inhoudelijk allemaal goed. Maar ik denk, als hij er zoveel last van zou hebben gehad op voorhand, dan had Embiid dat zelf wel als excuus gebruikt. Want... Elke speler zou dan wel zeggen van ja, ik heb het, ik had al langer last, maar ik ben blijven... ik ben blijven doorspelen. En dan, de media was heel kritisch voor Embiid, dat hij tegen Denver opnieuw niet meegedaan heeft. En ik vond dat ook terecht dat ze kritisch waren. Maar nou komt er kritiek, onder andere van LeBron. Ja, de media, eerst hebben ze kritiek en daarna zeggen ze niks meer, nu hij geblesseerd geraakt. Take accountability. Alsof dat Embiid gespeeld heeft, omdat de media zegt van oh, je had moeten spelen. Dat trekt hij zich toch geen grote van. Hij begon toch gewoon schrik te krijgen voor zijn 65 matchen toen nog. Of hij wilde gewoon spelen en het gekozen, die matchen speel ik niet, die wel, zoals zoveel spelers doen. Natuurlijk, een blessure kan ook gewoon 2-3 dagen later beter gaan. Allee, dat is hoe dat genezen werkt, hè. Ik ben nu geen Nick Nurse of zo, maar dat wil u dat maar werken. Kijk, als je niet kan spelen omdat je geblesseerd bent, alle respect, dat is logisch. Hè? Dan heb je last, logisch dat je niet speelt dan. Ja. Alle respect voor. Maar... als je geblesseerd bent, rust dan ook effectief. Als je een paar dagen later alweer speelt, ja, dan kies je zelf ook ergens voor. Hè? Ja. Maar het is gewoon opgeblazen door het gegeven dat hij al sinds 2019 niet meer in Denver heeft gespeeld of zo. Hè? En onder andere. Dan weer in Denver was en dus weer geen match-up met Jokic in Denver. Ja. En ook, dus na die match in Denver had hij 11 matchen gemist. 9 daarvan waren op verplaatsing. En 2 van die matchen waren maar tegen niet-playoff-ploegen. Dus alle matchen die hij anders gemist had, waren tegen playoff-ploegen op verplaatsing. En had 9 van de 24 matchen gemist die zijn ploeg gespeeld had tegen playoff-ploegen op dat moment. Amper 2 van de 20 matchen tegen niet-playoff-ploegen had hij gemist. Dus dat is ook wel ergens, als je dat bekijkt, wel heel opvallend. Ik vind dat ook heel raar eigenlijk. Mm-hmm. En ook vooral, hij miste ook vooral matchen op verplaatsing. En dat is iets waar ik bijvoorbeeld niet tegen kan. Kijk, de Lakers speelden in februari tegen Boston, in Boston. En Anthony Davis en LeBron spelen niet mee. Ja. Dat is de enige keer dat die naar Boston gaan. Als ik 15 of 14 of 13 jaar ben, of maakt niet uit hoe oud, zeker als kind... En je gaat naar, je woont in Boston en de Lakers komen. Ik wil LeBron zien. Ja, tuurlijk. Ja. Ik wil Davis zien. Stel je voor dat je dat als kerstcadeau krijgt. Ja. Maar ja, oké. Okay, die waren effectief allebei geblesseerd, of? Nee, dat is een match dat ze gewoon gemist hebben. Ah ja, oké. In match, als ze de match daarna weer spelen, zijn maar ze niet geblesseerd. Maar was dat geen boete dan tegenwoordig met die nieuwe regels? Het zal geen National TV game geweest zijn, zeker. Geen idee waar ze daar een boete voor hebben dat gekregen. Dat is geen National TV game. Ik weet het niet. Maar anders is dat daar is die nieuwe regel toch voor uitgevonden. Ja. Om dit te voorkomen. Maar kijk wat Kobe altijd zei. Die Vanessa heeft daar ook gezegd tijdens zijn herdenking, Jordan ook altijd, van
Je weet nooit wie er mij voor het eerst en misschien voor de enige keer kan zien spelen. Die beseft hoe belangrijk dat was. Ja. Dat is ook hun rol. Ja, Kobe heeft dat betaald met al zijn blessures op het einde. Jordan nu ook, die zijn knieën zijn ook kapot. Dat is erg, maar... Dat is meer kapot hè, bij Jordan. Zijn ogen. Nee, dat is heel raar. Want ik heb heel veel reacties gekregen en mensen dan zeggen, ja, maar kijk, de carrières zijn nu veel langer dan vroeger. Maar ik vind dat veel minder waard als je elk jaar 15 à 20 matchen mist. Uiteindelijk... Dus ook een Joel Embiid. Zien we die spelen tot zo? Nee, maar heel veel andere carrières, als je elk jaar een kwart van het seizoen mist. Ja, je speelt meer jaren, maar je gaat niet meer matchen als Robert Parry ineens gespeeld hebben of zo. Hè? Dus het is hoe je het bekijkt, hè, dat je carrière langer is. Ik vind dat minder waard dan. Ja, snap ik. Dus ik vind de kritiek op Embiid, ik vond die terecht toen. Het is gewoon pech dat hij geblesseerd is uitgevallen daarna. Dat is gewoon pure pech. Mm-hmm. En voor de Sixers kan het misschien nog wel eens het beste zijn dat hij is overkomen. Hangt er vanaf hoe ver ze terugzakken. Hij gaat terugkomen eind maart. Hè? En waarom is dan het beste? Omdat hij gerust heeft. Ja. Zo, ja, op die manier. Die gaat helemaal fris gaat aan de playoffs kunnen beginnen. Playoffs, dus misschien is dat voor de Sixers. Ik weet het niet, hè, maar ik hangt er ook vanaf hoe ver ze terugvallen. Ik hoop dat het een beetje spannend kan worden in het oosten, want ik heb een beetje schrik dat dat daar... Want waar staan ze nu? 3 of 4, weg. Nu staan ze lager zelfs. Naar 5 gezakt. Ja, ja, ja. Echt, hè? En Miami is coming, hè, gasten? Ja, 5, ja, ja. Celtics, Cavs, Bucks, Knicks, Sixers. Gewoon uit het hoofd, hè. Dat is met een computer, hè. Ja, kun je dat wel opzoeken, hè. Nee, het stond er al zo. En, ja, alleen, ik weet niet of ik... sommige mensen dat dan weer helemaal vinden dat hij wel moet spelen, zeggen dan ook, ja, als je niet gaat werken, word je ook niet betaald. Maar dat vind ik dan weer... Ik weet ook niet of ik niet per se altijd... Maar ik word wel betaald. Als ik niet ga werken, word ik betaald, hè. Ik ben een zelfstandige, dat is anders. Hip. Is niet hip. Nee, hip. Ik dacht hip. Jij is een hipster, hip van mij. Hoe kan zelfstandig, hè? Al die hippe zelfstandigen. Dat kan je ook dan weer niet vergelijken. Maar ja, je krijgt 52 miljoen per jaar. Ja. Just play, hè. Ja, nog eens, ik snap dat je sommige matchen niet kan spelen, maar 65 van de 82 is toch niet te veel gevraagd, hè? Nee. Wel? Nee. Vroeger was dat helemaal geen gegeven. Vroeger speelde iedereen 80 matchen of meer van de 82, hè? Joel Embiid is de MVP met op 1 na minst gespeelde aantal matchen vorig jaar. Enkel Bill Walton, die had er minder. Die is toen geblesseerd geraakt na... Procentueel dan, want je hebt de lockout season en zo. Ja. Na 50, 55 maar matchen. Hoeveel speelde hij er vorig jaar? Zou hij de MVP kunnen gepakt hebben? Als de regeler was, speelde er meer dan 65 vorig jaar. En Walton had 58 matchen gespeeld dat jaar. Dat is de enige keer, dat is echt het minste. 77 of 77? 77, 78. En Embiid had vorig jaar... Eens kijken hoeveel matchen gespeeld. 66. Ah ja, voilà, is genoeg, hè? Net genoeg. Juist. Ja. Ja. Ze zullen nog wel rekenen, zeker. Maar er is wel veel om te doen geweest over die regel van 65. Want zo bij spelers als Halliburton is het een verschil van 40 miljoen natuurlijk. Ja, okay. Bij All-NBA kan maken of niet, maar ja... Ja, stel Halliburton speelt 64 matchen dit jaar. Mm-hmm. Alle andere jaren, met de prestatie die hij heeft neergezet, zou hij All-NBA geweest zijn. Is dat zo? Hij wordt toch All-NBA dit jaar? Ja, maar als je een kwart van de matchen mist, dat is veel. Vorig jaar, hij speelt hetzelfde seizoen, hij speelt 64 matchen, dan is hij All-NBA. Ja. 100% zeker. Maar ik vind een kwart van de matchen te veel om te missen. Om er eens een lijn trekken natuurlijk. Ja, ik vind dat ook. Ik vind dat niet zo'n... Ik ben het daar totaal niet mee oneens. Ik vind dat oké. En ja, ik vind dat toch. Een kwart van de matchen missen is veel. Hè. En All-NBA, dat gaat over wie het hele seizoen een van de beste 5 of 15 spelers was. En als je een kwart mist... Ik vind dat heel veel, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar ja. Het argument, ik vind ook het argument heel raar van ja, ze moeten fit zijn voor de playoffs, dat is het belangrijkste. Er is meer begeleiding nu, betere omstandigheden, beter materiaal dan ooit tevoren, op alle vlakken. En toch spelen ze minder. En betere wetenschap. En het is nooit bewezen dat die load management dat werkt. Ik vind dat... Nu, ik ben ook geen dokter, dus ik ga me er ook niet over uitspreken. En ook geen verpleger. Dus ook geen nurse. Ook geen nurse, hè. Klopt. Helemaal, bedankt. Gewoon een zelfstandige. De kleine zelfstandige. Hip. Maar wel hip. Heel hip. Fuck you, echt, Jan. Echt eikels. Je lacht. Dat is dat roken van vroeger nog, hè. Waarom is dat wel het, Jan? Ja, maar ik voel het al, maar ik ga hem even zien. Dat is een vapen. Dat is een vapen. Ik ben nog altijd niet geweest. Nee, dat is volgens mij zo die airco van die computer die dat blazen. Dat kan wel zo. Oké, goed. George Karl op de afscheidstournee van de LeBron. George Karl, daar stond mijn cursor. Ja, ik zat er ook zoiets op. Ja, oh. You're overrated. What? You're more like Detlef Schrempf. Dus George Karl. George Karl, ex-coach van onder andere
Milwaukee Bucks in de jaren 80, Seattle Supersonics in de jaren 90, Nuggets in de jaren 2005 en dan daarvoor. Milwaukee ook. Lang toch, hè? Bij Denver. Ja. Best wel even, hè? Ja, nee, coach met wat was het? Derde meeste wins ooit zonder titel of zo. Ja. Derde meeste wins aller tijden zonder titel. En ontslagen erbij. Als coach van het jaar. Juist. Ja. Daar hebben we nog iets gehad, de resten. Dingen van Toronto. Ja. Dwayne Casey. Dwayne Casey. Ja. Dus het begon allemaal op de verjaardag van Iguodala. Dat is een eerste tweet. Ja. Heb je die gezien? Nee, dat zeg ik wel niet. Waarschijnlijk. Damn, Andre is 40 this weekend. Impressive. I heard moles don't usually live more than 5 or 6 years in the wild. Twitter fingers. Dus Iguodala, die speelde bij Denver. Ah ja, ja. En dan waren ze uitgeschakeld door Golden State. 2013, het jaar daarna, is Iguodala naar de Warriors gegaan. En hij is ervan overtuigd dat Iguodala geheimen en plays heeft doorgegeven aan Mark Jackson en aan de Warriors. You can't beat them, join them, of zo werd dan gezegd. Ja. Dus dat is hij nog altijd, 2013. Hè? Er zijn meer oude koeien uit de gracht gehaald in die situatie, hè? Maar hij is natuurlijk ook ontslagen daarna. Dus misschien dat hem daar... Ja, hij is nog Salty Lake City, hè? Ja. Want daarna begon alles met Carmelo Anthony. Melo heeft een podcast. Later. Ja, ook nog. En daarin had hij... Ja, Melo heeft ook een podcast. Ja, allemaal. Ja, allemaal. Ja. Daarin heeft hij verteld over toen George Karl coach van de Nuggets werd. En voor de eerste match van Karl bij de Nuggets had hij Melo bij hem geroepen en gezegd... Kijk, je bent overrated. Ik zie jouw rol in deze ploeg als die van Detlef Schrempf. Ja. Bij Seattle. Ik vind dat geniaal, als dat echt gezegd is. Dat is sowieso echt. Maar wat is zijn gedachte dan? Wie is dan de ster van de ploeg? J.R. Smith. J.R. Smith. En je ziet die foto's ze daarna tonen. George Karl in zijn polo, overrated. En dan Melo daarnaast in zijn truik. En dan met die gast tegen die andere, you're overrated. Dat is wel ballen hebben, maar... Ik vind dat schitterend. Nee, die was helemaal niet overrated. Nee, maar hij moest toch wel veel bewijzen. Ik denk dat het daarop neerkwam toen. Maar zijn rookiejaar was al waanzin. Ja, sowieso. Dat was zijn derde jaar. Heeft Denver in Denver in zijn rookiejaar naar de playoffs geland? Ja, solo. En dat was fantastisch. Dat was hem op scherp te stellen of zo, I don't know. Maar en ook die serie tegen de Lakers 2009, conference finals. Ook Melo was de man, hè. Ja. Hij heeft erop gereageerd met... Dus George Karl heeft een boek geschreven een tijd geleden waarin hij letterlijk iedereen heeft afgeslacht over vroeger gepraat en dan rekening heeft willen vereffenen. Heeft hij getweet, hey Carmelo Anthony, let's not do this. You're telling stories that are 20 years old. Let's move forward. Letterlijk zo stiep. En dan, and you were overrated and you wish your game was as efficient as Detlef's. Dat is toch geniaal. Maar daar is toch niet bij gestopt. Een dag later. In Detlef zit er ook waarschijnlijk. Wat heb je hiermee te maken? Wil je met hem niet bij betrekken? I'm flattered by all the love here today op Twitter of op X. To clarify, Melo was an inexperienced and overrated player when I first coached him. Dat is nieuw. Detlef is one of the best international and most efficient players ever. Voilà. And I'm the last one in Denver who still feels the Nuggets should honor Melo. Oh, dat is zo weg van de wereld. Wat geniaal is dat 20 jaar geleden is, hè? Ja, ja. Dat nu allemaal weer naar buiten komt bij beide. Ja. Ja. Dat hij nog zo diep zit na 20 jaar. Prachtig, maar vooral dat George Calder ook zegt en dat hij zelf een boek heeft geschreven. Ja. En heel de tijd vroeger begint. Maar hij zou kunnen verdragen. Heerlijk toch, of niet? Als je uitdeelt, moet je incasseren ook natuurlijk. Hè. Ja. Maar er komt nog meer, want er is echt wat. Ze zijn niet gedaan. Super Twitter-saga. Melo heeft dan die eerste tweet geretweet met allemaal lachende, huilende gezichtjes. Ja, ja, ja. En daar heeft Carl op gereageerd met: We all know you're passive-aggressive, Melo, so be real. What's this mean? Be real. Dat is ook geen zin, of wel? What's this mean? Ja. En dan heeft hij daarna getweet, of een dag of twee dagen later. Over die nummer, zeker? Nee, nog eerst een ander. I wanted to turn a corner with Melo and see him celebrated in Denver and in general. After this bullshit this week, I'm unsure again. What do you think? Should Carmelo Anthony be honored for his best years, which were in Denver with me, or not? Heel veel Trump vibes. Dat is zo American. Dat is zo American. Ja, en dan heeft hij inderdaad een foto van Jokic gepost. Ja. Met daarbij: Happy birthday to the champ, the ultimate team guy and the greatest player to wear number 15 in Denver Hoops history. En heeft hij Carmelo Anthony erin getagd. Maar dat is er het beste. Dat is er het beste. Dat is erin over. Dat is er echt wel over. Ja. Maar dat was net, want er was toch wel een ding van welke nummer 15 gaat retired worden. Allee, dus dat is de olie op het vuur een beetje. Maar dat is, vind ik, ook wel degoutant eigenlijk, dat die nummer 15 toen Melo wegging, gegeven hebben aan een second round pick, dat ze toen nog niet wisten dat Jokic ging zijn. Ja, oké, maar als dan nummer nog niet retired is en die speler vraagt, dan kun je dat weigeren dan? Waarschijnlijk niet. Carbajosa heeft ook nummer 15 gedragen bij de Raptors. Teller komt nu een speler bij Cleveland. En die wil per se nummer 23. Ik kan zeggen, is dat... Maar die wil per se nummer 23 dragen. Ga je zeggen, nee, want we hebben een paar bij Cleveland.
We gaan die binnen een paar jaar retire. Ja, als je dat al vraagt, dat is LeBron. Sowieso. Dat is LeBron. Dat is LeBron. Nummer 6 bij Miami. Die zouden ze nu mogen pakken, denk ik. Ja? Denk dat wel. Echt? Ah nee, nummer 6 mag niemand meer dragen. Ah nee, dat mag inderdaad niet meer. Dus dat kan zelfs al. Daarvoor was dat Mario Chalmers. Dat heeft dat moeten afgeven voor LeBron. Die is 15 geworden dan. Ja, want 15. Maar LeBron heeft toen gezegd, ja... Bij Miami vind ik dat heel grappig nog altijd. Ja. Ja, ik ga voor mijn Olympische nummer. Maar nummer 23 kon hij niet pakken, want niemand mag dat dragen bij Miami. Ja. Dus ik, maar, nee, ik ga voor mijn Olympische nummer. Maar dat was niet de reden natuurlijk. Nee. Ja. Maar echt, alleen. Ja, George Carl. Ja, ik heb die boek thuis, ik moet hem nog lezen. Maar... Ja, nu wil je er toch aan beginnen, als je dat allemaal hebt gehoord aan die boek. Ik zie, ja, dat wel. Wel interessant. Als de vorige... Allee, ja, dat ik daarmee moet bezig. Wacht op de film en jokken. Maar lezen is tof, hè. Ja, maar ik kan het niet goed. Kan het niet goed lezen. Verrassend. Niet gedacht? Ja, echt waar? Had je mijn lezer gezien? Nee, totaal. Ik was echt zo hoop. Totaal niet, loser. Totaal niet. Kevin Durant, want we hebben over de Sonics ook. Kevin Durant wil trouwens deel uitmaken van de Sonics franchise als ze terugkomen. Denk ik door eigenaar of zo te worden daar. Ja, prima. Ja, welkom. Nice. Welgekomen, Kevin. Arm. Ja, is het niet tijd dat het er komt? Nog even gaan Seattle, spelen. Las Vegas, dat we 32 ploegen hebben. Ja. Tijd, hè. Maar, is goed. Maar het wordt ook al wel te veel gezegd om uiteindelijk niet... waar te worden, toch? KD, Seattle, LeBron, Vegas. Hm? Ik vind de Sonics ook om dat logo, dat is geschiedenis. Heel, dat is zo cool, die kleuren. Very cool. Sam Kerkhoffs vindt dat totaal niet trouwens. Echt? Die vindt dat echt? Niet graaf. Zalig, zo dat vette groen. Zo en wie is dat? Jij hebt dat visje gekregen, zeker? Ja. Vet. Sam vond dat niet cool, nee. Je hebt het, vindt Sean Kemp ook niet, nee. Niet cool. Allee. Kijk, meningen, dat mag je. Natuurlijk, ja, maar het is gewoon raar. Ik vind dat net coole shirts. Ja, maar je moet er beter over nadenken. Hij vindt dat shirt van Sean Kemp niet cool, wil ik zeggen. De speler zelf niet. Ik vind dat net, ja. Ik vind dat ook wel vet. Maar zo, wij zien als vintage, hè. Misschien al een... Vintage. 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 Paulo Vintage. Ex-ploeg. Ja. KD is pas ook weer gespeeld tegen de Warriors. En Draymond Green heeft zich opnieuw wat laten kennen tegen Kevin Durant, onder andere. De belangrijke vraag, heeft Draymond Green geleerd van zijn schorsing, ja of nee? Oh, nee. Het is wel een paar keer kantje boordje geweest, hè? Nee. Hij is voorlopig toch nog niet over de schreef gegaan, dus. Tegen Phoenix? Maar hij is luid aanwezig, okay, maar toch niet... Allee. Maar oké, okay, maar dat mag dat toch. Dat is een tijdbom, hè? Dat is toch niet in iemand zijn klotenshot? Ja, dat, wel, dat is waar. Dat is echt een tijdbom. En zo bij Nurkic zit en gezegd van, fuck, deze heeft helemaal niks geleerd. Ik neem het terug. En wat hij daarop reageert, ik weet niet meer wat het juist was, maar hij zei, het maar was wel mega goed, die match, hè? Wel, ik heb het opgeschreven, de reactie, helemaal. Ik heb het niet genoeg. Ik zou graag weten waarom het een kwestie van tijd is voor ik iemand ga slaan. Omdat ik hem vernietigd heb. Je bent niet genoeg Nurkic. Wat een vernedering. Ja. En ze verwachten te winnen met hem. En dan... Dat is dezelfde gast die languit op de grond is gaan liggen toen ik hem raakte. Bro, je weegt 135 kilo. Als hij niet zo op de grond had gelegen, was ik waarschijnlijk niet geschorst geweest. Maar hij lag er alsof hij dood was. Dus sloeg je keihard op zijn gezicht natuurlijk, wat op de grond valt. Ja. Ook maar het feit niet dat hij dat laatste zegt, is teken dat hij niks geleerd heeft. Echt, ik ben fan van de speler Draymond, maar wat een... Dat was mega goed, die match. Maar ja maar ook... Okay. Dat nee, oké. Okay. Ding, met die vier vingertjes ook heel een tijd. Heb je dat gezien? Maar dat is Klay Thompson toch? Ja, maar dan met zijn tong uit zijn bakken zo. Sorry, ik moet even aan iets denken. Maar heb je met All-Star Weekend Chuck en Draymond gezien? En dat Draymond zo'n commentaar heeft over kostuum. En dat Chuck zegt, ah, that reminds me. You know who asked about you? Who's that? Nobody. En die gaan alle drie plat van het lachen. Dat was zo ongelooflijk cool. Er is een journalist van TNT die dat afgelopen tijd ook gedaan heeft. Met Shaq. En dan zo... Shaq weet wie dat naar u gevraagd heeft. Nobody. En Shaq, pas maar op. Jij werkt binnenkort bij ESPN Deportes. Ik werk maar aan uw Spaans. Maar dat was zo goed van Shaq, jongen. Echt, wauw. Oh, ja, Draymond. Sorry, ik moest er even aan denken. Nee, dat was inderdaad. Maar nee, ik heb het... Maar ja, het is inderdaad wel... Het gaat wel terug fout lopen. Maar tuurlijk. Op dit moment vind ik dat er nog niet is over. Het is gewoon spelen en dat, maar... En dat maakt hem wel beter, hè? Dat is het. Dit is een Draymond dat de ploeg beter maakt, dat de andere spelers het vuur erin... op de goede manier, maar het gaat wel nog iets ook niet een beetje, Niels, door Draymond ook, doordat hij zo doet de hele tijd, dat je zo minder... Je gunt het de Warriors minder minder exact. Door ah, nee, dat hoe dat Draymond doet. Dat heb ik eigenlijk niet. Ja, ik volg je wel een... Lastig. Ja. Het is vooral elke keer van... Gaat je dat opnieuw doen? Doe gewoon. Nee. Zo. En van die vier vingertjes, ja, je hebt vier titels. Ja, dat doet allemaal te veel. Dat was Klay zijn ding. Ja, die deed dat ook veel te veel. Dat is van Klay. En niet blijven. Dat pakt dat niet. Maar bij Klay was dat... Dat is wel het argument. Bij Klay was dat uit onmacht, omdat hij niet zichzelf kon zijn. Ja. Dat hij voelde naar die blessures, volgens mij. Tegen Phoenix, en dat was ook enkel tegen Memphis. Toch? Nee, dat was tegen Phoenix, dat was tegen Boek ook, denk ik. Ja, een paar keer gedaan. Terecht dan wel. Ja. En Klay gunnen we iets meer. Ja. Ja, dat is waar.
Maar Draymond, ja, ik heb het er echt mee gehad ook. Ik ben gast, doe normaal. Maar op het veld, het ding is wel, als hij goed is, zijn de Warriors goed. Ja. Oh ja, voilà. En Stephen Curry is beter dan ooit als hij met Draymond Green speelt. Ik heb, bij mij is dat niet voorbij eigenlijk, Draymond. Zeker dat die momenten dat met Chuck en zo, dat helpt daar toch in. Dat is wel grap. Voor zijn verhaal en om terug leuk te vinden. Dat hij ook zo met zijn eigen... Hij heeft wel zelfspot en zo ook. Maar dat zo af en toe, hè? Ook niet altijd. Ja, niet op alle vlakken waarschijnlijk. Maar wat hij dan zegt over die schorsing, als die niet was gaan liggen, was ik niet geschorst geweest, dat is teken. En je snapt het echt. Ja. Ah, oké. Okay. Je hebt letterlijk ene in zijn gezicht geslagen. En uw ploegmaat zijn een... Allee, uw gezicht proberen breken. Ja. Ja, nee, kom. Maar Jordan Poole... Is helemaal nodig kwijt door die slag. Daar blijven ons vragen bij. Ook een goede highlight, hè, Jordan Poole. Vannacht? Wacht, gezien. Ja, maar wacht, maar ik heb het gezien, maar ik heb het vergeten. Wat was het? Dat is gewoon dat is low van lights. Alles. Dat is van alles. Dat is echt ja. Dat hij zo... is een bank... Eerst wordt hem keihard geblokt. Ja, zo'n slechte move. En dan geeft hem de bal aan iemand. Hij wil ingooien aan de baseline. Hij beseft ineens, oh, die man staat er niet. En dan laat hij die bal zomaar gewoon vallen, maar in het veld. Maar wat is die zijn... Dat is, ik heb ook gelezen vandaag dat het officieel het slechtste contract is in de NBA. Wat is die zijn contract? I got my own team now, ja. Paul even, man. 4 jaar, 128 miljoen. Ah, dat gaat wel effectief het slechtste contract zijn in de NBA, denk ik. Ja. Waanzin. Maar goed gedaan van hem, hè. 1 jaar een roleplayer geweest, dan een championship punt en daardoor een carrière gemaakt. Echt waanzin. Trouwens, de Warriors op hun toppunt met Draymond Green en Curry en Clay. Clay van de bank. Nu. Ja, inderdaad. Terecht. Ja. Podziemski. Podziemski trouwens, dat is één die gaat blijkbaar op training tegen Draymond Green in. Ja, ik heb ook wel. Draymond Green vindt het zalig. Ze had een match gehad en Green het balverlies gehad en Podziemski. Ze hem gaan uitscheiden. Je mocht hier geen balverlies hebben. Yeah. Doe je werk, gast. Dat is vet. Ja. Dat is like nice. De Warriors, hun seizoen dat ze 73 matchen hadden gewonnen, waren ze de beste aanval van de NBA. Daarmee zouden ze nu de 21ste aanval hebben. Ja. Net boven die van de Toronto Raptors. En je praat over 8 jaar geleden dus. Maar hoe belangrijk dat is om dat in perspectief te zien, dat je dat moet vergelijken met de andere cijfers van dit jaar. Defense, de Lakers waren toen, dat jaar, 17-65. Hadden de slechtste verdediging van de hele NBA. Daarmee zouden ze nu de op 1 na beste defensie hebben. Wat? Dus, dat wist ik niet. Maar daarom is dat zo belangrijk om die cijfers... Dat is niet... Maar dat is nog zo. Maar dat is nog zo. Die cijfers apart maken niks uit. Je moet die met elkaar zien. Die aanvallende en die defensieve cijfers van hetzelfde jaar. Het volledige plaatje is gewoon gestoord. Hè? Want je praat niet over 30, 40 jaar geleden. En dat is 8 jaar geleden. Hè? Ja. Dat is crazy. Maar daarom beste, dat hangt alles af van die andere cijfers. Dat is zo belangrijk om dat in perspectief te zien. Maar dat is wel echt tot van de Lakers. Ja. Dat wist ik nog niet. Maar wordt het niet te gemakkelijk op de defense gestoken? Ik vind dat nu heel gemakkelijk wordt gezegd, er wordt niet verdedigd. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Dat wordt wel te snel gezegd, maar als je bijvoorbeeld kijkt, dat is nu wel één voorbeeldje, maar naar die match dat Luka er 70 knalde. Zo'n paar 73. Plays dat hij echt gewoon zo, 73, wandelde. En dat is echt al no defense. Hmm. Er wordt ook echt al Maar ik denk dat we dat wel ook overdreven. Ik denk dat gewoon offensive game is zo... Het is ook het is een combinatie van de beide, denk ik. Veel minder. Ja. Het veld is zoveel groter geworden, doordat letterlijk 99% van de spelers kunnen shotten. Nee? Het is een ander spel geworden, hè? Alsjeblieft. Wat zijn we? Ik zei dat is nog even groot. Zijn we daar zeggen van? Nee, het is een ander spel geworden, hè? Hangt het ook niet vooral van ploeg tot ploeg af, gewoon? Want Atlanta bijvoorbeeld is niet de beste defensieve ploeg. Maar je hebt... ik vind het te gemakkelijk om het alleen op defense te steken. Er wordt niet meer verdedigd. Jawel, er wordt nog wel verdedigd. Dat is veel te kort door de bocht. Maar er zijn sommige ploegen die inderdaad niet verdedigen. Ja. Dat wel. Maar het spel is gewoon geëvolueerd. Tuurlijk. De aanval is... ontploft. En de regels zijn gewoon allemaal in het voordeel van de aanval. Ja, tuurlijk. Ja. Er is... Maar dat wel een aanpassing in komen, die defensive 3 seconds, ik had dat gehoord in de low post, maak daar defensive 5 seconds van. Dat is al een gigantisch verschil. Nice. Dat je 2 seconden langer in de paint mag staan. Nice. Perfecte oplossing. Ja. Om het, dan, dat is toen regel ook eigenlijk. Want 3 seconden is ook te kort, hè? Ja, inderdaad. Ik snap dat ze de FIBA-regels er niet insteken, maar ook handchecking. Waarom zou je dat niet een klein beetje mogen doen? Ja. Niet zoals Derek Harper vroeger, die verdedigde de hele tijd met zijn hand op de heup van iemand. Dat nu ook weer niet. Nee. Maar de regels moeten niet allemaal in het voordeel van de aanval zijn. Maar dan gaan we aanpassingen komen, denk ik. Zo. Nu is het overdreven. Hè? Voilà, daarom. Ja, denk het ook. Maar het is niet dat er niet meer verdedigd wordt. Dat klopt ook dat niet. Nee. Vind ik. Oké, nog een paar dingetjes. Zeggen wie de giveaway heeft gewonnen? Ja, tijd. Graag. Tijd. Arne Gijsels, shirt van Tomani Camara. Dat is voor jou. Contacteer ons op welke manier dan ook. En dan stuur ons je adres door. En dan kunnen we dat naar jou opsturen. Voilà. Goed. We hebben nog een paar dingetjes. Oh, leuk. Mooi. Ja. Ik heb een paar kleine dingen. Zal ik die misschien eerst doen? Ja. Goed.
Hebben jullie die beelden gezien van... ik heb die jou laten zien, Os. Van die gasten die een suite hadden gehuurd in United Center in Chicago. En dan beslist hebben om daar strippers in te huren. En die daar te laten... Dat heb ik jammer genoeg niet gezien. Nee. Tijdens de match, en er werden heel wat spelers... Het was DeMar DeRozan, werd door de persconferentie gevraagd. Heb je dat gezien, die strippers? Ah, nee, we hebben het gehoord achteraf, want tijdens de match... En dus daar zo... Die boys zijn heel snel gaan douchen. Die hadden zo'n box afgehuurd. En dan effectief strippers laten komen. En dan waren die in die box waren die met briefjes aan het smijten. En die briefjes die vielen dan naar buiten op de mensen die gewoon daar in het publiek zaten naar die match te kijken. En ze naar boven. En die heeft echt prachtig filmpjes, want die hebben dat op social media gepost. Ja. Van die stripster die daar staan te twerken en al. Die mannen mogen natuurlijk nu niet meer binnen in het stadion. Maar ze hebben het oké, maar ze hebben gewonnen, hè. Ze hebben het maar gehad. Allee, voilà, het is dat. Gewoon de game. Maar ook zo van die suites. Ik zei er een paar keer dat er van die filmpjes boven kwamen drijven. Hoe duur dat is. Ja, maar hoeveel miljoen was het? Maar logisch, als je weet wat dat NBA-tickets gewoon al kosten. Maar dat slaagt nergens op. Hey, die krijgen er zo mensen betalen voor. Ja, maar wat een idee ook. Ja. We gaan al een NBA zien, we huren een suite. Ah, en anders moeten we nog strippers mee pakken. Stuk of 10. En want ja, we gaan naar de Bulls kijken, dus het kan wel wat tegenvallen. En Michael Jordan ook nog een keer naar de Bulls gaan zien, dan waarschijnlijk die match. Nee, wij zijn er ook. Die zat samen nu van boven. Die heeft dat geregeld. Samen met de Met. Hebben jullie gehoord hoe Zion Williamson het woord lackadaisical uitspreekt? Nee. Nee? Zeg maar. Na 8 seconden van de vegetarische slager kan ik het u laten horen. Okay, reclame. Cool. Reclame. Le boucher végétarien. Reclame. Je moet u niet vegetarische slager noemen. Want slager, allez, je kunt dat niet vegetarisch doen, snap je? Nee. Zoek een andere naam. Dat is zoals... Je zit in een vegetarische winkel of dat is zoals een vegetarisch worstje. Ons paat daar perfecte woord voor, hè? De groentecilinder. Dat is niet zo moeilijk. Wat was de rest van het poefke? Dat was leuk. Spreek een poefke. Dat vond ik cool. Ja. Ik dacht vroeger even... I think we kind of went into the game too. Like a zegezogel. Maar die is struikeldrecht. Ja. Ik weet het niet wat het is, maar... Goed. Dat is goed dat je dat zo laat doen. Het in-season tournament heeft een nieuwe naam. Echt? Okay. Heb ik gemist? De Emirates NBA Cup. Let's have it. Money moves. Maar dan wisten we dat het NBA Cup ging worden, maar er moest een sponsor bij uiteraard. Hè? Ja, blijkbaar. Jacques Vaughn is ontslagen bij de Brooklyn Nets, opgevolgd door Kevin Ollie. Oh, ja. Was dat assistent al of zo? Was al een assistent? Geen idee dat hij daar zat. Die zat er al. Ik heb gehoord wel dat Mikal Bridges en Dinwiddie problemen hadden met Vaughn zijn spel rond Simmons speelde. Ja. En dat snap ik wel dat je daar probleem mee hebt. Ja, was assistent daar inderdaad. Ja. En daarvoor bij Overtime Elite. En hebben jullie Tyronn Lue een rant gezien? Tegen de refs. Tegen de refs. Ja, goed. Dat ook ik heb er een filmpje van gezien. Ja, dat is dat. Dat is dat. Where do you at now? Vooral where James at, the referee. I want to kick him in the mouth. Dat is aggressive shit. Dan gaan we lange benen nodig hebben, jongen. Oh, wow. Even schetsen wat er gebeurd is, die match dat hem dat heeft gedaan. Hij is uitgesloten. En wat was de situatie? Of weten we dat niet meer? Nee, dat weet ik niet meer. Okay. Ik heb alleen zoek het op, mensen. Zoek het op. Oké, dan. LeBron werd hem gevraagd, als hij ermee stopt, of hij een afscheidstournee wil, zoals Tim Duncan. Dus ik zal even direct zeggen wat ik heb geschreven. Le Cap stopt met lieve gast. Nog grotere zever dan Giannis, heb ik geschreven. Waarom lieve? Het wordt een allergrootste afscheidstoer in de NBA aller tijden. Ja, was het dezelfde persconferentie dat hem niks wist van zijn trade? Ja. Aller tijden. Dus hij heeft gezegd, ik ben 50-50. En maar vooral dit. Ja, het lijkt me cool om te hebben, maar ik ben nooit goed geweest met aannemen van complimenten. Dat voelt raar voor mij. Die heeft de Chosen One op zijn rug staan. Nee, en die was zijn 17. Zijn 17 jaar heeft hij dat 17 jaar. En hij heeft dit gedaan tijdens een voorstelling in het All-Star Game. Een kroon op zijn eigen hoofd. Maar ik hou niet van praise. Koes mag ook ooit bij hem. Ja, maar dat is niet erg, hè? Nee, maar dat moet ook niet zeggen. Nee, maar hij moet stoppen met liegen. Ja, maar dat is niet, het is terecht dat hij complimenten krijgt. Natuurlijk. Ja, het is terecht dat hij een zotte afscheidstournee krijgt en door iedereen in de bloemetjes wordt gezet. Dat is LeBron James. Maar hij moet het ook doen voor de andere 29 teams, want die gaan zoveel meer geld maken de matchen dan. LeBron komt voor de laatste keer spelen. Alles uitverkocht. Maar dat is 29 keer dat jaar. Maar het is vooral... Het is niet erg dat hij zou zeggen, ja... Iedereen weet dat hij dat tof vindt om complimenten te krijgen. Maar dat is het hele punt dat hij er weer al over liet. Maar alsof die zoals Tim Duncan ineens gaat stoppen. Nee. Onaankondigd is aan. Dat wordt een Netflix-reeks. Dat gaat toeters en bellen zijn. Dat gaat nu al gefilmd. Zijn. En dat is dat het hoort na zijn carrière. Maar ik vind het heel raar. Ja. LeBron. Ja. LeBron James. Lieg daar gewoon niet over. We weten het allemaal. Dat is ook niet erg.
En ook, je verdient een afscheidstournee. Dat vooral. Het is niet zo raar. Nee. Het is niet als het gevraagd zou worden aan... Gaan we niet van Prince. Aan Detlef Schrempf zou dat raar zijn. You're overrated. Maar niet aan hem. Goed. Niels, achter u staat een Champions League trofee. Kan je die even pakken? Mag ik je nog... Ah, nee, ze is oh, is dat doen. De vierde? Ja, nee. Ik moet echt pipi doen terug. Oh. Ja. Oh. Ja, sorry, gast. Dus voor ik kan hem wel in. Het zal niet meer zo lang voor de duren. Volgende, voor de volgende aflevering... Tafel, mag, denk ik, ja. Wauw, leuk. Voor de volgende aflevering over een maand... Ja. Wacht, zet dat. Zo, okay, hier is goed. Voor de volgende aflevering over een maand gaan we alle vier twee ploegen trekken. En gaan we matchen kijken. Vooral van die ploegen, andere matchen ook. Maar we gaan vooral die ploegen proberen te bekijken, analyseren. We hebben alle ploegen die nu, of waarvan denken dat die de play-in gaan halen. De top 10 eigenlijk op dit moment in het oosten en het westen. Ik denk dat die redelijk vaststaan. Die hebben we hierin gestoken. Twee keer. Dus het kan zijn dat we ook dezelfde ploegen gaan trekken. En dan gaan we die volgende, over een maand, als we nog eens samen zitten, gaan we het daar vooral over hebben. En over het nieuws natuurlijk, maar ook daarover. Ja. Ja, Jokken heeft er een paar mopjes in gestoken. Want dat maar alleen maar. Nee, 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 maar wacht. Ik ga dat even kaderen. Wat we daarmee doen. Stel dat die getrokken worden, dan kijken we naar Portland. En dan we toch Toumani ook nog maar in door kunnen. Want die steken er niet in, omdat die niet in de top 10 zitten. Dat is goed. Schot me nu te binnen door Toumani Kamara. Ik snap niet wat we moeten doen. Wat moeten we doen? Als nee, dus als er geen ploeg uitkomt, maar iets anders zat op, dan moeten we naar Portland. Moeten we naar Portland. Nou, kijk, naar de Blazers. Dan moeten we nu naar Toumani kijken. Nee, nee. En ja, je mocht dat niet voorlezen. Ja, nee, maar ieder gewoon nu zelf. Oké. Okay, Niels, je kunt toch niet kijken. Gewoon, pas op, er zit iets scherp ook in die trofee. Ik zal kijken. Niet kijken. Ik heb nog een vraag. Mag er gewisseld worden? Nee. Ik moet er twee pakken. Maar nee, maar één, hè. Nee, doe één en dan ga je. Maar pak er gewoon meteen twee, dan geef het door en dan doen we ze daarna open. Oké. Okay. Is gemakkelijker, die trofee is groot. Jij bent slimmer als ons. Dat is waar. Je hebt er twee? Maar als ik hem mop heb... Nog niet open doen. Nog niet open doen. Twee moppen. Eén. Kom, dat je hem op. Oké, okay, kom eraan, hè. Geef het door. Die een beker staat op mijn been ook, hè. Bij mij. Ah, oké. Okay, dus dat meer op je been heb. Nee. Mijn been niet? Nee. Okay. Rustig, Dennis. Ah. Maar dat is niet erg. Dat is oké, okay, hè. Rustig. Inkt is oké okay in 2024. Oh. Dat is één, denk ik. Ja, leuk. Mooi. En de tweede? Oké, okay, hoe... Spannend maken, gasten. Ik heb het al gekeken. Maar beetje, doe mij denken aan Lingo. Ken je dat Lingo. Spelletje? Amai, Lingo. Leuk, met die ballen. Met die ballen. Oké. Okay, de eerste, open doen. Ja. Oh. Yes. The Bucks. Magic. Wolves. New York Knicks. Oh. Geen mopjes. The Bucks en de Pels. De Wezel. Dat zijn de Blazers. Dat is een mopje. Wezel van de boys. Of? Naar BBC West Wezel. Kun je ook gewoon kijken? Ah, ja, kun je wel eens gaan zien eigenlijk. Absoluut. Wat is dat? Eerste provinciaal? Tweede? Derde? Derde. Is dat derde provinciaal geworden? Ik weet niet of dat ik dan ga kunnen. Is dat derde provinciaal geworden, West Wezel? Maar jongen, doe niet zo. Onze kampioenenmatch was ook. Maar die speelde een paar jaar geleden nog in landelijke, hè? Ja. Wat heb jij? Ik heb Boston. Boston? Nice. Ik heb Tel zijn mama. Dat blijft af, maat. We gaan niet twee mensen naar de Blazers laten kijken. Dus trek er een nieuwe voor mij. Kom. Okay. We gaan niet twee mensen naar de Blazers laten kijken. Dat moet de playoff ploeg hebben nog. Tromgeroffel alsjeblieft. De Dallas Mavericks. Oh, brother. Right. Luka. What if? Luka Doncic. Ja, scoort. Dus Knicks en Mavericks. Mooi. Oké. Okay. Ben content. Oké, okay, Bucks en Pels. Goed. Ik heb, zoals altijd, nog wat geschiedenis. De leuk. Ik heb een paar verhaaltjes. Daarvoor zijn we. Rapid en history. Straks nog. Ja, ik heb ook nog. Ik heb drie verhaaltjes voor deze keer. Eén is gelinkt aan de actualiteit. De New York Knicks die gaan in beroep tegen hun nederlaag tegen de Houston Rockets. Ja. Jalen Brunson die heeft een fout tegengefloten gekregen op het einde. Zij vinden dat geen echte fout en dat ze dus onterecht hebben verloren. Mm-hmm. Ik vond dat wel een fout, trouwens. Ik vond het helemaal niet hard, maar ook een fout, ja. Dus ik denk dat ze dat ook niet gaan winnen. Ik vind het ook raar dat ze daar tegen in beroep gaan, maar zwart. De laatste keer dat een protest succesvol was, was in december 2007, na een match tussen Miami en Atlanta. Oei. Shaquille O'Neal die kreeg toen een fout met nog 51 seconden te gaan in overtime. En dat was zijn zesde, dus moest naar de kant. Maar bleek achteraf dat ze een fout verkeerd aan Shaq hadden gegeven, dus dat het eigenlijk zijn vijfde was. Atlanta heeft die match toen gewonnen na overtime. Miami heeft kunnen bewijzen
dat de fout was van de boek. Om het de boeken met gevoel achter een boek. En dus hebben ze beslist van, ja, oké, 51 seconden, die worden opnieuw gespeeld. Dat is niet waar. Is dat gebeurd? Oh, maar ik is, gebeurd. In, is gebeurd. In maart is die match dan opnieuw gespeeld. Maar tussen december en maart was Miami naar Phoenix getrade. Shaquille O'Neal van Miami naar Phoenix getrade. Dus die 51 seconden zijn opnieuw gespeeld. Zonder Shaq. Waar dat eigenlijk rond te doen was geweest. Ja, ah, dat is wel goed geweest als ze die voor 51 seconden hadden teruggeroepen. En, naar Miami. En Atlanta heeft uiteindelijk gewonnen. Ja. Dus het was echt voor niks nodig allemaal. Binnen onze kloot. Ja. Het volgende... En konden daar ticketten verkopen voor die match? Dan is... Amai, dat moet goed zijn. $1 ticket. Wat gaan we doen vanavond? Had je gezien? Mag je erbij zien, gasten? Ja. Mag ze over vijf. Hebben jullie trouwens alles gevolgd rond de achterlijke complottheorieën die de ronde doen over Will Chamberlain zijn 100 punten? Dat is zo niet dat gebeurd. Dat daar is, dat niet gebeurd is. Dus heel veel... het is wel zo grappig dat er zo van heel zotte gebeurd is. Van hier is wel een foto van, maar van zijn match dan niet. Maar, ja, maar dat is, ja. Er is wel een live radio van. Ja, ja, ja. Dus, er is bewijs van. Ja. En ook, wanneer zijn ze pas beginnen filmen? Denk de echte, dat is in 1961 gebeurd. En NBA-matchen zijn pas meer en meer beginnen gefilmd worden in 1964, denk ik. Dus dat was toen al uitzonderlijk dat er beelden gemaakt werden. Maar heel veel van de Rising Stars game, jonge gasten, die zeggen van ja, er zijn geen beelden van, dus ik geloof dat niet. Er zijn van zoveel beelden, dus het kan niet, dat daar geen beelden van zijn, dus dat is niet gebeurd. Ja, man, allee, dat is het belachelijkste ooit. Ja, tuurlijk. Maar ja, we hadden die geantwoord op de vraag, wie is uw goat? Paul George? Dat was Brandon Miller zeker. Ja. Ik denk dat de kans groter is dat hij 100 punten gemaakt en dan 20.000 vrouwen heeft absoluut. Zeker, want we hebben die reis uitgerekend. Maar dus als je effectief zegt, omdat er geen beelden van zijn, is het nooit gebeurd, dan kan je echt over heel veel dingen beginnen twijfelen wat er gebeurd is. En dan ga ik heel veel dingen ontkennen. Dan geloof je niks met mijn verhaal ook niet. Nee, nee, maar we hebben daar wel beelden van, ze, Tijl. Maar geen zorgen. Maar ik snap eigenlijk niet dat die effectief zegt, ja, nee, er zijn dan zoveel dingen beelden, maar van dat niet. Dus complete waanzin. Dat effectief zo... Gen Z, hè? Dan, nog eentje. Ja, ik doe mijn best. Ja, nog eentje. Kom aan, het Tijl. Kom aan, we zijn er bekend. You're the man. Die beker staat in Google, hè. Is dat niet zo anders? Goed. Te klein. Dat mag, maar je moet het wel zitten. Will Chamberlain, dominante speler. Samen met Shaq misschien wel de meest dominante speler ooit. Maar als we het hebben over the greatest of all time. Ik heb dat vaker gezegd, we vergeten vaak Kareem Abdul-Jabbar. Die is een dominantie. En pas iets tegengekomen dat eigenlijk zijn dominantie helemaal weerspiegelt. Die was zo dominant in college dat de NCAA dunken verboden heeft voor een periode. Kareem, geboren Lou Alcindor, was bij zijn geboorte 61 centimeter groot. Maar eigenlijk, Chris. 61? Maar karma, die moeder. Op zijn 13e was hij al 2,04 meter. Op zijn wat? 13, 2,04 meter. Dus die domineerde in high school in New York. Want hij komt van New York. Ja. Dan heeft hij voor UCLA gekozen, ploeg van John Wooden. En in die tijd mocht je pas spelen in je tweede jaar in college. Eerste jaar mocht je niet spelen als freshman. Daarin heeft hij als dus eerste jaar dat hij in college mocht spelen. Dat was toen regel. Ja, dat was toen zo. Daarin heeft hij UCLA naar een ongeslagen seizoen en de titel geleid met 29 punten en 16 rebounds per match. Eerste jaar in college. Vonden ze te dominant bij de NCAA, dus hebben ze dunken verboden. Vonden ze een goede oplossing. De regel die daarna bekend stond als de Lou Alcindor rule. Ja. Kareem die vond dat vreselijk, maar John Wooden, zijn coach, zei ja, dat gaat u een veel betere basketter maken. Ja. Want daardoor ga je andere dingen moeten ontwikkelen. En hij heeft daardoor iets ontwikkeld dat niet te stoppen was. Skyhook. Twee titels gewonnen nog met UCLA. In 68 naam veranderd naar Kareem Abdul-Jabbar toen hij moslim is geworden. In 69 als eerste gekozen door de Bucks. En dan met de Skyhook gedomineerd in de NBA Rookie of the Year. 6 titels, 6 keer MVP. 2 keer finals MVP. De eerste die een trade heeft afgedwongen naar een andere ploeg. Ja. Eerste die dat gedaan heeft in 75. En het meest unieke en niet te stoppen shot uit de geschiedenis van de sport. Prima. Voilà. Dat mag zeker mee in de conversatie. Ik wil daar nog even over zeggen. Er gaat ook zoiets doorgestuurd van Caitlin Clark. Ja. En ik dacht, amai, vierde jaar college. Waarom zit hij nog niet in de WNBA? En daar is het moeten 4 jaar. Daar is het drie jaar verplicht. Drie of zo, ik heb gisteren gelezen 4 jaar, tijdens mijn voorbereiding. Ik dacht 3 dat dat verplicht was. Kan maar dat er dan fout stond, maar alleszins ook wel heftig. Hè, ja, heb ik niet gehoord. Die een Paige Beckers, dat is ook zo'n ander toplijn van UConn, die blijft nog een jaar. Die heeft een jaar gemist met een knieblessure. En die zou nu naar de WNBA mogen ook. En die heeft gezegd, nee, kom nog Clark terug. Gaat toch naar de WNBA gaan. Het is toch gedaan. Ze heeft college uitgespeeld. Hè? Ja, het is mooi geweest. Die heeft wel een record. Als je 49 punten maakt in een match, dat je het record kunt breken. Ik hoop het.
Tel, moet jij een teltje gaan doen? Ja, maar gaan we verder doen? Is het afscheid nemen? Het is levensadvies nog. Ah, levensadvies. Oké, begin maar ik moet wel echt gaan. Levensadvies, want we hadden vorige keer gezegd van als je vragen hebt, yes, we zijn er voor raad te geven. En toen had iemand gezegd die scheidsrechter wilde worden. Die heeft nog respons. Ja, Laurens de Stalen heet hij. Oké. Okay. We hadden meer informatie gevraagd. Ja, dat was nodig voor ons advies te kunnen dus formuleren. Hij heeft gestuurd. Ik heb vrij intensief snooker gespeeld in binnen- en buitenland tot een aantal jaar geleden. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in basket, maar nooit de tijd gehad om ermee te beginnen. Sinds vorig jaar heb ik me aangesloten bij een vriendenclub. Op mijn 32e heb ik voor het eerst gebasket. Okay. Onder meer dankzij ons enthousiasme over het spelletje. Dus mooi compliment. Heel mooi compliment. Omdat ik van spelers hoorde dat er zoveel refs tekort zijn, heeft hij zich bij de jeugdkandidaat gesteld als official en heeft hij zijn diploma. Maar tussen een diploma halen en effectief goede matchen fluiten zit nog een groot verschil. Dus met jullie tips kan ik zeker aan de slag. Dus hij vindt dat hij genoeg tips heeft gehad. Maar ik vind het wel interessant om te weten. Dat is wel een cool verhaal. Echt, ja, een zoete carrièrewending cool. Van de snooker naar de basket. Ook straf dat je dat wilt doen, omdat er te weinig mensen zijn die dat doen. Ongelooflijk, ja. Schone mens. Ja. Mooie toewijding. Vind ik mooi. Maar je gaat volgens mij vooral heel veel, inderdaad, begin met de jeugdmatch, maar gewoon heel veel moeten fluiten. Hè, want er zijn veel van die dingen dat je in boekjes kunt lezen, maar je kunt dat echt doorhebben als je het doet. Hè. En belangrijk, blijf praten met spelers. Sta open voor conversatie. Ja. Niet zeggen dat je de waarheid in pacht hebt en arrogant doen, want dat is het slechtste wat je kan doen. Praat met spelers en als iemand te emotioneel reageert, reageer. Snap dat, basket is een emotioneel spelletje, maar ik heb dat daarom en daarom gefloten. Als je dat rustig uitlegt, dan is een speler die ambetant is direct gekalmeerd. Ja. Maar direct, als je reageert met nog één keer en je hebt hem, fuck off. Echt. Volgens mij is hem nu al wel beter dan 70% van de rest. Oh, hot take. Vraag van Jurgen Krahai. Had een vraag. Zijn drie kinderen basket al enkele jaren? Zijn middelste zoon van 14 ziet het wel zitten om clubref te worden. Ook al. Veel gewilliger is. Maar na het zien van dat geval, die ref, incident tussen Willem en de scheidsrechter, heeft hij twijfels. Okay. Wat moet hij doen? Overtuigen om door te gaan of laten stoppen met clubref worden? Ja, maar is hij aan het twijfelen tussen ref worden en verder spelen? Of wil dat staat er niet bij. Oké, want het hangt ook een beetje af van hoeveel... hoe graag dat je nog wilt spelen en hoeveel dat je daarmee wilt gaan. Maar je kan clubref zijn, combineren dat met spelen. Dat kan zeker. Dus ik zou zeggen, blijf fluiten bij de klein mannetjes. Ja, absoluut. En blijf vooral basketten. Ja, en dat is nu inderdaad, dat is een heel... jammer voorval wat er is gebeurd, maar dat is heel uitzonderlijk. Al een geluk natuurlijk, maar dat is heel uitzonderlijk dat er zoiets gebeurt. Hè. En we hebben ook... Er zijn verschillende verhalen die de ronde doen, ik kan het zo zeggen. Maar het was alleszins zeer... Het is onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar. Maar nee, we gaan daarbij houden. Onaanvaardbaar wat er gebeurd is. Dat was het. Ja. Halloween, Dennis. Wat? Halloween, want ik wou je mening geven, denk ik. Nee, ik ken de scheidsrechter. Ik heb veel matchen gespeeld die jij gefloten heeft. En hoeveel technische fouten gehad? Het was niet altijd de meest correcte scheidsrechter. En ook iemand die dingen zei die als scheidsrechter niet moet zeggen. Oké, dat staat los van wat daar gebeurd voilà. Is. Daarom dat ik zeg, ik ben compleet, dat is onaanvaardbaar. Iemand die op de grond ligt op zijn gezicht shotten, wat er ook gebeurd is daarvoor, is gewoon, dat doe je gewoon niet. Nee, fysiek geweld is sowieso onaanvaardbaar, vind ik. Ik heb hier nog een vraag, maar die gaan we denk ik wel moeten... censureren. Nee. Shit, ik had gehoopt dat dat woord ging komen. Moeten researchen, maar dat is minder levensadvies. Voilà, dus dat is voor de volgende keer. Okay. Voilà. Kijk, over scheidsrechters, ik wou daar juist nog zeggen over Halliburton. Maar ik zie dat Tony Brothers het shot nadeed van Halliburton. Ja. Michael Kidd-Gilchrist. Ja, inderdaad. Ik snap wel waarom dat met zo van nadeed. Die Tony Brothers lijkt ook zeer echt op een zeeotter. Ja. Dat is een goed karakter. Maar dan moet het eens die zijn gedachten. Hoe komt dat in uw hoofd dat een zeeotter? Ik heb ooit zo'n ref gehad die heel hard op een otter leek. Weet jij wie ik bedoel? Het publiek weet wie dat je bedoelt. Is enig. Het is ene scheidsrechter die echt heel hard... Vind ik ook wel zot bij zo alle refs. Quasi heel veel refs die wij vroeger hebben gehad, die fluiten nog altijd. Die fluiten echt al zo 30, 40 jaar. Ik weet dat je toch mannen waar dat je mee bent groot geworden. Maar ik weet dat ik een ref had die ik bij de microben, dus U5, U6 toen had. Vijf, zes, zeven jaar. En dat ik bij de seniors begon te spelen. Ineens was ik 28, 29 jaar. En floot die nog al. Ja, dat ik die zag fluiten voor mijn matches. En je hebt juist een derde... Hoezo heb jij juist gefloten? Je was al 70 toen ik... Ja. Dat iedereen kan blijven basketten op alle niveaus in België. Dus shout-out ook naar de mannen. Waanzin.
Oké, het was een stevige aflevering. Woe! Moet ik mij excuseren? Hebben we een record? Waarom moet jij je excuseren? Ik weet niet, omdat mijn gezellig net aanwezig was. Dus dat is wel binnengekomen. Ik heb lief. Nee. Allee, dat zet me wel tot nadenken. Heb ik een prijs gewonnen omdat ik niet ben gaan plassen? En jij... Vier keer. Eén. Dat is sterk, niet meer record, hè? En één is voor u eigenlijk dubbel, omdat jij de host bent. Dus ah, je mocht daar een sticker in aanwezigheid leuk, hè? Ah, oké, okay, prima. Ja. Het zou heel saai zijn. Moesten we altijd... Tijd voor een mopje dan? Moesten we altijd elkaar gelijk geven, zou het ook pokken saai zijn. Ja, nee, dat is waar. Ja. Nee. Ik vind het moeilijk om een gelijk te dat geven. Dat is waar. Nee, Dennis. Ja? Nee, dat klopt niet, Vink. Oké. Aan de mannen van BBC Wieswezel, bedankt om af te komen. En de collega van Jeroen ja, van Gassel. En voor de lekkere biertjes, dikke merci. Ja, ja, absoluut. Naar Laschel. Oh, zo nog een afsluiter. Goed. En even duidelijk maken, is ook iemand bij die niet-basket. Amai. Is een triatleet, de middelste, de collega van Jeroen van Gas. Okay. Ik vind triatleten compleet gestoord. De meest zotste sport dat er is. Ja, echt. Vanavond trouwens, nieuwe aflevering van Belgasport over Luc van Lierde. Okay. Over het triatlon. Maar dat is ook geen, dat zijn drie sporten. Hè? Dat is geen sport. Hè? Maar vooral een Ironman. Dat is het zotste. Dus je hebt drie kilometer gezwommen ongeveer. Meer zelfs. Dan 180 kilometer fietsen. En dan denkt, nu ga ik aan een marathon beginnen. Ja. Allee. Ik zou het nooit kunnen. En zijn broer ook. Zijn broer. Ja. Complete waanzin dat je het kunt doen. Een collega van Jeroen van Gassen, vriend van ons, Niels. Lookalike van? Jens den Donker. Lookalike van Jens den Donker. Dat is niet normaal. Hij vindt zelf moet van niet. Zeggen, maar ja, kijk. Ik ben ooit op een festival Katluiden tegengekomen. En die heeft me daar de... Ja, maar het is een goed verhaal. En die heeft me daar de mooie versie van Jens den Donker genoemd. Dus ik kan ermee leven. Huh? Jij zei ja, echt waar. Jij zei ook zo wel een beetje... Teddy Bergen altijd. Van Luka Doncic ook al weg. Ja, maar dat was met een broer, hè. Drie baars heeft dezelfde vorm baard. Ja, ik moet iets toegeven ook nog. Ik kwam thuis van het werk en het plan was nog te douchen en te scheren. Maar ik ben in slaap gevallen en Jocke heeft me moeten wakker bellen. Zo scruffy. En dan zijn we naar hier gekomen. Maar dus normaal was het zonder baard, met gewassen haartjes. Maar kan je scruffy kan je baard eens laten groeien? Een maand. Tot de volgende aflevering. Niet scheren. Ik ga dat vragen aan ons Kelly. Maar moet jij toestemming vragen? She's the one, hè, maat. Je moet toch altijd dat overleggen met haar. Ja, als je toestemming moet vragen, is het niet de one, hè. Oké, dat is niet maar de het one. Maar het is niet... En dat gaat tatoeëren. Rustig, Erik. En vooruit er zat het ding gezegd. Zijn enkel dieven die tattoos laten zetten, hè. Maar dat is een, ja, ik zeg mee. Dat is een doordenker. Maar de gasten niet, dus dat is... Nee, ik heb niks gezien. Dat is een doordenker. Oké, blijf ons vragen doorsturen, dilemma's, verhalen. Als jullie problemen hebben in jullie privéleven, we zijn er ook om raad te geven. Relationele raad. Ja, alsjeblieft. We hebben veel ervaring tussen ons vieren. Stuur het ons gerust door. Mm-hmm. Volgende week zijn we weer terug. Dan is er een nieuwe aflevering. Dan komt Andries Bekkers nog eens langs. Dus dat wordt sowieso tof. En dan wij zien dat we over... Hoeveel is vandaag? 23 februari. Dat we over een maand... 23 maart. Zeker nog wel eens of een week erop. Oh, de lente. 24 maart tot zijn, hè. 24 maart. Groene das. Ah, lassen. Antonie. Nee. Doe mij maar een brochetje. Kopie. Leonie, kopie. Goed. Merci om te kijken. Luisteren. Tot de volgende keer. Salut. Check it out. Oh, we waren te laat. We doen het niet samen.